Zo, so, Amazon Live. Hoe is het? Ja, lekker man. Bro, je wilt zeg maar niet weten hoeveel dit voor mij betekent. Als in, zeg maar, ik ben al sinds dat ik je heb gesproken aan de telefoon, ben ik soort van... Aan het preppen. Overwhelmed van, like, this is about to happen. It's all goody, man. Ja, ik weet, je weet toch. Weet je wel, ook wat we bespraken toch. Ik ben niet vergeten hoe een paar jaar geleden zaten we in een kleedkamer ergens te praten. En... Uh, die connectie was gewoon daar. Ja. En ik voelde gewoon van: ja, jij gaat do dingen doen. Ik, ik, ja. wist, ik wist dat al. Mm. En uh, ik, ik, ik zag ook bij jou een soort van die: dat moment, dat overschakel, dat, dat schakelmoment van. Ja, gaat het nu, nu? Mm. Maar ik wist al dat het zou gebeuren. En ja. daarna zie ik je dit doen, ik zie je dat. Doen. Opeens zie ik je overal gewoon. Ja. Ik zie nog net geen uh, billboards <laughs> op Leidseplein. Nog niet. Nog niet. Uh, wink, wink. Hè? <laughs> maar ik vond het wel tof. Want gisteren ging ik zeg maar weer een beetje uh, scrollen in timelines. En dan weet je, je toch een beetje terugkijken. En toen zag ik dat in... Um, ik heb het twee keer geïnterviewd, blijkbaar. Twee keer? Ja. De eerste keer was de MTV uh, Music Week 2013. Zo. Dat was de eerste keer dat ik jou ooit had gezien. Was dat was bij. Um, uh, in Amsterdam. Bij, de, bij die show die uh, bij. Bij, uh, wat is bij Arena. Nee, daarvoor. Ja, Je kan het misschien niet herinneren, maar. Um, maar sowieso die hele periode is heel troebel. I know, I know. Baas. Daar gaan we het straks ook even baas. over hebben. Maar dat was dus zeg maar de, de eerste keer. En um, dat was in de MTV Music Week. Toen vertelde ik jou een paar hele. Stomme vragen backstage. Ja, dat weet ik niet meer. Dat was heel, dat was heel knullig ook. <laughs> dus, dus, nee. en, en de tweede keer was um, in de arena. Toen we ja, elkaar hadden. Dat, dat ja, ja die dat man, weet die ik was in 2017. Ja, dat was top. Ja, dat was leuk. Dat was top. En uh, weet je, gewoon uh, congrats man met alle succes wow. en alles wat je, wat je hebt gedaan. Dank tussenin. je wel man. En het is gewoon goed om te zien dat iemand, weet je, zichzelf. Want het blijft heruitvinden en en, en gewoon blijft pushen. Gewoon. Ik had toevallig dat ik uh, de dag dat ik jou zeg maar sprak aan de telefoon, mijn vrouw die was hier ook. En uh... Toen zei ik, ik had je op luidspreken. Toen dus zei wie is dat? Hm. Toen zei ik van, ja, ik zeg dat... Wie is dat deze mafgay? <laughs> wie is die guy? Wie is die <laughs> Ik zei, ja, het is de Props, man. Ik, zei, ik zeg zo tegen haar van, dit is al, zeg maar, sinds ik jong was, luister ik, zeg maar, naar deze guy. Zo oud ben ik nog niet, hè. Ik, nee. ik ben wel 36, hè, ik, <laughs> ik weet maar... Ben wel 36. Ik ben wel, zeg maar, opgegroeid met jouw muziek. Nee. Je weet toch. En um, toen zei... Um, toen zei zij tegen mij van het is wel gek om te zien dat zeg maar jij een soort van jezelf naar een bepaald niveau hebt uh, opgewerkt waardoor je kan gaan communiceren met mensen die um, zo groot zijn eigenlijk zeg maar je ja, weet ja, het mensen toch mensen die groot zijn kijk ik weet je ik, ik snap wat je bedoelt maar um, de reden waarom uh, denk ik ook dat het vorige interview wat mm. we hebben gedaan al was dat drie jaar of twee jaar of yeah. weet je uh, ik ben van mening um, als je een tof karakter hebt, dat 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 trekt elkaar sowieso, Juist. weet je? En dat, dat daar daar komen altijd toffe dingen uh, naar boven. Dus um, maar al, al ben je de beste Formule 1 racecar driver, al ben je de beste botenbouwer van de wereld, weet je? Als als je als je klikt, dan klik je. Ja. Yeah. En en uh, weet je, je hebt een goed stel hersens wat dat betreft. Dus uh, het heeft ook te maken met met hoe je hoe jezelf opstelt toch naar Klopt. mensen toe denk ik. Dus, Klopt. Wat dat betreft uh, is er niet echt uh, veel onderscheid. Uh, te... Mooi dat je nog steeds, zeg maar, dat je, dat je zo denkt. Ja, tuurlijk. Dat is, dat is dope. Het, weet je, Maak ik, je ook als mens, denk als ik. Als mensen anders denken, dan beperk je jezelf eigenlijk alleen maar. Juist. Want dan Juist. denk jij dat je, dat je niks kan leren van, uh, van Henkie om de hoek. Mm. Weet je wel. Uh, 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 Shout-out naar Henkie, by the way. <laughs> <Ik> bedoel, <Yeah. laughs> nee, maar je, je snapt wat ik bedoel. Tuurlijk. Het is gewoon mensen die denken dat ze, dat ze alles hebben geleerd... Mm. Of alles weten, die kan, kunnen ook niks meer leren. Juist. Dus je blokkeert jezelf voor nieuwe informatie. Ja, eigenlijk. precies. En ik sta open voor alles, weet je. wel. Ik, ik, ik kijk gewoon naar, heb ik, weet je, wel, ga, gaat het mij vooruit helpen of gaat het mij juist achteruit helpen? Juist. En daar kijk ik naar. En en ik denk dat jij dat ook doet, en dat mm. het daarom is dat je dan ja gewoon met mensen connect op een, op een toffe manier. Ja. Zeker, je, zeker, dus uh, dit, en uh, mensen die uh, grote dingen doen of wat nee, nee, ik geloof daar niet, meer. ik geloof mm. gewoon in vakmanschap. Juist. dat is het enige waar. Weet je, want je moet het zo zien. Stel nou, uh, uh, jij gaat een interview doen met, uh, ik zeg maar wat de beste uh, bonen mm. in de wereld. Mm -hmm. Ga je ook niet zo doen, oh. mm. toch? Het is gewoon de bonen telen, denk je dan. <laughs> maar hij is wel de beste in de wereld. Niemand, niemand, <laughs> niemand die wees, weet hoeveel tijd. Die man erin stopt om datgene te doen wat hij doet. Yeah. Maar dat wordt niet zo gedaan. Juist. Dus ik zie, nou ja, ik zie mensen gewoon als, als, weet je, vakmensen of niet. Juist. And that's it. Ik vond het leuk dat en toen ik dat filmpje terugkeek van het eerste interview, toen zei ik: wat was het kutste wat je ooit moest doen voor, uh, voor geld in het verleden? Weet je nog wat je toen zei? Nee. Ja. <laughs> Vertel. <laughs> het is niet iets awkward of zo, ik denk. Je nee. Ja, ik denk ja. nee, het was uh, in de kassen werken. Ja, maar dat was, dat gewoon, dat was gewoon puur omdat. Uh, en dat het vroeg was. En... Ja, man. Shit. Als je het nu terugdenkt aan dat. Ik ben echt. Ik ben zo so happy en zo so dankbaar. Ja, so, uh, toch? Dat ik gewoon elke dag wakker kan worden. Doen waar ik van hou. Ja. Mij ontbreekt. Ik heb alles wat ik wil. Mm. Uh, uh, en al had ik het niet, dan werk ik ervoor of dan, dan zoek ik wel een manier. Yeah. Maar ik ben gewoon blij dat ik niet elke dag iets hoef te doen waar ik ongelukkig van word. Er yeah. zijn heel veel mensen die een topbaan hebben, maar nog steeds ongelukkig mm. worden ervan, omdat ze niet doen waar hun, hun, waar hun hart uh, ligt. Juist. En ik heb dat wel gedaan. En ik heb daar ook heel veel uh, sacrifices voor moeten maken. Mm -hmm. Weet je, ik heb uh, water en brood geleefd, bij wijze van. Ja. Yeah. Pardon. En met, met wel het doel van, oké, okay, dit gaat pijn nu, nu, uh, nu doen de, de komende tijd. En ik ga ervoor moeten inleveren. Maar uiteindelijk is er licht aan het einde van de tunnel en we ja. komen er wel. En ik was daar zo, weet je, gemotiveerd en vastberaden in dat, dat, dat ik dacht van, ja, er is geen plan B. Juist. En nou ja, als je... Ja, dat zei je zet... trouwens ook in, die, in diezelfde video. Ja, er is, er is geen plan B. <grijpje> weet je wel? Nou, zo zie je dus, als ik... Ik verander niet. Mm. Ik, ik kan um, verbeteren wat mo verbeterd moet worden, maar mijn karakter blijft hetzelfde. Die mindset is gewoon hetzelfde. mindset is gewoon hetzelfde en dat is gewoon alles eruit halen wat je, wat je eruit kan halen. Zo Op die manier weet ik ook dat al zitten we weer over tien jaar, heb je waarschijnlijk dezelfde hetzelfde Dan Ga ik hetzelfde zeggen? Ja. Ja. Dat kan alleen maar als je oprecht zo over iets denkt. Juist. Dus als ik jou nu iets vertel, als ik jou een verhaal vertel en ik vertel jou... Over een maand hetzelfde verhaal, heeft het precies dezelfde feiten en wijkt het niet, niet, niet af. Mm. Weet je, en heel veel mensen zijn zo afgeleid door. Voor, voor, van alles en nog wat. Van alles, al. dat ze het gewoon niet meer weten. Ja. Dat je zeg maar eigenlijk uh, veel mist creëert voor dat ene doel wat je zeg, zeg maar wil halen. Weet je, of uh, uh, je laat je overtuigen dat je dingen wil doen die je helemaal niet wil doen. Ja. Nou, ja, ik wil niet elke dag om vijf uur fietsen naar een kas. Om tomaten te plukken. Nou, ik plukte geen tomaten, ik weet niet meer wat het was. Yeah. Maar voor iemand anders. Weet je, niks slechts tegen. Als jij houdt van tomaten plukken, moet dat gewoon lekker doen vooral. Mm. Weet je, maar ik. ik het is zag, niet iets wat jou gelukkig maakte. Het was niet iets wat mij yeah. gelukkig maakte. En ik dacht. En ik, en ik zag gewoon iets anders van mezelf. Maar je hebt wel zeg maar de discipline. om op dat moment door te blijven. Niet. Die had ik niet. Nee. Nee, die had ik niet. Dat, ja. uh, ik, ik weet niet. Nou ja, ik wil niet zeggen van de een op de andere dag, maar op een gegeven moment, ja, het kwam met succes en toen kwam, kwam er allemaal geld binnenstroom. Ik zeg ja. Ja, maar dat is normaal. Wat of? moet ik doen? Nou, maar dan, dan heb je zo lang die angst. Ik had niet echt een angst om het niet te halen. Ik was wel zeker van mijn zaak, maar dan opeens heb je een angst om het kwijt te raken. Mm. Nou ja, ik heb echt van alles gedaan. Ondernemen en, en allemaal fouten gemaakt. Mensen hebben me opgelicht. Mensen hebben mooie verhaaltjes verteld en dit en dat. Ben om mijn bek gegaan, zoveel keer. Ja. En uiteindelijk nu ben ik op het punt dat ik gewoon juist weer gewoon rustig van, weet je? Je hebt overzicht over alles. Ja, gewoon rustig, niet stressen om om om, om uh, dat je dat je de trein niet haalt of zo. Die die, die trein die trein, die wacht wel op jou. Dat, dat, dat komt wel goed. Weet je, zorg maar eerst dat je bewust bent van waar je bent en, en wat jouw doel is in het leven. Mm -hmm. En mijn doel is dus niet uh, Tomaten te plukken, weet je. En dat, en dat, 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 dat wist ik al vanaf Heel vroeg. Just. Dus niet dat ik uh, zanger zou worden of zo. Mm. Maar ik wist wel dat ik iets anders zou gaan doen. En niet iedereen, sterker nog, bijna niemand geloofde daarin. Yeah. Iedereen wist wel dat er iets zou gebeuren. Ze voelden het. Maar weet je, het was wel van ja, maar uh, ga maar wel even tomaten plukken. Of yeah. ga maar wel even dit doen. Voor de zekerheid. Altijd. Voor de zekerheid. Ik, en ik zei, ik, 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 weet je, ik ga nu die volle commitment maken. En mm. dat heb ik ook gedaan voor een paar jaar. Onder barre omstandigheden gewoon. Yeah. Water en broodachtige, weet je, yeah. En uh, ja, toen gebeurde het gewoon. Als we even een stukje terug kunnen gaan, zeg maar, naar jouw jeugd. Hoe zag jouw jeugd eruit? Ja, Van ja als in, want je bent geboren in uh, Amsterdam? Nee, 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 Tilburg? Nee. Joh. Sorry. Nee. Sorry. nee. nee. Hè? Duitsland. <laughs> Wat? Ja. Ben je nee, in ik, Duitsland geboren? Ja, toen ik één was, toen, uh, toen kwam ik hier naartoe. Nee joh. Ja. je bent gewoon Duitser? Nee. Dus als in... Als je één paspoortje. bent... Ja, nee, ik heb gewoon een Nederlands paspoort. Oh, nee, als, je, als, je, als, je, als je één bent en je komt naar Nederland, dan... Uh, ja, oh, oké. Okay. Maar goed. Uh, ja, toen uh, kwam we naar Den Haag. En uh, ja. vanaf Den Haag uh, ging ik naar Zoetermeer. Mm -hmm. En... Uh, even kijken, toen ben ik pas naar Amsterdam gegaan. Uh, hoe lang is dat geleden nu? Wat zal het zijn? Ik denk... Uh, negen jaar. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik had altijd, altijd het beeld van dat je uit Amsterdam ja. kwam. Nou ja, dat komt door mij. Ik heb een heel raar accent, maar ik, ik kan het niet uitleggen. Als ik boos word, dan praat ik op zo'n manier. En als ik uh, ja, dat is heel gek, want ik, ik, ik ben opgegroeid met mensen uit Utrecht, mensen uit Den Haag, alles. alles door elkaar. Als ik in Den Haag ben dan. Nee, als ik in Amsterdam ben. Dan kom ik uit Rotterdam. Als ik in Rotterdam ben, dan kom ik uit Den Haag en whatever. En ik ben er ook niet meer. Ik hou me er ook niet meer mee bezig of zo. Yeah. Ik ben het gewoon losgelaten eigenlijk. Ja. Yeah. En toen ben je zeg maar gewoon Amsterdam. Ja, gewoon Amsterdam. Naar school gegaan, uh, middelbare school en zo daar gedaan. Nee, nee, nee. Dat was alles in zoeter meer. Oh, dat was in Soetermeer, allemaal. Dus, uh, en toen heb ik gewoon mijn spullen gepakt en ben ik naar Amsterdam gegaan en uh, ja, de wijde wereld in uh, eigenlijk. Juist. Had je zeg maar toen al een soort van een bepaald doel of zo wat je want je was al bezig met muziek op je 16 was vol, volgens mij begonnen ja maar dat was niet uh, ik, ik ik dacht toen wel dat ik de wereld zou overnemen maar hmm. dat is niet gebeurd ja precies <laughs> ik dacht dat ik de nieuwe uh, whatever DMX uh, Jay Z zou worden of zo maar je was wel zo'n soort van echt rapper rapper toch ja ja vroeger echt gewoon jij, nou, was, ja. jij was hip hop sterker nog ik ging ook gewoon naar New York om te praten over deals met Def Jam en weet ik veel om gecijnd te worden ja mensen weten dat niet maar wanneer nou, toen ik, wat, wat is het, 18 was of zo? Echt? Volgens mij was je maar slecht, toen ik. Ik hoor jou op zo best wel, wel uh... Hey, hey, hey. Ja, toch? Yeah. Maar toen je 18 was, mm -hmm. ging je naar New York om... 18, 20, Om te 20. praten met labels. Ja, volgens mij wel, ja. En zeg maar, hoe, hoe verliep dat? Nou ja, dan, uh, dan ga je daar zitten en dan, dan speel je je muziek en dan uh, denk je dat je het gaat maken de volgende dag. En dat gebeurt dan niet. Weet je, kijk, je wordt wel uitgenodigd. En het klinkt zijn, zo simpel hoe je het vertelt. En mensen zijn geïnteresseerd en uh, al dat soort dingen. Maar ik, ik, ik merk gewoon dat die soort, die soort Cinderella-achtige, uh, dat, dat verhaal, dat, dat, dat was gewoon niet voor mij. Yeah. Weet je, iedereen uh, hoopt dat je de loterij op een dag wint, ofzo, of, zo, of uh, dat er iemand naar je toe komt en jouw supertalent ontdekt en uh, jou helemaal uh, ja, een ster gaat maken en zo. Mm. Nou, ik ben er gewoon achter gekomen dat dat gewoon niet gebeurt. Niet op die manier. Je, je en maar... al gebeurt het, dan is het nog niet wat het lijkt. Nee, precies. Daar ben ik nu helemaal achter. Want nu heb ik een label, nu heb ik, uh, ik heb alles. Je bent gezien. er eigenlijk lang al achter gekomen dat het gewoon keihard werken moet zijn. Niet alleen dat. dat het is gewoon keihard zorgen dat je niet genaaid wordt. Maar van alle kanten. Dus bedek gewoon al je, <laughs> al je gaten. En zorg gewoon dat je heel scherp bent. <laughs> bedek al je al ja, je toch. Zorg gewoon dat je heel scherp bent met. met, met Kijk, het, het heeft alle... want we zitten net te kijken naar bepaalde boeken en zo. Yeah. Maar dat boek is voor mij heel veel veranderd. Rijke pa, arme pa. Yeah. Toen ik dat las, dacht ik van hé hey, shit, dat is gewoon een hele education die ik gewoon niet heb gehad. Yes. Want ik kom uit een hoek, want je vraagt me hoe was je jeugd. Yeah. Fucked up gewoon. Mm. Ik had niks. Ik had minder dan niks. Yeah. Weet je wel, uh, stel, je hebt een hele grote uh, kast. Uh, je doet de deur open, daar zit een laadje. En uh, anyway. Ik wil gewoon een punt maken, maar... Er zat wou... niks in. Er zit helemaal... Dus je hebt een kast met niks. In kast la. Daar binnenin is een la. Niks. niks. Gewoon echt niks. En, uh, en, en, maar op een gegeven moment dacht ik wel van... Ja, weet je, je kan twee dingen doen. Je kan jezelf zien als een slachtoffer van, van je omstandigheden. Mm. Of je kan gewoon keihard gaan beuken. Gewoon. En dat, dat heb ik gedaan. Is dat een fout die mensen maken, denk je zeg maar, dat ze zichzelf heel snel zielig vinden en slachtoffer zien. Nog in van niet, niet andere... is zielig, hè. Je kan ook, je kan ook denken van, je, je kan ook een bepaalde soort angst hebben, hè. Dus, um, uh, jezelf als een slachtoffer zien, hoeft niet per se te zijn, uh, dat je denkt van oh, uh, oh, wat overkomt mij nou? Je kan ook gewoon denken van, shit. Um, ja, ik heb de kennis niet, ik heb de dit niet, ik heb de Het kan ook een soort onzekerheid zijn. Ja. En... Als dat ontbreekt, als je dat niet van thuis, uh, van huis uit mee hebt gekregen. of er zijn bepaalde dingen die in je leven zijn gebeurd. dan kan je heel snel al tegen laten houden door, door, door iets. En, door je en, eigen angst misschien door je door eigen angst. En daar heb ik gewoon geleerd: hé, hey, weet je. Uh, als je het niet voor jezelf gaat doen, gaat niemand anders het ook voor jou doen. Mm -hmm. Dus je moet wel. Je moet uh, autodidact zijn, je moet, je moet jezelf. de dingen leren die je niet weet. Mm -hmm. Sorry hoor, ik heb net uh, een burgertje Geestres. gegeven. Maar uh, dat, dat moment kwam er opeens, denk ik. Dat ik ja. opeens gewoon dacht van, je, hey, ik, ik, moet, ik moet het gewoon gaan doen. Ik, ik, uh... Was je gebroken nadat je, nadat je zeg maar, daar naar Amerika ging om te hopen voor een ja, deal? En het werkte niet? Zo, keer, Wat deed dat met jou? Een keer, op keer. En dan ga je naar huis. En dan raap je jezelf weer bij elkaar. Want, want je hoort niet van, hé, hey, het is hem niet. Je hoort... We call you. Of uh, nou ja. dit of dat. Terwijl jij bent uitgenodigd om te komen. Terwijl, dus elke keer verwacht ik een soort van. Of hoop ik op een wonder. Je kreeg een beetje hoop, zeg maar. Elk ja, en dan woonde. ga je weer naar huis. Maar goed, ik ben wat dat betreft gewoon heel vervelend. Dus als iets mij niet lukt. Of ik kan iets niet. Dan word ik, dan word ik nog lastiger. Je wordt hongerig. Want als ik iets niet kan. Dan ga ik het dubbel zo goed kunnen. Mm. Dat, dat zeg ik dan tegen mezelf. Van, dan, dan moet ik zo eroverheen. Dat ik nooit meer hoef te twijfelen of ik het kan of niet. Juist. Dus elke keer als ik zo'n afwijzing of een iets kreeg. Dan kwam ik thuis en dan ging ik nog harder werken. Ja. Harder werken, harder werken, harder werken. Totdat ik op een dag gewoon. Ik, ik ging naar New York. Ik kwam terug. En ik dacht, fuck deze shit gewoon. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga het nu gewoon op mijn manier doen. Ja. En dat heb ik gedaan. Ja. En, wow. Was dit trouwens in, in de. Um, maar kijk, in Nederland heb je zeg maar uh, veel futurings gedaan met, met Winne en met Appa en ja. uh, Kleine Vieric en ja. veel echt hele dope tunes. Maar, en je deed zo, daarvoor zeg maar, heel anoniem ook. Juist. Dus, ik, ik, ik was er wel, maar. Ja, precies. Ja, ik zou het niet bedoelt. Ouders, op die. Klopt, ja. klopt. Dat is, dat is een ander punt dat ik misschien straks nog even wil benoemen. Maar je deed ook ondertussen Engelsen. Ja, ja. Engelstalige tracks vooral, toch? Ja, ook features heel veel. Was dat zeg maar in dezelfde periode dat je ja. zeg maar dan in. Ja, ja vooral toen. Ik Hoe oud bedoel. was jij toen? Was jij toen 18? Je leek zo volwassen. Uh, nou ja, als je veel meemaakte, veel kilometers maakt dan uh, ja. Dering, man. Nee, ik was. Nou die ja, tracks wel van dat, Who Are You en zo. Ja, en, dat, uh, is, dat, is, dat is Wat is dat tien jaar geleden? Ja, precies. Dat, even kijken. Nou, toen was ik 25, of vierentwintig. Maar ik begon al. Heen en ja, weer te gaan van juist. de twintigste, denk ik ongeveer. Ja, ja, ja. ja. Sick. Maar wat je zegt, klopt wel. Dus die features, dus dat is ook nog zoiets. Al die features en zo. Dus dan, dan doe je eindelijk een... Uh, nou ja, toen de tijd was dat helemaal de shit. Dan doe je een track met Joe Budden en met een, uh, met een D. En een, ja. Ik kan echt een hele lange lijst noemen met mensen waar ik mee heb gewerkt. Ja. Maar het ding was... Dan, mijn, dan werd mijn naam ook niet gewoon genoemd. Dus dan. Op die, op die track? Dus ik ga dan shoppen met, 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 met hooks die ik heb en zo. En dan hoop ik dat ik een placement krijg. Mm. En dan wordt het online gegooid ergens op een uh, On Smash of een. Uh, World Star of een whatever. Hoe dat guy. Uh, weet je wel? <laughs> en, dan, en, dan, en dan wordt mijn naam niet genoemd. Ja. Yeah. En dan zie ik nu dat. Nu ik mijn eigen dingen heb gedaan. Nu zie ik gewoon. Kijk ik op, op uh, Spotify en dan zie ik gewoon weer een track... Uh, Opduiken, dat ik zeg: Hé, hey, wacht even, dan gaat het niet worden. Want dat oh, was... nu willen ze ja, wel ja, Een oude mixtape-track <laughs> van uh, vijftien jaar terug, dan gaat het niet worden natuurlijk. Wow. Maar dan zie je wel gewoon, als jij je eigen ding doet, hmm. als jij je eigen ding doet, dan, 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 dan volgt de rest, alles past zich dan wel aan op wat jij, weet je, ja, in plaats van andersom, dat jij nu ja, uh, die, die trein achterna rent. Uh, ja, uit, dat, soms ook uit paniek, zeg maar. Ja, dat is, dat is niet goed. Man. Dat, is, dat is niet cool. En dat heeft voor mij niet gewerkt. En ik heb eigenlijk. Ja, ik heb dat voor niemand echt zien werken. Nee, nee zeker niet. Wat dat betreft, alle grote aarde, als je het wil hebben over grote namen of grote mensen in general, mm. die zijn allemaal gekomen waar ze, waar ze zijn door gewoon. Eigen, een eigen ding te doen, eigen pad te kiezen. Wat, wat, wat deed het voor jou, zeg maar, dat je destijds bijvoorbeeld tracks met een, uh, een winnen kon maken en zo? En een, uh, zeg maar op Nederlandse bodem, want je was vooral eerst in Nederland mm. naar mijn gevoel best wel bezig. Ja. Kijk, is, is, is sowieso een eer om met met uh, met 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 uh, individuals te, te werken die gewoon weten wie ze zijn. Mm. Je, je noemt namen, je noemt een appa, je noemt de dat, dat waren allemaal me, Dus nog voordat. De rest van de wereld wist wie hun waren. Wisten hun al Vizei. wie ze waren. Weet je wel? En, en ik, ik ben wat dat betreft... Uh, als ik terugkijk, dan weet ik gewoon dat de keuzes... die ik wat dat betreft heb gemaakt, niet zomaar waren. something going on. Want die mensen die je noemt, die collabo's... die waren ruim voordat ze uitkwamen ja. al gemaakt. Snap je? Dat is dope. Dus een winnen trek met een winnen. Die, die lag er al een jaar. Trek met een appa, die, die lag ook al een half jaar of een jaar. Ja. Snap ik bedoel, dus dat, dat, dat was al ruim van tevoren was dat zo. En ik heb daar gewoon heel veel van geleerd. Want uh, wat je zegt, uh, op een gegeven moment had ik dus die trek met, uh, met, uh, met de oppositie En toen dacht ik van, mm. uh, als er een moment is om het te doen zelf nu, dan is het nu. Ja. En daarvoor dacht ik altijd van. Hmm, ik weet het niet, en uh, weet je, ik heb, uh, ik heb een achterban uh, die, die, die wil die hip-hop shit. Ja, yeah. nu ben ik een beetje gaan zingen en nu, nu willen mensen dat ik ga zingen. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik was bezig met een album, ik was bezig met de treatment. Ik dacht, ja, shit, ik weet het nu ook niet meer. Ja, yeah. toen dacht ik: fuck it, ik gooi het gewoon online en we zien het wel. Wat was de reden eigenlijk dat dat je, zeg maar, een soort van een beetje onzichtbaar was terwijl je wel. Zichtbaar was. Zeg maar, terwijl je wel muziek maakte en futurings en je stond op tracks die miljoenen views hebben gehaald. Met kleine Vizerik ook. Maar ergens. Waarvan mensen ook niet wisten dat ik het was. Nee, precies. Ja. Dus zoals ergens was je onzichtbaar en tegelijkertijd zichtbaar. Hoe, waar, waar lag dat aan? Nou, niet eens lag aan. Dat, dat, dat vind ik fijn. Zo, en, de, en des te verder ik ben gekomen. Ik weet, ik, heb, heb je de Elke wel eens gelezen? Nee. Nou, ik wil geen spoiler geven, maar het is dus eigenlijk een verhaal over iemand die een droom krijgt over een schat. Mm. Gaat de wijde wereld in om die schat te zoeken. Die komt allemaal interessante mensen tegen. En aan het einde komt hij er eigenlijk achter. Spoiler alert. Mm. Dat de schat ligt onder de boom waar hij elke dag slaapt. <laughs> dus het, het is er al. Mm. Weet je wel. En, en, en um, sorry, ik ben heel mijn punt even kwijt. Wat zei ik nou daarvoor? De alchemist? Nee daarvoor. Over zichtbaar en onzichtbaar dat je het fijn ja. vond? Oh ja tuurlijk. Ik ben nu heel ver gegaan om... Uiteindelijk erachter te komen dat al die dat die hele circus niet voor mij is. Mm. I don't like it. Juist. Ik heb de shows gedaan. Shows zijn te gek. Liefdeontvang is te gek. Uh, uh, maar de hele poes Maar die heen. hele shit is niet voor mij. Juist. Dus nu ben ik op het punt. Ik heb, ik heb uh, alle levels die ik uit wilde spelen, heb ik uitgespeeld. Ik ben er klaar mee. Mm. En nu is het tijd voor mij om het, om het te pay it forward. En, en daar uh, haal ik ook heel veel uh, voldoening uit. Mm -hmm. Want als een uh, Yves. Safire of een uh, Ginger of een uh, uh, Child's Play of van wie dan ook, als als hun bepaalde successen nu be, uh, behalen, dan geniet ik stiekem achter de schermen ook gewoon net zoveel als, als dat het voor mezelf is. Mm. Daar heb ik Left Lane Recordings ook voor uh, daar ben ik ook met Left Lane Recordings begonnen, mm. omdat ik weet dat ik achter de schermen gewoon heel veel influence kan hebben op, 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 uh, op het gebied van muziek. Want dat is wat ik ken. Dus al die andere dingen. Kijk, ja, sommige mensen die kunnen gaan vloggen en zo. En dat mm. soort ik ben niet. I'm not the one. Juist. Het is niet voor mij. Ik ben misschien. Uh, wat ook prima is, toch? Doel, is het ook. Als je dat voor, ja, weet voor je, ja, van dat, jezelf. Dat, maar die keuze moet je wel durven maken. En je moet het weten. En je moet het weten. Maar heel veel mm. mensen die zitten in een soort van limbo. En die denken van, ja, ja maar ik moet wel. Want anders, want anders. Mm. Ik heb zoiets van, ja. Elke keer als ik gewoon zeg fuck it in mijn leven, gebeuren de hele toffe dingen. Yeah. Op het moment dat ik loslaat, ik ben onderweg van New York hier naartoe. Ik zou uh, met Def Jam, uh, whatever, ik, Chris Lighty zal mijn manager worden. Ik weet niet of je weet wie Chris Lighty is. Nee. Hij is degene die 50 heeft gemaakt, oh, Buster shit. Rhymes. Daar was ik mee aan het praten. Ik denk jongens, It's about to go down. nu gaat het <laughs> gewoon gebeuren. Wat gebeurt er? Die man overlijdt. Oh shit! Dat was mijn 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 portal Ja 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 Man komt te overlijden. Ik denk fuck deze. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga het nu gewoon op mijn eigen manier doen. En ik breng gewoon een zang, uh, pokoe uit, waarvan ik ook bang was mm. dat mensen daar verkeerd op zouden reageren. Ik dacht ja, voor hetzelfde geld ben ik heel mee op uh, publiek uh, kwijt. kwijt. En het enige wat ik kreeg was support en, en liefde. Ja. Yeah. En dat heeft me alleen maar meer gedreven. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik meer ging leven in, in wat andere mensen verwachten van mij. Of wilden oh, dat of ik... Willen. En je gaat daar dan steeds meer in mee. Steeds... En dan raak je jezelf helemaal kwijt. Klopt, want je doet iets wat iemand anders eigenlijk wil. Niet wat jij zelf per ja. se wil. Of wat iemand verwacht van jou. Ja. En als je niet weet wie je bent, ja, dan ben je gewoon... Uh... Juist. ben je schaar. Zeg maar voor de... de um de nieuwe generatie die jouw verleden misschien niet echt kent. Ik heb het gevoel altijd bij jou gehad dat zeg maar dat je in, dat je het niet altijd mee had. Zeg maar, je vertelt nu zelf oh, ook zei je niet. Nee. dat je. Oh zeker niet. Zo. Nee, maar als in zeg maar soms keek ik zeg maar naar de hoorde ik zeg maar weer iets over jou. Ik denk van Jesus, Shit, fuck ja. deze guy heeft ja. echt geen geluk in zijn leven. Je weet toch? Ja, maar het is het is hoe je het bekijkt. Kijk, ik heb nu dus. Je weet het, toch net zo bij, uh, bij die Boy Scouts en zo, dan krijg je toch allemaal van die badges. Mm. Nou ja, ik zit hier nu met een jas vol met badges. Ja. Waar wil je het over hebben? Juist. Maar dat is. En ik besef, ook nu ik met de label bezig ben en nieuwe artiesten begeleid en gewoon dingen achter de schermen doe voor de community, weet je, ik, ik snap waar het voor is. Ik kan levelen met iedereen. Ja. Maakt niet uit waar je vandaan komt, less talk. Mm. Weet je, en, en dat is iets wat, wat niet voor iedereen. Ik, ik, ik geloof dat deze schouders zijn gemaakt om iets te dragen. Juist. Weet je wel? En, en um, hoeveel dat is, ja, daar komen we dan wel achter. Mm. Maar ondertussen blijf ik gewoon pushen. Gewoon. En, ja. en, en des te verder ik kom, des te meer dingen logisch worden als ik terugkijk. Ja. Want als ik nu terugkijk en ik zie mijn jeugd, ik zie. Weet je, dit meegemaakt, dat meegemaakt. Het is een hele lange lijst. Het is een hele lange ik, 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 lijst. Dingen, zeg maar, ik weet ook niet waar je het wel of wij niet over wil hebben. Ik, ga, ik wil nu wel iets, iets benoemen. Bijvoorbeeld, je bent uh, neergeschoten. Bijvoorbeeld. Dat is iets wat. Uh, um, hoe lang geleden is dat nu? Tien jaar? I don't know. Ik hou het niet bij, man. Er zijn zoveel It's dingen sick, ook daarna yeah. en de ook yeah. gebeurd. People don't know. Als ja. ik een boek zou schrijven, zou ik, zou ik sowieso denken, science fiction. Maar. Het is ja. met een reden. Ja. Ik zit hier. Misschien is er iemand thuis die luistert en die denkt: of oh zo. Ik dacht dat ik het moeilijk had. Precies. Of uh, tenminste, we hebben het nog niet eens echt gehad over wat er allemaal ja. heeft gespeeld. Maar... maar dat denk ik ook de reden waarom ik het zeg maar graag wil benoemen, omdat ik zeg maar weet dat de de jeugd zeg maar van nu. Die manoeuvreren zich zeg maar, ook in een maatschappij waar ze zeg maar, shit meemaken. Of waar ze in situaties terechtkomen die misschien dodelijk kunnen zijn. Of die misschien gevaarlijk kunnen zijn. Nou, ja, dit, dit was dan, ik ga je eerlijk zeggen. Die situatie was er niet zo een. Van alle situaties die het wel had moeten zijn. Ja. Was dat hem nou net niet. niet? En dat is ook super ironisch in a way. Zou je dat kunnen uitleggen? Nou ja, ik, ik, heb, uh, ik heb vroeger gewoon ook uh, shit gedaan weet yeah. je, ik bedoel mensen die me echt van vroeger kennen die weten dat ik uh, niet bepaald uh, squeaky clean ben uh, mm. geweest wat dat betreft. En ik heb, uh, 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 ik ben mijn punt weer kwijt, shit, ja, ik had net echt een hele rare meeting. Uh, wat, wat zei ik nou? Dat je niet de braafste was vroeger. Ja, nee maar wat, wat, uh, wat zei je nou daarvoor? Zij daarvoor, je zei, stelde een vraag toch? Oh, over, de, um, over de jeugd, zeg maar, dat ze in bepaalde dingen terechtkomen wat misschien gevaarlijk kan ja, zijn. Ja, uh, oké, okay, ja sorry. Nou, normaal ben ik niet zo vergeten achter, maar vandaag was even, even een zware dag. We got time. Uh, 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 nu ben ik het weer kwijt. <lacht> <lacht> Crazy. Ja, wacht. Eh, uh, focus, focus. Dat is goed. Dat is wat je krijgt als je zeg maar, uit een meeting komt. Nee, ja, het is echt een lange dag, man. <laughs> en je komt in de podcast. Shit. Terecht. En je moet op. Nee, ik ben gewoon afgeleid, want het is gewoon zo so smooth en zo so nice. Die Thank you. <laughs> nee, wat uh, uh, even kijken. Ja, uh, jongen, inderdaad. Uh, ja, voor alle momenten niet. Oké. Okay. Um, ik heb eigenlijk alles gedaan wat God verboden heeft. Mm. Weet je wel? En uh, daar, daar, daar ben ik niet trots op. Mm. Um, maar dat moment was zo'n willekeurig moment. Het sloeg gewoon helemaal nergens op. Ja. Ik stond gewoon met mijn handen in mijn zakken eigenlijk. En ik, Minding your own business. En ik kreeg gewoon een kogel in mijn buik. Niet omdat ik Iets heb gedaan. Dit heb gedaan ja. of die boos heb gemaakt of dit. Dus dat was voor mij ook gewoon een wake-up call. Voor jou, weet je. Eigenlijk bij al die andere keren dat je wel rommel aan het uh, trappen. Waar bent, het eigenlijk wel zou kunnen gebeuren, is het niet zijn. gebeurd. Ja. Maar heb je gewoon... Ja, ben je er net langs gegaan. Mm -hmm. Weet je wel. En zo zijn er heel veel momenten. Ik bedoel, toen mijn huis afvikte. Yeah. Ik had dat, uh, uh, dat uh, auto-ongeluk nog met Fijs. Met uh, toen de tijd. Het was ook echt super heftig. Best yeah. in peace. Ik, ik, ik heb dat zeg maar nooit echt meegekregen. Zeg maar. Want ik, ik las een artikel over dat jij Fijs had, ge, uh, had gesaved... uit een auto die in een sloot was terechtgekomen. Ja, we waren onderweg. Uh, dus uh, we waren in mijn auto... Uh, Tenminste, de, de auto die ik leende van mijn ouders. Yeah. Uh, uh, want toen, uh, toen, de tijd uh, had u nog geen. Uh, <laughs> Ballenartis <laughs> en zo. En yeah. g wagons en dat. Soort shit, Iedereen was gewoon een <laughs> Precies. <laughs> en uh, nou we waren waar onderweg. Uh, waar kwamen we kwamen nou vandaan? Dat is. Uh, we kwam ergens vandaan. Dat was iets, een soort black tie event of zo. Het yeah. zou zomaar kunnen dat dat gewoon uh, een MTV-ding was. Hè? Misschien uh, de dingen, stedenwoord of zo. Zoiets, ja. Ah. Wel, rond die tijd was het dat, dat. Ja, wel dat, aan. Zou, dat zou kunnen. Nou, ja, we waren dus van de weg terug. Ik, uh, ik dacht van ja, die boys moeten gewoon veilig terugkomen. Mm. Ik zou weet je, uh, uh, laten we gewoon... Uh, uh, ik, ik had die auto ter beschikking. Ik ging, nou, als iemand rijdt, dan gaan we daar gewoon naartoe. Juist. Uh, naar Rotterdam. En dan komen jullie gewoon veilig. En dan fix ik wel dat ik weer terugkom. Mm. Ond onderweg uh, val ik in slaap. En, Tijdens het uh, rijden. Nee, niet ik, ik oh. was niet aan het rijden, maar ik viel wel in slaap. Juist. Opeens uh, rijden we over gras. Oh. En rijden we gewoon met 100 kilometer gewoon uh, op een soort van... Ja, je kent die sloten wel bij de ja, snelheid, ja, ja, toch? Die ja, zal dat ja. hebben. Ja, ja, ja. En uh, de persoon die rijdt, die, die trekt aan het stuur en opeens uh, gaat die Jezus. auto gewoon... Uh, zo, weet je, dus... En... Uh, nou, auto ondersteboven in het water. En ik... Kan de nee, auto ook vol met water? Of... Onderste boven in het water. En oh. hij, het zakte gewoon weg, zo in het water. Ja. En ik was, uh, ik was het dichtst bij die, bij die auto. Andere mensen die waren gewoon uit de auto geslingerd. Gewoon uh, nee, tien meter verderop. Uh, gekkenhuis. En uh, ik zag die auto zo uh, het water in zakken. En ik, en ik, ik zag dat Vijs erin zat. Maar zijn benen waren gewoon nee. helemaal uh, fucked up. Gewoon verbrijzeld. Dus ik, ik moest erin en ik moest hem eruit trekken. En ik moest. Uh, Terwijl die auto verder weg zakte, moest ik zeg maar hem zo vasthouden. Mm. En met mijn voeten in de berm. Zodat wij ook niet naar beneden zouden yeah. glijden. Dat is echt crazy. Wow. Crazy. Weet je, hoe dus, uh, hoe vaak is van jij dat dood bent ontglipt? Dat is belachelijk man. Ik, uh, jij bent hier echt voor een reden. Ik snap het Jij ook. bent hier echt om. Maar op een gegeven moment ga je dat toch ook zien gewoon. Ja, Natuurlijk man. Van... 1 2 3 4 5 6 7 8 like, What you trying to say, god? <laughs> is, is, is crazy. Toch? Is crazy. Heb je wel een soort van of had je wel eens een soort van gesprekken met jezelf in je hoofd of gewoon met, met god dat je gewoon aan het praten bent van Yo, even serieus man, hoe vaak wil je me testen? Elke dag. Niet zo? Ja, maar als is het is dat je maar gewoon vragen dag, hebt. Maar, nou ja, de, de, de vragen die, 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 die worden duidelijk in de blessings die ik krijg mm. en de mensen die ik bereik. Juist. Toch? Ik ja. bedoel, als ik iemand... Uh, bedoel, uh, ik zeg maar wat. Opeens krijg ik de drang om een, om een boy van mij te bellen in Londen. Die uh, weet ik van wat, wat hij allemaal doet. En ik heb mijn leven natuurlijk heel anders ingedeeld nu. Ik leef gewoon anders dan dat ik een paar jaar geleden... Uh, of uh, weet je, een aantal jaar geleden leef. En ik krijg opeens de drang om hem te bellen. En ik vertel hem gewoon van... Hey, weet je, je moet je leven gewoon veranderen op die en die... Weet je, niet op, maar je hebt opties. Mm. Ik ben hier nu en ik zie dat jij opties hebt. Sommige mensen die verder komen in het leven, die vergeten dat. Juist. Die gaan gewoon verder en die kijken niet meer terug. Ik ga verder en ik kijk, oké, okay, ik kan die bereiken, ik kan die bereiken, ik kan die, ik kan dat doen voor die en die en die en die en die. Mm. Weet je wel? En dan, en dan zie ik, op het moment dat mensen ook echt stappen gaan maken, dan zie ik waar al die shit voor mij. Uh, goed voor was. Juist. Snap je? Juist. Dat zijn de vruchten. Juist. Van, van, van al die narig, uh, nare dingen. En, en van al die narigheid die je ja. maar hebt moeten ervaren. Ik, ik pak zo'n boek. Jij pakt zo'n boek. Ja. Maar niet iedereen in onze cirkel pakt zo'n boek. Mm. Maar ik kan jou wel gewoon de, de kleine verkorte versie geven die ik weet dat jij begrijpt. En die jij misschien nodig hebt op dat die moment. Die jij nodig hebt op dat moment. En op het moment dat ik jou dan tegenkom en jij tegen mij zegt van hey, ik ben uh, ik heb dit of dat gedaan omdat jij mij toen een toen uh, dit en dat heb verteld. Juist. Dan, dan valt het kwartje voor mij. Dan denk ik, oké, okay. dan, dan was het daarvoor. Ja, man. Dan moest ik door al deze shit heen gaan. Armoede, straatleven. Juist. Snap je? Er is niemand die nu bij mij op bij Leflein op de stoel kan zitten en die, die kan zeggen: Je begrijpt me niet. Kan niet. Ja. Waar wil je het over hebben? Wat heb jij niet mee Wat Snap je? ik bedoel, waar wil je het over hebben? Weet je, dus dus zo die badges, kom op, Juist. want dan weet ik dat het ergens goed voor gaat zijn. Zo kijk ik. Er. Elk, elk lidteken heeft ook een verhaal toch, en ja. je, je hebt veel littekens, man. Veel. veel. Dat is echt. Sick. Maar wat ik zeg. Uh... En ik besef dat ik heb zeg maar alles gewoon ervaren vanuit de buitenkant. Je weet mm -hmm. toch, ik, ik hoor gewoon die verhalen, ik zie die verhalen, ik zie jouw groei als, als mens en als artiest zeg maar vanuit de buitenkant. En ik moet zeggen, er zijn als er als er, als er zeg maar iemand is die ik zeg maar echt echt het succes gunnen dan was jij het wel vooral zeg maar vooral zeg maar van dat, dat ik wat ik zeg van deze gozer heeft gewoon echt nooit geluk in zijn leven gehad. Dus elke keer maar weer van dan ben je zeg maar aan het uh, uh, heb je weer, zeg maar weer even, even alle ja, hoop echt, bij elkaar ja, ja, ja. en dan denk van oké okay, we gaan weer en dan bam. Je ja, maar hit. Daar, daar moet ik ook gewoon bij, bij melden. Ik ehm uh, uh, laat het zo zeggen als ik uh, als er iets tofs gebeurt met mij als ik genomineerd word voor een Grammy, dan zie je dat niet in het nieuws. Laat we laat, laat dat wel gewoon, weet je? Dus het is niet zo alsof, uh, uh, alsof ik alleen maar shit in mijn leven heb gehad, mm. want dat is ook niet zo. Denk het is gewoon dat, een bepaalde... Ja, is dat, het een feeling die je hebt of is dat, denk je dat dat bewust wordt gedaan? Of hoe? Ik zou het niet weten. Ja, ik dat Ik kijk niet naar de meningen en whatever. Dus ik kijk gewoon, oh ja, is het wel zo of is het niet zo? Ik kijk oh, niet ja. naar, weet je? Dus uh, ja, nee, I don't know. Ja. Ik wil even een stuk uh, de, uh, over het stukje hebben van... Um, naar mijn gevoel, de overgang van uh, dat het lukte. Weet je, dat was het uh, moment dat jouw uh, je, je huis was in brand. Uh, ja, toen uh, was ik alles kwijt. Je was alles kwijt. Ik, ik had gisteren ook, uh, was volgens mij 13 mei 2013, ergens heb ik teruggescrollt. Dat was net voor mijn verjaardag. In je Insta. Ja. En toen zag ik die foto's en ik zag gitaar verbrand en je, je studio verbrand en gewoon alles. En je, het Crazy. Stond er, stond er ook bij van uh, Lost Everything. Ja. Rest in Peace, klaar. Ja. Voel, dag, de twee dagen absoluut? later was ik gewoon, gewoon let's go. Hoe ja. voelde het op dat moment toen, zeg maar. Ja, je bent alles kwijt, dus je kan niks meer verliezen, toch? Ja. Je kan alleen maar winnen. Wat was je kwijt? Alles. Dus ik, had, ik had niks meer. Geen kleren? Ik had geen van mensen. Ik had één uh, uh, ja, doosje papieren, gewoon en, uh, een laptop en een telefoon. Het die, die was echt gek. Mm. Dus je had mijn studio. En uh, uh, mijn laptop stond in het midden daarvan. Alles eromheen was gewoon gesmolten en het zag er rare... Die foto's zie je dus ook op mijn yeah. timeline. Laptop, doe hem aan, hij doet het gewoon. Live. Telefoon lag naast mijn bed, die deed het ook gewoon. En dat waren de enige twee dingen die ik nodig had. Ik was wel wat harde schijven en allemaal gekke shit was ik, was ik kwijt. Maar verder rest een doosje papieren. Met een paar hele belangrijke documenten. Mm. Uh, 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 nou ja, lang verhaal. Als ik dat, dat, verhaal, dat was een heel lang verhaal. Um, een, een, een doosje papieren, uh, mijn laptop en mijn telefoon. That's en, it. En, 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 en een ervaring die ik erbij heb gekregen. Mm -hmm. En ik dacht, van ja, fuck it. Nu, nu. Want de treatment was nog niet uit, toch? Toen was ik nog mee bezig. Was je nog mee bezig? Sterker nog, toen Waves uitkwam, was ik nog mee bezig met, met de treatment. Juist. Ik had niet verwacht dat het allemaal... Ik had verwacht, oké, okay, een song en die gaat dan uh, misschien de, weet ik, een, paar, een paar honderdduizend views of zo krijgen mm. op YouTube of wat dan ook. ja yeah. En dan gaan we gewoon uh, verder. Weet je dat ja. uh, The Treatment was het eerste album dat ik had het gekocht? Oh, snap. Ik zweer het. ik woon in Jij Rot was het. Ik woon... <lacht> 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 ik, ik, ik woon in Rotterdam. Ik woonde net in Rotterdam op kamers. No refund, no refund. oh <laughs> <laughs> my money back. <laughs> nee, maar ik woonde net in Rotterdam <laughs> op kamers. En ik um, dacht, ik luisterde gewoon naar je muziek en dat soort shit. En ik uh, hield het allemaal in de gaten. En dan wist ik dat het uitkwam. Wanneer, wanneer is die uitgekomen? Dat was die periode. De, dat 2000, was in 2013. 13, 14? Ja, zo 14. Ja, ja, 14 volgens mij. Ja. Het, ja, klopt. Het, was, het schooljaar was soort van net begonnen. Van uh, toen ik op de, op de hogeschool zat. Ik had eigenlijk. maar duizend uh, cd's ook trouwens. Hè? Dus ik had ja. verder niet... Uh... Ik heb hem op iTunes uh, had ik hem... Uh, oh, Oké, okay. ja, had ik, ik, had, ik, had, ik had gewoon duizend cd's gemaakt en that's it eigenlijk. Yeah. Verder had ik het gewoon gratis... Uh, Overal gegooid. Online gegooid, yeah. voor downloaden. Nou ja, mensen konden het kopen als ze wilden. En yeah. streamen of whatever. Dus yeah. uh, ik, ik had daar... Dat was meer gewoon een soort van... Shout-out naar iedereen die had gesupport. Dat was sick dat je, zeg maar, dan zo lang bezig bent met een, uh, met een album. die en je dan, dan ga ik helemaal de andere, kant. Ga je helemaal de andere kant op. Gewust ook. Nee, totaal niet. Het is soort van een beetje op je pad gekomen ook ja. hè? Zeg maar vooral ook met. met uh, want toen, toen die hele brandincident gebeurde. toen had jij daarna had jij Waves uh, uitgebracht. Vervolgens kwam je volgens nee, mij. was op dezelfde. dus ik had vlak voordat de brand uh, gebeurde was die er al uit. Die was er al uit. Dus die avond van uh, de brand was ik nog Zucker voor de liefde aan het doen met Opposites in Paradiso. Jeez. Dus dat was die dus ik had net die week daarvoor was zat ik bij Giel te spelen. Nee. Of nee 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 nee, nee wacht. Nee, dan dan na. Nee, dat was nee, dat was daarna. Dan dan. Dat was daarna. Nee, maar die week daarvoor was ik wel bij Giel om Zucker voor de liefde yeah, te spelen. Ja, dat voor. was het. En toen zei Giel tegen mij: "Voor maar eens... Kom Want je had, nog, terug. je had hem die track gemailed, toch? Ik dat heb was track het geval. Hij zegt, Ja, ik moet gewoon naar doen en ik ga hem spelen. Hij vond hem blauw. Precies. En diezelfde dag dat ik bij hem ben geweest in de ochtend, ging ik dus ook naar de wereld. De wereld draait door. En ik had nog nooit gezongen, ik had nog nooit gitaar gespeeld voor mensen. Ik kan nog steeds geen gitaar spelen. Nou, kom. Nee, nee, ik kan, ik, ik kan niet. Uh, de, de... Ik kan gitaar spelen. Nee, 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 nee. Niet, niet, uh... Ik zie je gitaar spelen. Nee, 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 nee. spelen. Nee, nee, maar niet, niet echt. Ja, dan... ja oké, okay, je bent geen Spanjaard geen, die geen gegeen... solo, uh, crazy. Uh, mode... Nee, maar je kan wel gewoon Santana. standaard gitaar spelen, toch? Je kan een. Bro, je, als je een poko live kan spelen op tv, ja. dan kan je gitaar ja, of spelen. Of ik kan alleen dat, dat Die dat, poko. Ja. Weet je, dat, dat, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja. het was meteen ook een sprong in het diepe, weet je? Dus als je. Nog een beetje terugspoelt naar wat je zei. Van ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om met, met, met de teleurstellingen en zo en dat soort dingen? Ik heb iets, ik heb iets heel irritants, tot, tot irritant toe. Mm. Weet je dat als, als ik ergens bang voor ben of als ik iets niet kan, dan, dan, word, dan word ik ge geobsedeerd. Juist. Totdat ik het gewoon doe. Mm. Weet je? En, en, en dit was ook zoiets, gewoon een sprong in het diepe. Ja, je, je hebt nog nooit echt gewoon publiek gezongen. Ik wist niet eens dat ik uh, zou gaan zingen en dat soort dingen. Nou zit je dan. Voor miljoenen mensen te... <laughs> te spelen opeens. Te spelen en te zingen. Ja. En ik denk omdat ik die sprong heb gemaakt. Dat dat ook gewoon zijn vrucht heeft afgeworpen op die manier. Want ik ging compleet in tegen alles wat ik kende. Ja. En ik dacht, weet je, fuck it. Ik laat het gewoon op me afkomen. Ik ga het gewoon doen. Weet je. En... en, en, en ja, dat, dat is gewoon een hele goede keuze geweest. Die, die trek van Sucker voor de liefde. Toen, want die was voorwees toch? Net. Ja, ja. Echt net voor Net, net. weekje of zo, toch? Nee, nee, nee. Iets die, langer. Die, die liep al uh, wel echt. Ja. Yeah. Wat... Want ik weet nog toen uh, die tune uitkwam. Naar Mijn gevoel. Uh, zeg maar, was dat soort van echt jouw uh, doorbraak in Nederland? Je hebt daarvoor. Heb je wel tune zeg maar, gemaakt. En die deden het ook goed. Mm -hmm. Alleen zeg maar, die trek met de oppositie was een soort van. Even een ander publiek. Mm, nou ja kijk al die andere features die waren gewoon die deden het heel goed ja alleen dit was de eerste keer dat ik bij een 53 zat of bij een 5.38. daarom was het dat was het enige verschil verschil juist verder was er geen verschil en natuurlijk dat volgens mij die clip een miljoen views ja, in dat, die tijd was dat ja, live toch ja, ja. dat je zeg maar een milie in een week of een dag of wat was er nou nou ja gewoon een milie uh, iets live in was het General it. was al yeah. heel kijk nu is dat uh, hoe in een hele was... korte tijd was het tenminste. Het was volgens mij het ja. snelste ofzo. Nee, toen was dat wel echt impressive. Dat was dus echt sick. Maar dat was ook echt gewoon een video-video. Kijk nu, je pakt een gh uh, uh, 5 en je schiet gewoon dezelfde soort video misschien. Yeah. Maar toen de tijd was het echt gewoon next, next, movie. Next, next. Ja man. Ja, man. Sowieso die boys shouten naar de opposites. Want yeah. wat hun hebben gedaan voor Nederland, sorry maar niemand heeft het erover. True. Maar hun hebben alles ondersteboven gegooid. Er was niemand die bij, uh, uh, wat is het, uh, Lowlands, gewoon mensen, zo, yeah, liet rennen klopt. en cirkeltjes. Nu doet iedereen het. Klopt. Hun deden dat. Klopt. Hun deden dat. Hun dat kwamen met een, met een Ja, met een, met, een, met een stage, met een, weet ik, veel, spiegels en craziness en lasers en weet ja. ik. Wat, craziness. Ze krijgen die credit niet. Ik geef, ik, ik geef ze nu die credit. Ja, Zijn, want, zeker. Ik had een uh, paar maanden geleden, ik uh, Twan. In de, in de podcast. Ja. Gruwelijke gozer. Ja man. Echt gruwelijk. Ik man. weet niet, wat, wat, doet, wat doet Willem nou eigenlijk? Willem hij heeft, heeft een klaar... album Gaan Ja, gemaakt. die hebben ge gecheckt. Hij doet, uh, hij had een uh, tour ook daarna gedaan. Hij is dus vooral gewoon met zijn solo shit gewoon echt uh, muziek aan het maken. Gewoon wat hij gewoon echt... Uh, tof vindt. Nou, ik heb die plaat voorbij zien komen, daarnaast zie ik gewoon wat hele mysterieuze foto's van shows en dat soort dingen. Ja, hij is wel zeg maar heel echt in zijn eigen. Hij is dus zoals ik ben, eigenlijk. Ja, maar, maar hij ja, doet man. het gewoon. Ja. En ik heb me bijna mee laten slepen en al die andere gekke Juist. drama en zo. Juist. Weet je, dus ik vind het jammer dat ik dat allemaal heb gedaan, mm. maar ook daar kan ik. Leren. Want Doeelijk. als ik nu een, een jongere versie van mezelf tegenkom, dan kan ik zeggen van, ik zou dat niet doen als ik... Ja, precies. Ik zou dat gewoon lekker laten staan en uh, keep it Ja. Dus uh, alles met een reden. Want toen die, um, uh, die track Waves, die ontplofte, mm -hmm. zeg maar, um, die track zelf was al goed. Dank je wel. was eigenlijk uh, hoefde eigenlijk niks, niks extra's bij, maar toen kwam er opeens een remix mm -hmm. met uh, Robin Schulte. Robin Van waar komt hij eigenlijk? Duitsland. Oh, hij is een duitser. Ja. Oh, ik dacht iets van uh, kijk, kijk, connecties. Reconnecties laat. <laughs> It crazy. was all meant to be, bro. Crazy, 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 ja. Maar nou, hij kwam met die rim. wist jij hiervan? Nou ja, sterker nog, uh, uh, niet alleen wist ik ervan. Kijk, ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik dus allemaal uh, aanvragen: van hey, kunnen we het uh, uh, officieel releasen? Want het was al, het werd al op Ibiza gedraaid en op bepaalde plekken. Dus het was al een soort van viraal dingetje. Mm. Alleen Pardon. Er was niet een officiële versie. Juist. Dus ik heb. Uh, we hebben toen. Mijn uh, voormalige manager. En ik heb toen uh, contact opgenomen met. Uh, met. Uh, met Robin Schulz. Van je laten we het gewoon voor het echt doen dan. Mm. Dus toen heb ik die sporen gekregen. Heb ik er een radioversie van gemaakt. Wat mensen nog niet eens weten. Dat ik dat, ik dat uiteindelijk heb gedaan. Ja. En. Uh, als ik. Dus niet alleen wist ik het. Ik heb er ook nog aan meegedaan achter de schermen. Sterker nog. Uh, Headhunters, hij is ja, de, de nummer één hardstyle, of mm. tenminste nou ja, ik, ik ken die hele scene niet, yeah. maar hij is een hele grote hardstyle uh, 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 DJ, producer. Die heeft mij zelf nog geholpen om alle, uh, de, de gitaarspoor te, 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 op, op, op de grid te krijgen, om het yes. zeg maar sync te krijgen en, en in de maat. Het mm. is gewoon een history die mensen niet weten. Toen Die remix van Waves ontplofte mm -hmm. met, met al het succes en zo, toen uh, zag ik opeens een uh, filmpje voorbij komen van Chris Brown, die mm -hmm. dat ging zingen. Was dat voor jou, zeg maar, ook zo'n wauw moment als hoe het voor mij was toen ik het zag? Nou, ik heb heel veel filmpjes binnen zien komen. Ik heb uh, Rita Hor in de auto zien uh, gek zien doen. Ik heb uh, uh, ja, maar dat hij het echt zong, ja. En zeg maar, dat vond ik op zich best wel een bijzonder iets. van shit, nou maar kreeg zeg maar, de, de erkenning van, Dat stukje wat hij daar zingt... Ik was erbij toen hij het opnam. Nee. Ja. Oh shit. Ja. Ik vind het zo leuk om deze informatie te horen. Wat ja, doet. maar niemand heeft me ook gecheckt daarvoor of zo toen de tijd. Wow. Hij... Ja, dus. Maar hoe ben je met hem in contact gekomen dan? Ik was in LA en. Uh, uh, wat was het ook weer? Um, zo. Er is zoveel gebeurd. Ja. Maar achter de schermen. Ik heb nooit echt dingen vastgelegd of zo. Ja. Maar ik was in LA en uh, opeens zie ik gewoon uit een. Drukke massa, zie dus ik gewoon een hand zo, zo op me afkomen, zo dat is op mijn schouder, en ik werd zo'n een, een VIP-gedeelte in, uh, uh, ingetrokken. Mm. Nou, daar zat Bieber, daar zat uh, 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 Chris, en opeens was van: Yo, I really love that song. And if you ever want to do anything with it, weet je wel, laat me weten. En zo, zo ik zei: Hi, cool, en het is heel gek. En ook misschien een wijze les, uh, wat betreft gatekeepers en dat soort dingen. Hij had een manager op dat moment. En ik zeg tegen hem: van, luister, hoe, hoe gaan we dit connecten dan? Want ik, ik, heb, ik heb mijn spullen gewoon bij je. Let's do it. Hij zegt: Yo, I got you. Toen hij zei I got you, wist ik al van dit is niet goed. <laughs> dit is niet goed. Dus ik sta bij de deur, tenminste ergens bij de uitgang. En onderweg naar de buiten komt, komt Crystal naar me toe. En ja, dit doe je of dit en dat. Gekke huis, security, allemaal craziness. En die manager weer van yo yo, I got you, en hij is pleiten. Dus twee dagen lang probeer ik gewoon te connecten of whatever, en het lukt niet. Ja. Dus ik dacht, wat, wat dacht ik toen? Fuck it, fuck it, <laughs> dan niet, bin deer. Dus check. En, en, en uh, ik, ik rookte toen en ik ga in, in uh, bij, hoe, heet die, hoe heet die tent ook weer. Ik weet niet meer hoe het heet. Het zijn van de restaurant of zo, heel exclusief. Mm. Ik ging, uh, uh, ik weet niet hoe ik daar ben beland. En ik ging even een peukje roken. En in dat, in dat uh, rookhoek, ergens in de schaduw, zie ik dus een guy die ik al een jaar eerder had ontmoet. En ik herinnerde van, hey, wacht even, dat is een vriend van Chris. Mm. En ik zeg, wat, uh, wat ben je aan het doen? Hij zegt, ja, ja, gewoon even eten, dit, dat. Dus ik leg hem uit. Ik zeg, hé, uh, hey, uh, ja. Chris zegt tegen mij, uh, hij wil werken. Maar ik kom, ik kom niet bij hem of zo. Het is yeah. heel raar. Hij zegt: Oh, dat is toevallig. Ik ben nu net onderweg naar een studiosessie. Waar, en, en toen ging ik terug in het restaurant, heel het restaurant leeg. Naast onze tafel zat deze guy. Leif. Dus van alle plekken waar hij had kunnen zitten, zit hij precies één stoel naast mij. Snap je? Mm. Sick. Als dat niet orchestrated is, dan weet ik het ook niet. Yeah, dus wij gaan er naartoe. En uh, dat was een van de meest uh, Wouwse. Gekke settings die ik ooit heb, heb, heb gezien. Ik bedoel, uh, ik loop die studio Ten eerste lag er een hele grote bak met telefoons. Waar iedereen zijn telefoon in moest deponeren. En, Waarom? Uh, nou ja, privacy. Nou ja, dat leg ik je nu uit. Ik doe die, die deur gaat open en ik zie gewoon. Het is gewoon een Vissa. <laughs> ik zie gewoon 30 meiden gewoon. Ik zie goed Deltar Chicks daar aan die kant. Ik zie een midden een deel, gedeelte met hoe weet ik wat voor mensen. Mm. En ik zie daar engineers en zo lopen. En Christy staat op de mengpaneel. Gewoon, gewoon zijn gewoon te blazen. Het yeah, is crazy. Sick. Dus ik kom naar binnen. We, we, weet je, we, we, we praten wat. En hij zegt: Yo, check this. I'm going to be the fastest artist you've ever seen. Hij ren naar, naar de booth. En al die shit die je hoort in die remix. Want je hebt die remix ook mm, gehoord, mm, toch? Yeah, dus niet yeah. alleen het filmpje. Yeah, yeah. Al die, heeft hij in, wat is het? Vijf minuten, tien minuten? Alle, met met ad-libs en alle gekke, whatever, erop en eraan. Heeft hij gewoon, is crazy. Dus dat was ook weer een soort van wauw moment yeah. voor mij. Yeah. En ik, ik zou je zeggen dat mijn beste ervaringen, die, 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 daar, daar is geen evidence van. Weet je? Yeah. Want ik heb heel veel van dit soort. Dingen meegemaakt. Zouden naar Chris sowieso. Want ja. Het was. Het is gek. Het is maar mensen weten dit niet. Het is belachelijk. Weet je, omdat ik. Ja, ik ben iemand. Ik geniet daar gewoon stilletjes van. Ik vind het altijd zo leuk om, zeg maar. terug te En. wacht even. Oh. Wacht even. Wacht even. <laughs> Oké, <Okay>, dus. <lacht> <check>. <lacht> ja, want we hadden het over gatekeepers toch? <laughs> ja, ja, ja. Dus check deze. Alles is opgenomen. Mm. Opeens gaat die deur open en die, die ex-manager van hem komt naar binnen lopen... en die zag wat er, wat er gebeurde. Dus ik stond op het punt om die files aan die engineer te vragen... van, joh, kun je me die files geven? En Deze man komt gewoon dwars door alle mensen van, joh, what's up? Ik zeg, ja, ja, hij is die files aan het, uh, aan het bouwen... zodat ik ze mee kan nemen en thuis ermee verder kan werken. Hij zegt, no, no, don't worry, I, I got, got you. Bro, <laughs> yo. crazy. Dus dat was bijna niet gebeurd. Wow. Wat, maar wat gebeurde? Opeens ga ik, uh, uh, wat was het? Ik weet niet of dat in die week was, of opeens ga ik online en zie ik hem gewoon die track zingen. Yes. En toen dacht ik van, is on, nu kan hij niet, het is out there. I got you. I got you. Dus ik contact, uh, snap je? Met, met, die, met die manager en whatever, allemaal craziness en alles. Maar zo zie je maar, als iets echt voor jou bestemd is. Mm. Dan kunnen er nog zoveel gatekeepers van mee. Het gaat gebeuren. Als het voor jou geschreven is, gaat het gebeuren. Mm. Dus, om, weet je, dus als je het wil hebben over nare dingen meemaken, toffe dingen. Alles heeft een reden en een purpose. Juist. Het is voor jou om, om die te vinden. Ja. Snap je? je? kan gewoon dingen over je heen laten komen en dingen gebeuren, whatever. Maar dat, dat is toch geen leven. Juist. Je, je wilt toch dat het ergens dient. Mm. Nou ja, en ik ben heel bewust van bepaalde dingen die mij gebeuren. Als ik. Uh, nou ja, ik wil nu niet een lekker band krijgen. Maar als ik nu een lekker band krijg, dan, wa, dan denk ik: van... oké, okay, wat, uh, wat, wie, is, wie is er om de hoek? Juist. Weet je, Waarom? Wie, wie, ja. met wie ga ik nu praten? Of wat, wat ga ik nu precies doen? Wat ga ik leren? En als je zo naar het leven kijkt, dan, kan je niet kijken naar, dan, dan ga je het niet zien als. Iets negatiefs doen. Als direct. iets negatiefs. Ja, ja, ja. Dus hoe je. Zo van ja, pech man. Nee, ik heb geen pech. Ik ben geblest. Mm. Zwaar. Hmm. En ik besef het ook. Zo word ik elke dag wakker. Ja. Gemotiveerd. Weet je? Dat is mooi, man. Wat, ik, wat je zegt zeg maar, klopt echt. Ik weet nog dat toen ik. Um, ik was zeg maar, op een punt van. Het was, zeg maar, net, niet net wel. Nou, je weet toch op dat punt. I know, dat, toen, zei, ik, dat is wat ik je zag, denk ik. Ja, en denk toen. Ik. En toen um, was ik met mijn wife. zeg maar. We woonden ook best wel in een soort achterstandswijk of zo. Je weet en toen kregen we een inbraak. En alles was overhoop gehad. Het hele huis kapot, dit, dat. En dan gaan in je, 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 je ja korre. lijp ook je weet toch en dan is gek hoe zeg maar als je zeg maar wel gewoon blijft die ding blijft doen en blijft werken wat dan ook komt er iets op je pad en dankzij dat met die doku kon ik in een ander huis en woonde ik opeens in een hele nette wijk en helemaal top en alsof ik zeg, het moest gebeuren kijk misschien want nu heb je die inbraak meegemaakt en uh, ben je een paar schoenen kwijt ik zeg maar wat. Mm. maar voor hetzelfde geld zou jij op diezelfde locatie een schoenenwinkel beginnen. Mm. Dan liever ben je nu die paar schoenen kwijt... heb je je les geleerd... Ja. daar... dan dat je die hele schoenenwinkel kwijt bent. Juist. Snap je? Juist. Zo, zo, zo denk ik van... oké, okay, dit is fucked up. Cool. Ik was uh, ook bij die brand, alles kwijt. Cool. Ja. Maar ik, dat kan je gewoon weer ophouden. Ja, op, weet je? Op, op, opnieuw. No problem. Er is dus niks wat je niet kan vervangen qua... qua maar dit, dit is, dit is ja, man. meer. Ja, nu. man. Weet je, dus... Dit... Maar ik vind het zo dope om te horen zeg maar, van jou dat... Uh, nou, zeg maar, soort van maakt niet uit wat je meemaakt. Je, je komt er overheen en je gaat ervan leren. En je moet het niet het altijd doen. Ja, toch? Je gaat toch ook nu naar de gym en je denkt van... Ja, ja, I don't know. je gaat, Je hebt een doel. Juist. En als jij dat doel voor je houdt, dan ga je daar komen. Maar niet, het gaat niet van... Je gaat niet... Naar de spiegel kijken. Je ziet gewoon je, je, je bicep gewoon iets geks doen of zo. Bloop, 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 bloop. Dat gebeurt niet. Nee. Je moet ervoor werken. Je moet pijn leiden ervoor. En het zijn die reps die pijn doen. Juist. Die tellen toch. Juist. En dat, dat is hoe ik in het leven sta. Het is belangrijk ook om dat, om dat te delen of zo met mensen. Man. Ik, ik, heb heel ik praat veel... er niet... Ik zelf praat er niet nee. op camera True. niet veel over. Maar nee, ik ook af... niet per se heel veel. Maar als ik zeg maar, in zo'n situatie dan kom en ik kan erover praten... vind ik het ook wel belangrijk om het te benoemen. Omdat er heel veel mensen daarbuiten zijn die zeg maar... Door een bepaalde gebeurtenis in hun leven mm -hmm. daar gelijk kapot aan gaan en zeg maar niet die, die stap durven zetten of kunnen zetten om er doorheen te gaan strijden. Ja, je weet toch? Maar dat, maar dat zeg, stel stel je zo overal gewoon de vraag waarom? Mm. Niet waarom, waarom ik, maar gewoon waarom. Mm. Waar is dit voor? Is dit voor nu? Is dit voor morgen? Is dit voor volgend jaar? Is dit voor deze persoon of voor, voor, hè, voor hem, haar? Hmm. Is het voor iemand die ik nog niet ken? Is het, waar is het voor? Als je dat alleen al zo erachter zet, zo tussen haakjes, dan ga je er al heel anders mee om. Klopt. Ga je er al heel anders mee om? Ja. Waarom? Want je bent zeg maar dan niet in een uh, um, ding aan het. Uh, hoe zeg je dat? Een je slachtofferrol je, ja. aan het gaan. Je bent aan het. Voilà. Je krijgt het. Nu, zit het, nu heb je het hier juist. en, en, en je, moet, je moet het nog plaatsen. Juist. Zo van oké, okay, dit was daarvoor. Mm. En ik probeer dat andersom te doen. Ik probeer het niet achteruit te doen, ik probeer het vooruit te doen. Juist. Snap je? Ik ja. probeer nu al een beetje te kijken van oké, okay, waar, waar gaat dit voor zijn? Of, uh, zodat ik nog minder fouten maak, fouten, uh, uh, en, en juist het, ja, zoveel mogelijk eruit haal. Zeg maar, ja. weet je? Na nou, zeg maar die hele uh, Chris Brown heb je je ja, met Lloyd Banks heb je een future gehad. Je hebt met 50 cent heb je ook nog een in gehad. army van buren, allemaal fucking grote namen. Hoe is het eigenlijk om zeg maar met 50 die tune? Zeg maar was dat voor jou, was dat iets voor jou of moi? ja, tuurlijk dat alles oh. wat je daarbij voorstelt, dat toch dat dus ik, ik krijg maar de telefoon, jouw houdt hij belde jou ja, uit de niks ook gewoon hoe Pak nou ja. Hoe? Ding is, ik heb dus heel veel gedaan ook. Heb je sporen ook een beetje achtergelaten daar in Amerika ja, toch? Dus dus die... die features die ik heb gedaan en die ja, weet je wel? alleen hij ja, ja, wist je wel te vinden, zeg maar. Ja, ja, was niet zo moeilijk. En we mm. hebben gewoon uh, mutual acquaintances en dingen, mensen waar we werken, producers, uh, engineers of uh, whatever. Dus dat is niet zo, uh, weet je, two degrees of separation voor iedereen eigenlijk, mm. wat dat betreft, maar. Uh, ja, gewoon alles wat je daarbij voorstelt. Zo was het dus. Het was gewoon echt crazy. Ja. ja. Ik vraag me zeg maar af: wat is een beetje de. Um, um, hoe erg verschilt Amerika in werkwijze in, in alles zeg maar, met, met, met Nederland? Ja. De afspraken, de studiosessies, de mensen, de, de vertrouwensbanden, de, noem maar op. Kijk, in, in Nederland, wij, Nederland, het probleem is, is dat mensen niet beseffen wat ze hebben. Dat is ook precies de reden waarom onze cultuur gewoon keer op keer gereept wordt. Door iedereen die hier komt, het plukt en wegloopt. Mm. En niet meer terugkijkt ook. Ik ga geen namen noemen, het zijn er genoeg. En nu pas begint iedereen wakker te worden. Maar vind ik op de verkeerde manier. Want nu eigenlijk is het moment. Net zoals een, een Afro-movement hun eigen ding hebben. Hebben wij ook ons eigen ding? Alleen we, we plakken er geen label op. Mm. Waardoor ze dat in Amerika gewoon kunnen doen. Want ik hoor een French Montana-track voorbij komen en ik denk van nou dat had gewoon eentje van ons kunnen zijn. Uh, ik hoor een, een, een Major Laser, ik hoor een Die, ik hoor een... D. Ik denk allemaal van oh dat is gewoon onze shit. Juist. Dat is gewoon DJ Moortje of dat is, dat is gewoon onze shit. Maar niemand claimt het. Maar niemand claimt het. Ja. En, niemand, en ze komen er ook mee weg, want wij zijn nog steeds van oh uh, uh, mensen komen van buitenaf hier en uh, pardon me en wij doen dit. Oh oh sorry. <laughs> Weet je, dat is wat het is. Punch your <laughs> Nee, maar, maar snap je? Maar iedereen wil buddy-buddy zijn. Juist. Maar ondertussen is er geen... Er is, er is, er is geen... Ja, iedereen comment op mekaar's op uh, Instagram misschien. Mm. Maar dat, dat is het niet. Dat is niet samen een, 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 een fort bouwen. Weet je wel? Hoe we dit nu samen kunnen, kunnen uitbreiden naar iets, iets biggers. Nou, echt een stempel. want die, Ameri ja, want die ja. Amerikanen of wie dan ook... die kijken hier naar binnen en denken... wat. Zo'n klein land, met zo'n bereik, zoveel streams, zoveel dit, zoveel dat. Ja, oh shit. Snap je? Maar die kijken niet naar hoe kunnen we werken met de lokale held of uh, lokale whatever. Mm. Nee, die kijken hoe kunnen we dit, deze formule, hoe kunnen we dit ook en meenemen over Meenemen en jatten gewoon. En ja. wij laten het gewoon allemaal toe. Wie been doing we net? Mm. Weet je wel, waardoor wij geen bruggen bouwen. Er zijn nog steeds hoeveel, hoeveel internationale artiesten zijn er in, vanuit Nederland. Weet Je ja, ga me niet zeggen dat er geen talent is. Ik zie genoeg dingen voorbij komen. En ik denk mensen rappen half Engels, ja, yeah. doe het dan helemaal en maak gewoon. Snap ik bedoel? Ik heb hier en daar, volgens mij ook gehoord, dat bijvoorbeeld een Seven Alias of zo heel graag in UK bijvoorbeeld dingen wil gaan doen en misschien ook ooit de stap gaat zetten om Nederland te gaan. Stoppen. Ik hoop het, ik zou het gruwelijk vinden. Ik zou het ook gruwelijk vinden, alleen het ding is, wij hebben te lang gewoon. Gewoon ja, die hele culture gewoon laten misbruiken. Gewoon. En, en, en laten plukken. Mm. En uh, zodra het uitgeplukt is... En iedereen het besefmomentje heeft. Hè, en iedereen uit, klaar is met spelen. Mm. Want dat is wat iedereen nu aan het doen is. Iedereen, iedereen is met elkaar aan het, aan het competen. Terwijl ze kunnen ook gewoon competen met daar aan de overkant. Van hé, hey, wij doen dit hier. Yeah. Jullie doen dat daar. Maar wij doen dit. Maar dat doen ze niet. Nee. Dus ze zijn... Het lijkt alsof iedereen bezig is met, met, met de juiste stappen, maar dat. Terwijl we het wel kunnen. Wij kunnen makkelijk competen met, met een UK of met uh, een ja. uh, Duitsland of Frankrijk of wat dan ook. Haal de cijfers er maar bij. Maar echt. Snap je? En, en daarom heb ik zoiets van: iedereen focus zich totaal op het verkeerde gewoon. Maar... Misschien zijn ze t, uh, te veel aan het focussen op um, gewoon op hun een, op een eigen. Zolang als ik maar safe ben en cool ben en... Nou ja. Mijn dingen doe, dan is het cool. Ik hoef niet per se. Ik ben, ik ben al blij dat ik het heb. Nou ja, mensen die zo denken of zo planten, gaan ook zo oogsten. Mm. Zo moet je het zien. En ik heb altijd ge gedacht: van het is mogelijk. Er is meer. Niemand kan mij vertellen dat het niet kan. En daarom ben ik met, met. Ik heb met heel veel mensen gewerkt waar ik niet mee wilde werken. zelfs. Op een mm. gegeven moment dacht ik van ja, dit is, is gewoon geen manier van werken. Hè. Mijn naam wordt weer niet genoemd. En ik uh, ging de hele chase chase chasen. Chase. Toen dacht ik, fuck it, nu draai ik het gewoon om. Nu mag je bij mij mag je blij zijn als je met mij bent, yes. zeg maar. En dat is wat ik bedoel. Dus we gingen van niet genoemd worden op mixtapes en collabos en dat soort dingen naar dat ik nu gewoon mijn Spotify open gooi en ik zie opeens een uh, whatever uit uh, West Bubblefuck, uh, <laughs> een, een, een track van 2000 whatever online gooien mm. om een beetje mee te liften. Op, op, op jouw succes waar jij voor hebt ge... Whatever, wat je yeah. het wil noemen. Algorithms, whatever. Mm. Ik denk van ja, kijk, dat is gewoon zo typisch. Want ik ben mijn eigen ding gaan doen. Mm -hmm. Ik heb mijn eigen lening gecreëerd wat dat betreft. En dat zou ik graag zien gebeuren bij andere mensen ook. Yeah. Want het, het, het talent. Heb je wel eens naar de radio gehoord de laatste tijd. Het yeah. talent is crazy. Ja yeah, man. De creativiteit is crazy. Hoe, wat mensen nu maken in verhouding met wat wij vroeger. De, ik zeg gewoon vroeger, want ik, weet je, ik was erbij. Juist. Ik doe dit al 15 jaar. En ook de, uh, los van de kwaliteit, maar zeg maar op een of andere manier ook de kwantiteit. Het is crazy. Het is te sick, man. Yo, Bro, ik ik, ik weet drie jaar erover om de treatment te maken. Mensen doen dat gewoon in een week. <laughs> ja, ik zag gisteren <laughs> nog een post van, van Seven Alias weer als voorbeeld. In één nacht, weer een jaar. Zeven ja, tunes. Ik heb een album gemaakt. Het is sick. Het is gek. Maar dat zeg ik dus. De, de werkethiek is er. En, en de focus is er wel in een way. Maar weet je wat het ding is? Is gewoon die, die Stockholm-syndroom gewoon, weet je wel? Dus al die mensen die ons komen beroven van, van, van creativiteit, die, 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 die prijzen wij dan, zeg maar. Van, oh, weet je wel? Kijk, dat waren wij. Ja, snap ik? niet uh, de... Maar no, een gives a shit. <laughs> ja, toch? En, en ja, weet je, en dat, dat is gewoon pijnlijk, man. Is het iets wat je, zeg maar, wat jou uh, irriteert, dat jou? Ben je ermee bezig, zeg maar? Of niet echt het geeft soort... me geïrriteerd, maar het, het frustreert me eerder omdat ik zie wat de mogelijkheden zijn. Weet Vooral je omdat jij, jij, was, zeg maar, jij hebt de mogelijkheden meegemaakt. Zwaar. Kijk, ik zie nu iemand met, uh, uh, ik voel als een artiest nu een miljoen euro verdient. Nou ja, dan zijn er twintig mensen die aan die miljoen euro ook een stukje verdienen, waardoor die taart heel klein wordt. Mm -hmm. Belastingman komt nog even langs. Mm -hmm. Er blijft niks meer van over. En iedereen schreeuwt het van de daken. Maar wat heb je... Wat, 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 ik moest ook uh, door een leerproces heen. Hè? Want ik dacht ook in het begin... Van, oh shit, wat, wat, er komt van alles binnen. Wat moet ik allemaal doen? En ik, eh, ik heb mijn wilde haren. Uh, weet je wel? Mm. <laughs> en, maar nu ben ik op het punt van... Hoe, hoe, hoe bouw ik verder? Juist. Ik heb zeven studio's. Ik heb... Uh, niet om op te scheppen, maar... Mm. Ik, weet je, ik, yeah. nou, ik, ik plant. Tuurlijk. Ik plant zaadjes. Ik wil tastbare dingen. Juist. Want wat nou als er op een dag, als het er niet is? Mm. Of, wat nou als ik het samen met die en die en die en die en die kan doen? Juist. Maar nog steeds zie ik mensen dingen van de daken schreeuwen. En, 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 en ik, heb, ik ben de, de meeste dit, ik ben de meest dit. Terwijl ik denk van ja, maar oké, okay, maar wat hebben we samen nou bereikt nu? Want, wat hebben we opgebouwd? Want daar aan de overkant lag, ze lag zich helemaal kapot. Ja. Snap je? Want daar maken ze de echte deals. Mm. Ja, de echte Puma deals en de echte endorsement deals, die wij ook gewoon kunnen, kunnen maken. Juist. Maar omdat wij zo klein denken, die bedrijven lachen zich helemaal kapot. Juist. Die, doen gewoon, die doen gewoon dit. Hey jongens, hoeveel heb je? Oh een kanaal van 100 miljoen subscribers. Oh, nou, hier heb je een paar schoenen. Zou je dit even kunnen posten voor mij? Ja, natuurlijk. Dit dat. Maar, maar daar, toch, als je wil kijken naar het verschil, want je vraagt me naar het verschil. Daar is het anders. Daar is het oké, okay, je wil me, what's in it for me? Mm. Hier bestaat dat gewoon niet. Want iedereen is zo bang. Yeah. Iedereen is zo bang om te vragen voor iets waar je voor werkt of wat je verdient. Yeah. Snap je? Maar iedereen wil de lusten, maar niet de lasten. Dus iedereen wil 100% genieten, maar er niet voor betalen. En mm. dat is ook zo in de muziekindustrie. Weet je? Dat is ook zo in de muziekindustrie. En daar is het heel anders. Daar is het omgedraaid. Daar willen ze eerst. Betaald krijgen mm. en daarna gaan ze iets voor je doen. Hier is het: ik ga alles voor je doen en dan hoop ik op een dag betaald te worden. Betaald te worden. Dat, is, dat is krom. Ja. Dat ja. is krom. Dus als je zeg maar uh, Amerika dan vergelijkt met Nederland, dan uh, niet alleen, zeg maar laten we zeggen, misschien per se Amerika, niet alleen zeg maar uh, stelen ze eigenlijk van ons, uh, los van ideeën of creativiteit of wat dan ook. Kijk je geen aan nog... tegen Amerika of zo? Nee, ja, dus precies. Niet, maar ze uh, lopen wel. Voor op manier van denken. Het is gewoon, het is, het is een stukje kapitalisme, zeg maar, wat gewoon heel erg ontbreekt in Nederland in general. Mm. Ondernemerschap, uh, het ontbreekt gewoon in, in, het, in het algemeen. Wij, als jij een vijfjarige Amerikaans yogi vraagt: hé, hey, Verkoop dit water is aan mij, toch? Uh, Wolver Wall Street. Mm. Dit... Dan gaat hij jou een heel verhaal vertellen. Terwijl hij niet eens weet waar het water vandaan komt. Hij mm. weet niet eens of het wel water is. Maar hij gaat jou gewoon een heel lulverhaal vertellen. dan gaat jou een droom verkopen. Hij gaat misschien. jou een hele droom verkopen. Ja. Dat is wat ze heel goed doen. Verkopen. En in Nederland is het van ja, nou ja ik, ik, ik ben gewoon. Uh, ja, ik moet gewoon blij zijn dat je kan. Onzeker, doen. He? Precies. <laughs> of het is heel extreem en het is te brag and boast en, en het is gebakken lucht. Juist. Dus het, is, het is heel raar man het is, het is een soort Alice in Wonderland shit mm. Trippy gewoon, ik snap er helemaal niks meer van Maar wat geef jij dan zeg maar mee aan jouw uh, Artiesten op jouw label zeg maar, probeer, jij Advies? Hun, probeer jij hun een beetje die Amerikaanse mentaliteit te geven Ik deel of... boeken uit ik, deel, weet je, kijk, niet, ik heb geen Amerikaanse mentaliteit mm. Maar ik besef wel Dat ik uh, In een omgeving zit Die niet ontworpen is voor mij om, om, te, om het te laten slagen. Juist. Welke droom ik ook heb. Ik zit niet in een omgeving die mij helpt. Ik, heb, ik, zit niet, ik, uh, ik ben geen burger in een maatschappij die ontworpen is om mij te helpen. Mm. Helemaal niet. Ik betaal mijn belastingcentjes, ja prima. Maar wat krijg ik ervoor terug? Helemaal niks. Meer controle, meer uh, regels, meer, et cetera, et cetera. Dat, dat is al de bubbel waar ik in zit. Mm. Um, wat ik probeer te doen is artiesten te zijn die ik niet naai. Juist. Dat dus Be the change you want to see in the world. Ik heb geen Amerikaanse mentaliteit wat dat betreft. Ik heb, geen, ik heb mijn mentaliteit. Jij moest in een hele korte tijd veel informatie opslaan. Mm -hmm. Dus zeg maar. Um, ja, hoe was het eigenlijk? Nou ja. Um, ik ben gewoon blij dat ik, dat ik gewoon, gewoon gemotiveerd bleef. Mm. En, 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 uh, maar is het moeilijk bleef... dan? In periode? Want het lijkt me juist heel motiverend als je zoveel succes behaalt. Of zie ik dat verkeerd? Ja, maar mijn succes is, heeft een andere definitie. Weet je? Dus uh, een nummer 1 hit is voor mij niet een succes. Mm. Uh, het is een succes. Maar het is niet het succes. Het is maar niet per ik, se jouw succes. Niet het succes waar ik achteraan ga. Mm. En daar ben ik nu dus achter. Dat is niet mijn, succes. Is, mijn het, succes. is dat wat jij nu denkt over de oude jij, of is dat wat jij al dacht toen je het nog niet had? Ik was er toen nog achter aan het komen. Mm. Dus toen wist ik het nog niet. Ik ga naar, uh, naar de Grammys en wat een hele awkward experience was. Ik ga <laughs> daar never nooit meer naartoe. Stop. Ze kunnen mij nomineren voor 80.000. Uh, weet ik voor nominaties? I don't give a shit anymore. Ik ga daar nooit meer naar Waarom? Omdat het is gewoon niet voor mij. Snap je? Je staat daar. Het is gewoon allemaal gewoon niet. Beetje awkward. Ja. Sorry. Weet je, je moet het zo zien. Het is heel makkelijk om mee te gaan in die slipstream. Weet je? En dat is zo gevaarlijk. In die waas. Dat is zo gevaarlijk. Ja. Het is zo gevaarlijk. Waarom? Ja, ik ben bij een feestje en uh, iemand doet iets in je. Oh ja, doe gewoon lekker. Oh, ja, doe, proef dit ook een beetje. Doe dit. En voordat je het weet. Ben je hoekt? Ben je hoekt? Ben je klaar. En dat is dit ook. Mensen ja. snappen het niet, omdat ze verwachten, oh ja, ik heb het wel onder controle. Nou, ik rook al 22 jaar, ik ben nu een jaar gestopt. Mm. Nu weet ik wat een verslaving met je doet, mm -hmm. nu pas, nu ik de grootste. Chain die ik ooit heb gehad, van me af heb ge, 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 getrokken, gewoon. Met hulp. Weet je wel? Mm. Maar crazy. Ja. Dat was de grootste chain aan me. 22 jaar. Ik was een kettenroker. Ja. En van de een op de andere dag rook ik niet. En nu doe ik een stapje en dan zie ik opeens wat het is. En dat is hetzelfde met, met fame, met aandacht, met dopamine, met whatever. Yo, ik, ben, ik, ik doe gewoon dit man. Want dat vond ik ook wel interessant, want zeg maar heel veel mensen die um, in een hele korte tijd heel veel succes zeg maar, behaalt, die, die raken de weg kwijt. Die of alcohol, of drugs, of weet je want je bent heel veel aan het optreden, je eet slecht, je bent nou, in die rush. En je bent er niet ben bij als je de, de best of oh. ziet, toch? Maar hmm. Je, je bent er niet bij als je de worst of ziet, ja, als het om een, uh, een docu gaat, om mijn kijkcijfers of, of whatever. Maar je ziet mensen niet slecht. Je ziet mensen niet in een bal, in een hoek van een huis huilen. Omdat ze echt. En geloof me, er zijn misschien 70% van de mensen die je op, uh, op televisie of waar dan mm. ook ziet. die gaan kapot. Yeah. Die, gaan het jou, die gaan jou niet appen om te zeggen dat ze kapot gaan. Die doen dit zo. So. Die, uh, die doen wat uh, op en die uh, whatever. Show must go on. Juist. Snap je? Ik wil niet een van die mensen zijn. Hoe, wat deed jij eraan zeg maar, om niet op mijn bek gaan. En gelukkig er op tijd achter komen dat dat gewoon niet voor mij was. Gelukkig wist ik wel wie ik was. Dus ook al ging ik mee in heel veel shit. Ik wist toch wel wie ik was. Ik, wou... mm. dus ik, ik, ik je hiel... kende je grens. Ik, ja, ik hiel... nou, ja, ik ben ook vaak over mijn grens heen gegaan, maar ik hield mezelf toch net, net even vast. Gewoon van oké, okay, school. We gaan die kant op, maar uh, kijk uit hè. En de mensen om je heen. Ja, hadden, hadden, had je het gevoel dat de mensen om je heen je beschermden? Even voor die, voor, die, voor die, dat stukje gevaar die jou misschien... De mensen om je heen kunnen je niet beschermen of zoiets. Nee. Uh, jij ja, hebt zelf ook... Je wordt erkend, je wordt... Mm. Je, je hebt een bepaalde aandacht, je weet wat ik bedoel. Yeah. Weet je, dat is iets... Dat als je het niet weet, dan kan je dat gewoon niet voor, voorstellen. Mm. He, dat je weer bij een verjaardag zit. Gewoon bij dezelfde mensen waar je al... 20 jaar over de vloer komt en opeens gaat iedereen raar doen. Yeah. Leg dat eens uit, dat gevoel. Opeens gaat die, opeens word je gewoon voor blok gezet. Leg dat eens, dus jouw hele comfortzone is weg. Klopt. Dus wat ga je doen? Je gaat meer in een. Uh... Zelfs van de mensen dichtbij. Ja. Yeah. En wat ga je doen? Je gaat meer in je eigen op je eigen wolk leven zeg maar. En dat zie ik te veel gebeuren. En dat vind ik dat vind ik dat vind ik gewoon jammer. Ja. Yeah. Vind ik jammer. En ik wil juist nu meer terug naar wie ik was. Wat dat betreft. Weet je, dus ik ben altijd mezelf. Ik kan niemand anders zijn. Men zegt altijd: je bent zo uh, dit of uh, je, je verandert. Ja, ja tuurlijk. Vind jij dat jij bent veranderd? Ik, als, in... Mijn karakter niet. Nee. Ik heb mijn gedrag veranderd. Ik ben minder ag agressief uh, in het verkeer. <laughs> uh, ik denk na vooral dat ik dingen doe. <laughs> ik kan me niet voorstellen dat je agressief bent. In oh, geloof, de... <laughs> mij, geloof, geloof mij. Geloof mij. We kunnen een keertje petsen en dan laat ik jou mijn handwerk zien. Trust me. Nee, maar Als in, zeg maar, ik, 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 ik zie jou als een best wel een heel rustig persoon. Nu. Ja. Nu. Daar heb ik heel veel aan moeten werken. Ja? Heel veel aan moeten werken. Heel, 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 heel veel aan moeten werken. Mm. Dus niet een klein beetje, gewoon elke dag. Op wat voor manier werk je daar dan aan? Ik lees een boek. Lezen. Uh, ik lees de Bijbel. Heel veel. Goeie. Daar krijg ik heel veel... En het ding is, zeg maar, de, dat, voor mij werkt dat heel gek, want als ik de Bijbel lees, stel ik zit met een probleem, mm. uh, de oplossing komt dan niet op de manier hoe ik dat dan, oh, weet je, i, i, voor me zie. Mm. Dus ik zit met een, met een issue, een familie issue of een whatever issue, of een, en ik denk van, ja, ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan. Ik, ga, ik lees een verhaal over een vrouw bij een put of een... Uh, en opeens, ploep, komt de oplossing gewoon in mijn hoofd. Juist. En dat is, je downloadt bepaalde info, toch? Maar. Het sleutel aan jezelf is gewoon heel eerlijk zijn. Mm -hmm. Soms hoor ik mensen zingen. en die sturen dan een demo. en ik hoor niet één goede noot. Ik denk van hè. maar je hoort het zelf toch ook? Mm. <laughs> Snap ik bedoel? Yeah, yeah. Daar begin, dus als je al niet eerlijk naar jezelf kan zijn. hoe ga je dan werken aan jezelf? Ja, juist. Als jij zelf weet dat je. Uh, Zeg maar wat, niet altijd eerlijk bent. Dat je lui bent. Mm. Dat je slecht tegen kritiek kan. Dat je, weet ik veel, ongeduldig bent. Ja. Hoe ga je er dan aan werken? Hoe ga je er dan aan werken? Dat gaat dan heel moeilijk gaan. Mm -hmm. En ik heb zoiets van, ja, ik weet... Dus mijn basis is al... Ik weet dat ik niet perfect ben. Ik weet dat het altijd beter kan. Ja. Dus nu gaan we eraan werken. Ja, wat gaan we eraan doen? Wat gaan we eraan doen? In plaats van zitten en denken, oh, maar ik heb zo'n jeugd gehad en ik... Uh, Daar het probleem... En dat en dat, weet je, en, en, de en mijn huis was in, uh, in brand en... en mijn, mijn huis, huis was in brand en, uh, weet je, nee. Daarom ben ik zo, ja. En, uh, ja, toch? Ik bedoel, uh, ja. Wat je zegt, alles is gebeurd om een reden, toch? En het is hoe je ermee omgaat. Daar ga ik wel vanuit ja. Wat een ik, beetje frisjes hier. Uh, ik broeder? heb het ook. Smaakje. Uh, ik weet niet door de, de ramen staan. Misschien een koolde ijskalfijt. Maar Ik had toevallig had ik het uh, laatst over met uh, uh, een mattie van me dat we het hadden over uh, over geluk en over dat als je misschien een bepaalde um, wealth hebt bereikt mm -hmm. dat je vanuit een hele andere perspectief dingen gaat doen omdat je dat al aan die stress is al aan de kant, ja. dus nu kan ik echt doen wat ik voel en ja. wat ik wil. Daarom stelde ik ze maar Waarom? ook die vraag. En ja, oké, okay. dus ja. Toen ik uh, jong was, jonger was, klein was, uh, had mijn vader had een, uh, had een zakenpartner en uh, die had een, die had een, een, een hoe zeg je dat, een uh, cabrio. Mm. Uh, grijze, grijze haren, jonge vriendin, weet mm. je wel. Het zag gewoon. Hij leek op uh, die dude van uh, Miami Vice. maar die oude. oude. Zo zag yeah. je hem. Dus die guy, die, hij, ik dacht dat hij had wat ik wou. Mm. Dus ik vroeg hem: Ik zeg, uh, wat nou als je duizend gulden hebt? Ik denk, ik vraag hem meteen de key of succes. Dan ben ik meteen klaar. Ik zeg: wat nou als je duizend gulden of euro, of whatever. Wat zou jij ermee doen? Ik verwachtte dat hij mij zou vertellen. Ik stop 200 euro in de daar en 100 euro. Totaal niet. Hij zegt duizend gulden. Nou, ja, ga ik lekker uit eten? Koop ik mooie schoenen van? Ga ik iets leuks mee doen? Misschien een boek kopen. Nu ik zelf ben waar ik ben, snap ik helemaal wat hij bedoelt: investeren in jezelf. Mm. Als je investeert in jezelf, is dat forever. Ja, is rijkdom forever. Dus qua qua. Hè, als je je wijsheid wil vergroten, zeg maar. Mm -hmm. Je kan iets ko Je kan een auto kopen. Die gaat omlaag in waarde. Je kan uh, zilver en goud kopen. Mm. Gaat misschien omhoog. Gaat een beetje zo. Gaat het. Een... Maar dit hier. Dit zijn de tools om al die dingen mee. Uh, om alles te bereiken wat je, wat je in je hoofd hebt. Juist. Hier moet je investeren. Dus als jij mij vraagt van... is dat omdat je, dat je nu zo bent... omdat je dat allemaal hebt bereikt? Ja en nee. Het, heeft lange, het is een lange route geweest... om hier te komen. Zeker. Maar nu ik hier ben, kijk ik terug en denk ik... tering man, dat had je veel makkelijker kunnen doen. Mm. Door je niet druk te maken om al deze dingen en al deze afleiding. Uh, Kijk, het afleiding ding is wel dat niemand ooit tegen jou kan zeggen: van ja, maar je hebt niks meegemaakt. En je kijkt nu, je bent rijk. Of wat, wat. Mm -hmm. dat, dat kan niemand. Maar ik kan het nu wel voor iemand anders zijn. Ik kan nu wel tegen iemand anders die aan het begin staat van zijn whatever. Kan ik zeggen: van ik zou het niet doen. Mm. Juist. En als ze zeggen jou, ja, uh, dan zeg ik: ik zou het niet doen. Want ik heb het zo en zo en zo en zo meegemaakt. Juist. Is toch een. Weet je? It's a, it's a beautiful thing. Zeker. It's a beautiful thing. En ik, en ik vind ook, ja, weet je, de, dat is dat is het hele verhaal van Elke Mis waar ik het over had. Mm -hmm. Je gaat de hele wijde wereld in om erachter te komen dat je eigenlijk al had wat je wilde. Mm -hmm. Snap je? En, en ik, ik, ik heb dat al. Ik, ik, je hoeft niet, je hebt, ik heb niks nodig om gelukkig te zijn. Ik doe mijn ogen dicht. Ik ben gelukkig. Ik denk gewoon aan goede dingen. Juist. That's it. Weet je, en, en alles wat daarbij komt is mooi meegenomen. Ik vind het ook leuk om mee te een, le een mooie loosje of, of een dit of een dat. Vind ik gewoon tof, vind ik leuk. Vakmanschap of sure. uh, lekker eten, vind ik allemaal top. Maar als de dag dagje niet gebeurt... Ook goed. Ook goed. Als je zeg maar, uh, omdat je net zei van... Uh, ik heb ook op brood en water geleefd. Mm -hmm. Als je zeg maar die en Euroshopper lasagne en dat laat een paar de paardenvleesbeek te zijn, wat ik niet eens wist. Ja. Dus <laughs> geen shout-out naar Euroshopper. <laughs> als je, zeg, als je zeg maar daaraan denkt hè, en uh, je, zeg maar je, je live nu... Had je zeg maar kunnen bedenken dat het ook maar een, een, een procent was van wat je nu hebt? Nee. Ik wist wel dat er iets zou gebeuren. Mm. Maar dit, dit ging ver beyond, gewoon tien keer voorbij alles wat ik ja, is crazy, ja, yeah. is crazy. Dus ik ben blessed. Maar ook dat is ergens. Kijk, ik denk op, de, op dit niveau komt er, eh, zeg maar linksom-rechtsom komt er ook wel gezeik bij kijken, toch? Dat is niet zeg maar. Er oh, is je... heel veel gezeik, hè? Toch? Ja, 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 het is, heel... het is niet omdat je zeg maar een bepaald Juist, level hebt. De fouten die ik maak, we <laughs> hebben over... meer gevolgen. <laughs> dat is niet even. Ik heb een mattie van me duizend uh, euro geleden. Dus nee, we praten echt over ja, 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 ja. hele heftige toch? Die kan echt pijn doen. Ja, die ga, offline ga ik je wel. Uh, ja, ja, ja. Snap je? Dat zijn heftige dingen. Ja. Weet je, investeringen die ik maak die gewoon niet goed lopen, lessen die ik leer. Weet je, maar, maar dan nog, het, draait op het, draait, het komt op hetzelfde neer, mm. uiteindelijk. Mm. Ik ga ervan uit dat ik alles krijg wat ik verdien. That's it. Goed of slecht? Goed of slecht. Ik krijg precies wat ik verdien. Mm. En dat is met iedereen zo. En iedereen die het er niet mee eens is. Die moet maar eens misschien in de spiegel gaan kijken. Snap je? Ja. Als jij vindt dat jij iets verdient, schrijf maar. Uh, probeer twee redenen te bedenken. Niet één, mm. omdat ik het wil. En misschien twee, uh, omdat ik het verdien. Probeer er nog maar eens een paar te vinden. En dan, des te verder je gaat komen, des te meer je misschien gaat komen naar wat het probleem is. Juist. Wat, wat jouw blessing in de weg staat. Juist. Snap je? Want iedereen. Uh, heeft een blessing boven zijn hoofd hangen. Of één of twee, of meer, of mm. weinig. Maar ja, je moet, wel, je moet er wel iets voor doen. Ik vind het zo laat dat ik zeg maar... Uh, ik heb heel vaak de jou, jouw voorbeeld gebruikt... ook tegenover mensen om me heen, of uh, vrienden, of wat dan ook. Die ik keer gaf bij een interview uh, bij Bars... over dat, dat voorbeeld, dat uh, gaf je daarnet ook... toen je het hadden over uh, dat je van over deals of dat soort dingen. Je weet toch? En toen uh, zei jij in dat interview van um, als je zeg maar een clip wou schieten uh -huh. en dat je dan bijvoorbeeld uh, bij Adidas ging uh, aankloppen en zegt van jullie ik, ik wel een clip schieten en dat ze dan zegt van ja, hier heb je twee paar schoenen. Dat zeg ik net. Ja, ja dat zeg ik net. Ik zeg precies hetzelfde. En dan ga jij die schoen weer. helemaal laten zien. Dit, oh, dat. Ik zeg, ik vertel net precies hetzelfde verhaal. Ja. Yeah. Maar dat is omdat het maar is hoe stiek is het dat jij zeg maar je zegt het nu en het je zei bijna dat al een tien jaar dat, geleden. Nee, dat is veel langer geleden. Of langer geleden. Dat is veel langer geleden. Dat is, dat is echt veel langer. Maar het, het gaat er gewoon om dat, zeg maar, de, die definitie is altijd toepasselijk. Kijk, dat, dat is de reden waarom goud al duizenden jaren een kostbaar iets, ja. iets is. Ja. Omdat de principes verdwijnen niet. Dat is al duizenden jaren. Hoe zeg je dat? Het heeft de. de, de, de en de, de trials en errors en alles mm. doorstaan ja, juist it's classic snap je ja. en en zo de meeste moet moet zo zien alles wat, wat, wat uh, corny is of hoe zeg dat, uh, je dat hoe heet dat ook weer wat is dat woord ook weer um, in het Nederlands of? ja dus een soort woord als je, als je iets zegt uh, dan uh, is het zo voor de hand liggend uh, ja um... je weet wat ik bedoel ja ik weet Nee, maar nu moet het vinden ook. Ja. Praat het nog een beetje verder? Ja. Ik heb het altijd even op. Het is, het is uh, 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 shit. Wat is het nou? Nou ja, uh, gewoon van, van, van die dingen die je dan zegt, van die spreuken of. fabeltje uh... of nee. Nee, nee, nee. Het is uh, Het ligt echt hier. Yeah. Gewoon hier. Op het puntje van mijn tong. Ja, nu dan moet ik het ook weten. We gaan langs zitten, joh. Is so We Ga langs zitten. Het is, het, het is misschien... La la la. Maar... Maak hem <laughs> af. <laughs> Shit. Nou ja, het is eigenlijk net als corny, zeg maar. Ja. corny. Wat is de vertaling van corny? Dat is een ander woord, maar dan een minder... Maar goed, anyway. Ja. Maar vaak is dat dus zo, omdat er waarheden in zitten. Mm. Snap je? Dus veel dingen die worden gezegd zijn, zijn, zijn algemeen bekend omdat ze waar zijn. Juist. Weet je wel? Uh, uh, dat je met je beide benen op de grond moet blijven. Dat je dit, dat je dat. Uh, er zit gewoon een kern van waarheid in. Mm -hmm. In al deze basisprincipes. Juist. En ik, ben, ik, ik hou van classic dingen gewoon. Weet je? Ik bedoel, ik, ik kan geen gekke schoenen dragen. omdat ik eerst moet wennen aan het idee. Mm. Snap je wat ik bedoel? Dus ik draag nog steeds Jordans. En ik draag nog. Dus, over tien jaar ga ik misschien mijn eerste gekke schoen kopen. Omdat ik ben, dus ik ben meer van classic dingen. Ik hou van classic, iets wat al een x aantal jaren staat. Dan pas durf ik het aan, zeg maar. En, en, en dat is nou ja, een, een filosofie die ik heb van heel veel dingen. Ik, ik, begin niet, ik spring niet zomaar in iets in een nieuwe trend of een hashtag, whatever, whatever. Maar het, dat doe ik niet. Het, het is wel goed dat zeg maar, wat je, zeg maar wat jij destijds in dat interview zei. dat het vandaag de, de dag nog steeds te is. Hetzelfde. En dat is mijn punt. Dus dat, dat. ik hou ervan als het tijdloos is. Juist. Muziek, tijdloos. Uh, schoenen, tijdloos. Mm. Uh, weet je, whatever. Juist. Tijdloos. Ik geloof in tijdloze dingen. Kunst, ja. tijdloos. Alles, tijdloos. Dan, weet je, dan. Uh... Wanneer weet je dat iets tijdloos is? Nou ja, dat voel je gewoon. Dat, dat weet je. Kijk, als jij je laat meesleuren in, uh, in een trend. Is er een kans dat het niet tijdloos is? Mm -hmm. Snap je? En daarom weet ik ook gewoon over tien jaar. Maar waarom heb ik dan het gevoel dat zeg maar vroeger, mm -hmm. als ik dan luisterde naar een oppassist, of naar een appa, of naar jou, of naar ja. een win, of wat dan ook. had ik bij sommige tracks meer het gevoel dat iets tijdloos was dan wanneer ik nu naar een woordschat luister op Spotify en ik ben aan het scrollen door tracks. Waarom is dat zo, denk je? Nou Ja. Kijk, ik weet niet wie er nu allemaal op dit moment in woordenschat staat. Mm. Maar over het algemeen zijn er niet heel veel mensen meer bezig met wat er volgende maand nog goed is. Want volgende maand brengen ze alweer een nieuwe single uit. Of? Juist. dus die, 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 die kwantiteit is nu. Wel... Dat moet allemaal heel snel, snel, snel. Ja, het moet allemaal heel snel. En dat vind ik jammer. Weet je, ik. Maar iets zeg mij maar, dat dat niet heel snel gaat veranderen de aankomende tijd. Ben ik. Ik weet het niet. Kijk, op een gegeven moment. Als jij heel veel fastfood eet. Mm. Op een dag. Dus als jij elke dag uh, Mackie eet. Heb je er genoeg van? Heb je er gewoon helemaal genoeg van. En, als als, als, als uh, luisteraar zijn, bedoel je dan? Ja, ja. Juist. Yes. Dus als jij elke dag gewoon. Uh, nou ja, er zijn mensen die daar geen. Uh, nou, weet je, veel plezier. Mm. Maar een groot deel van de mensen die heeft zoiets van. Weet je, die Weet je, ik wil gewoon, uh, ik wil nu wel even een soort thuis van home, eten, home, home cooked meal <laughs> ja. of zo. Nou, en ik, ben geloof, ik, ik geloof, dat dat alles in, in cirkeltjes gebeurt. Dus als dat, weet je, het merendeel is nu, ik heb daar ook verder geen negatieve mening over mm. of zo. Nee, het is prima. Het is nee, het... Je, snap je? ik bedoel, dus yeah. het is niet alsof ik nu, ik, eh, nee, ik ben nee, geen nee, autoriteit nee. daarin. Ik nee. kan helemaal niet bepalen wie of wat. Ik kan alleen kijken naar wat ik luister. Nee, maar ik luister is... gospelmuziek in de auto hier natuurlijk. <laughs> Ja, maar snap ik? ik bedoel, dat zijn songs die ik over twintig jaar kan, 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 kan luisteren en hetzelfde mm. gevoel erbij heb. En, uh, uh, nou ja, en dan luister ik naar dit en dan luister ik naar dat. En als iets echt heel goed is, dan, dan is het tijdloos. Mm. Maar vaak heeft het ook te maken met, met wat je erin stopt. Ik, werk, ik doe heel lang erover om, om, om songs uh, te maken. Ik bedoel, ik breng één single per twee jaar uit of zo, of één single per jaar. Niet mm. omdat ik niet snel, ik, uh, ik heb heel wat liggen. Ja. Ik heb een Dropbox vol met, uh, met muziek. Ik had daar al albums uit kunnen brengen misschien. Maar ik ga op gevoel. Wa wacht je zeg maar op de juiste timing of gewoon op gevoel. Ik van, wacht niet. Eens. Is... Ik doe gewoon en ik doe en ik doe en dan opeens word ik wakker en ik ja, dit gaan we doen. Juist. Weet je wel? En uh, ja, dat heeft tot nu toe gewoon uh, heel gewerkt goed gewerkt voor jou. Heel goed gewerkt ja. Ja. Want zeg maar als jij. Want je zegt je hebt heel veel muziek zeg maar. Uh liggen. Heb je dan op dit moment niet het gevoel van oké, okay, I gotta let go en misschien iets? Nou ja, ik had bijvoorbeeld iets wat uh, wat nu wat er allemaal speelt in de wereld, mm. uh, dat, dat, dat daarop aan had kunnen sluiten. Maar ik ben heel erg van, weet je wel, het moment moet daar zijn en dan moet je net zo, je net zo door dat gaatje. En stel, en je je, heeft, stel je mist hem net. Hoezo? Ja, denk je nou, dat de teleurstelling niet. dan niet? Ik geloof niet. Mm. Dat kan niet. En is, zeg je dit omdat je het hebt ervaren? Of, denk ja. je, of geloof je gewoon in jouw manier van denken en definitie? En... Nee, ik heb het zo ervaren ook. Sowieso. Ik bedoel, Waves was never nooit de bedoeling om dat zo te laten gaan. Ja. En de keer, net die kogel was niet de, zo de bedoeling om dat te gaan. Maar de keer dat ik dan ergens zo en zo sta, gebeurt het wel. Mm. Maar dan die keer dat ik wel gewoon een singeltje of whatever, dan gebeurt het wel. Dus alles gebeurt, maar niet per se wanneer jij dat wil. Mm. Want wij zijn heel uh, ja, arrogant in het denken dat wij dat allemaal bepalen. Wij bepalen dat niet. Dat is echt zo, man. Wij bepalen niet eens bepalen wanneer, wanneer het gaat regenen. Weet je wel, wij, 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 wij bepalen letterlijk gewoon helemaal niks. Wij denken dat we alles bepalen. Uh, je kan een boete schrijven. Je kan... Uh, whatever. Als iets niet moet gebeuren, gebeurt het Je kan niet. een regisseur zijn. Je kan... Maakt niet uit. Ja, man. Je kan, je kan zo gewoon licht uit. Je ligt op de grond. En, je, en dan? Wie ga je bellen dan? Mm. Het is klaar. True. Wij bepalen niet. En... Dat is ook gewoon zo. Je kan je gewoon surrenderen daarin. Ik doe het, maar ik hoef niet bang te zijn dat ik iets mis. Want ik doe het op goed vertrouwen. Juist. En dan komt het wel goed. Weet je, misschien uh, dat ik te veel van heb. Ik vind wel eens uh, een hele positieve uh, benadering van je, je creativiteit en je uiting van je, van je creativiteit. En dat vind ik heel hard. Nou ja, uh, Want sommige mensen zijn heel erg, uh, het moet op een bepaalde manier, het moet zo en dan werkt op die manier, ja. maar uh, zelfs dat kan niet werken. Ja, maar, maar wanneer is dat? Dat is vaak als jij probeert iets te doen voor iemand anders. Mm. Als je, weet je wel, uh, als jij nu een hit wil scoren, om, om welke reden dan ook, of omdat je, weet ik veel... Uh, je, je auto moet betalen, of uh, ja, het zou een reden zijn om een hit te scoren. Nou ja, ik, ik durf te wedden dat er genoeg mensen zijn die daarvoor Shit, doen. Weer een boete, ben ik moet echt een hit scoren, Snap je of uh, weet je of de hypotheek of uh, whatever, ja, maar niet gewoon van hey, wat kan ik wat 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 kan ik vertellen als je ziet wat de, wat voor berichten ik binnenkrijg van de andere kant van de wereld, iemand die in een oorlog zit of in een of uh, kind kwijtgeraakt. Uh, moeder uh, ligt op sterven. Ja. Die, en dan krijg je gewoon zo'n verhaal binnen. Wow. Mm. Snap je? Ja. Dat is intens. Dat gaat diep. Ja. Weet je? Ja. Ik vind het goed de, 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 wat je net zei. Zeg maar. zit de, even helemaal ergens... Ja, yeah, maar keuze. ik snap wat je bedoelt. Maar om een voorbeeld te, te, te geven, wat je zegt over dat je met hem misschien een, een hit maakt. of een, iets met een bepaald gevoel, zeg maar, doe. Als je voor iemand heeft zeg maar, een lange tijd geen hit gehad. Zeg maar Hij heeft het eerder bijvoorbeeld wel gehad en een lange tijd niet. En hij. Ik kan me voorstellen dat een artiest daarmee zit. Hij zei: van shit man, ik heb een lange tijd geen hit gescoord, man. Als je, als je ego ermee zit, ja. Dat is trots. Trots is de grootste killing. Factor voor alles. Trots zorgt ervoor dat we elkaar afmaken op straat. Trots is ervoor dat we elkaar proberen te troeven. Trots is precies. Trots is de killer gewoon. Society killer. Je kan die creativiteit ook killen. Happiness killer. Uh, physical killer. Trots. Mm. Trots is de, de. de meest destructive force out there gewoon. Helemaal mee eens. Dus uh, als jij in een donkere kamer ja, ermee zit dat niemand naar je muziek luistert... dan moet je eens muziek gaan maken en het uitbrengen. Mm. Dan moet je stappen gaan maken. En als andere mensen het niet willen horen... en jij hun de schuld gaat geven... dan, dan is er ook iets niet... weet je, dat klopt ook niet. Misschien moet jij even kijken van... hé, hey, dit heb ik al gedaan of uh, whatever. Er is altijd een weg. Niet alles gaat precies zoals jij dat wil... Vind jij dat je muziek moet maken omdat er een publiek voor is, of, om, of omdat er vraag naar is, of omdat je het wilt maken? De reden waarom ik dit vraag is, omdat ik in een, um, in een voormalig interview volgens mij met Ali, zei hij van, ja, ik ga niet iets maken als daar geen vraag naar is. Oh ja, dat, dat heb ik, geen... uh, Finance Ass Mess is een mooi voorbeeld. Iedereen zei, daar kunnen we niks mee. Ik zeg, dat wordt mijn volgende single. <laughs> Ik zeg, dat gaat mijn volgende single worden. Hetzelfde met Natt uh, Winnie Mathers. Dat wilden ze ook niet uitbrengen, omdat er geen drums in zaten. Mm. Snap je? Ik kwam op één binnen in Nederland. Yeah. Just saying. Gewoon doen. Yes. Doe gewoon. Spring gewoon en doe gewoon. Maar... Als je... Goh, en dit was trouwens... Dit waren vleugels. <laughs> ik weet niet. Dit waren vleugels. Maar anyway. Ja, ik dacht, Of zwemmen of vliegen. Eén was... van de twee. <laughs> ik was Oké. Okay. Okay. Ik was aan het Rewind. denken. <laughs> ik dacht... Dit en zo. Jeetje. Het was iets. Het was iets. Iemand bleef boven water niet. Oh, crazy. Maar ik vind het wel tof. Dat zeg maar... Jij zegt van... Doe gewoon. Ja, gewoon doen. Wat, wat ik... Het wat ik, wat ik... ergste wat kan gebeuren is... Je gaat op je bek. Juist. Dat is het allerergste wat kan gebeuren. Ja. En hoe erg is dat dan? Want je kan ervan leren om het de volgende dus, keer beter te doen. Je kan alleen maar winnen. Ja. Je kan, mensen moeten niet in angst leven, man. Angst is. is, is uh, 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 angst van falen? Of angst gewoon in het algemeen? Algemeen. Ja. Ik heb nul angst. Nul. Misschien dat ik niet het beste ben. Is dat echt had. zo? Want zeg maar, want kijk, je hebt bijvoorbeeld nu al een bepaald status bereikt, wereldwijd, alles erop en eraan. Denk je dat als jij nu iets uitbrengt, hè? dus ook op goed geluk, maar het flopt. Al zou je er niet in geloven dat het zou kunnen floppen, maar op een of andere manier komt het niet waar het zou moeten komen. Zou dat iets doen met jouw, uh, uh, jouw zelfvertrouwen? Nee. Denk je? Nee, juist niet. Juist niet. Kijk, als jij elke dag een nummer één hit scoort, om welke reden dan ook. Ja, cool. Nou, ik heb niet alleen maar nummer 1 hits gescoord. Mm dus uh, ja dat beantwoordt die vraag al en daarbij komt ook ik maak gewoon muziek omdat ik muziek wil maken en wat ik ook uitbreng dat is gewoon wat ik dat is wat ik kon doen juist dus als anders zou ik niet uitbrengen maar jij maakt naar mijn gevoel ook niet zeg maar een pokoe met met het idee van oké okay, dit wordt mijn volgende hit denk ik, ik heb me bijna omver laten of hoe zeg, om om laten praten om dat wel te, te doen hoe? Eh, nou je, ja, moet je, 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 je moet zo zien, er zijn bedrijven om je heen en iedereen vult zijn zakken gewoon met jou. En er worden echt serieus hele gekke bedragen verdiend. Als ik zeg gek, dan bedoel ik gewoon crazy. Ja. En diezelfde mensen die gaan jou dan even motiveren mm, om iets te doen. Om iets te doen. En alles wat, dus je moet zo zien, Waves was het begin. Alles wat ik daarna bijna heb aangeleverd, was, was, niet, was niet dat. Was niet. Ik uh, zou je niet dat doen. Ik denk, ja, maar dat heb ik toch al gedaan? Waarom zou ik dat nog. En het is, en het is een succes. Is het niet frustrerend als artiest zijn? Dat je dat soort van moet horen elke keer? Kijk, daar kan je jezelf gewoon laten beïnvloeden. Als je het en toch echt... wel gaat doen. Of toch je... wel, of dat je niet goed genoeg. Of, dat, de, de, of je hebt gewoon scheid en je gaat gewoon lekker door. Ja. Maar ik denk dat het daar ook een soort van uh, twee kanten op kan gaan. Zeg maar, als artiest zijn. Maar wacht, wacht, ik wil die vraag nog wel beantwoorden. Yeah. Want jij. Doe je muziek omdat je het wil? Of, uh, of om... Wat was het ook? Om een hit te scoren. Om een hit te scoren. Nou, ja, ik sowieso niet om, om, mm. om een hit te scoren. Want... Um, nou ja, eh, Finance Mass of uh, whatever. Het heeft goed uitgepakt uiteindelijk. Omdat ik een heel groot publiek he, heb. Maar als ik in Nederland alleen zou zitten, dan... dan, dan was het heel slecht voor mij. Mm. Want ik doe niet mee met het circus. Yes. Ik hoor er niet bij. Dus mijn song wordt niet geplukt. Daar en daar en daar en daar. Weet je, ik heb gewoon mazzel dat het daar uh, dat het daarbuiten heel goed gaat. En dat ik daarom. Want ik bedoel nu, als ik kijk naar mijn Spotify. Het gaat gewoon omhoog. Ik doe letterlijk <laughs> gewoon niks. Ik heb al twee jaar niks uitgebracht, volgens mij. En mijn streams die gaan gewoon omhoog. Ben je niet bang dat mensen je gaan vergeten? Omdat je zo lang al niks hebt uitgebracht? Of als. Er gaat ooit een dag komen dat ze me gaan, sowieso gaan vergeten. Dus waar, waar zou ik, waarom zou ik me daar nu druk om maken? Mm. Ik ben niet belangrijk. Zie, snap ik, ik bedoel, mm. iedereen vindt zichzelf altijd zo van ik moet ik moet ik moet. Oké, okay. maar waarom moet dat? What What did you do to change the world? Snap. Ik heb liever dat mensen mij niet vergeten om wat ik doe. Juist. Maar I don't want that praise, man. Ik ben niet ik, dat is, daar ben ik gewoon echt overheen nu gewoon yeah. ik merk gewoon dat die trots is is een killer Want ik heb, ik, heb, ik zie mensen praten over deals en over wat ze allemaal hebben gedaan en zo geloof me nou weet je dat is uh, ja ik ik, uh, ja. ik zou dat heel uh... <laughs> Wees maar blij dat ik niet meedoe. <laughs> weet je toch? Wees maar blij dat ik niet meedoe. Ben je blij je zegt, dat je niet, dat je niet um, vast zit in deze Nederlandse ik industrie? Ik ben fucking happy gewoon. Ik ben, ik ben vrij. En ik raad het iedereen aan. Mm. Dat, dat, is mijn, dat is de message waarschijnlijk die ik moet geven. Ik, yo, laat jezelf niet zo beperken. Juist. Ik ben super blij, happy gewoon. Ik, 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 kan, ik, kan, doen wat ik, ik kan gaan en staan. Ik kan doen wat ik wil. En zo moet het ook zijn. Mm -hmm. Ik geloof in vrijwillig leven. Vrijwillig. Mm -hmm. Elke dag wordt ons verteld wat we moeten doen. Of het nou. Uh, moet je maar eens voor de grap gewoon bewust zijn. Hoeveel shit je tegenkomt. Terwijl je van punt A naar punt B rijdt. Ja. Yeah. Hoeveel borden. Rij hier. Knipper niet met je lichten. Parkeer tussen deze en die tijden. Yeah. Zorg dat je dit niet te snel. Niet te dit, niet te dat. Alleen voor dit soort dingen. Alleen verkeer. voor de. Da, 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 Snap je? Op, je checkt nog even je Instagram. Oh, je moet binnen die lijnen blijven. Oh, jij moet nu iets zeggen over deze situatie. Je moet, moet, moet. Iedereen vertelt je wat je moet doen. Mm. Maar zo kan jij jezelf toch nooit vinden in al deze shit. Ik geloof in vrijwillig leven. Dus als je ook vraagt van uh, muziek uitbrengen. Ik, natuurlijk ga moet, ik niet in niet ja. me slecht een of andere probeer-demo online gooien en kijken wat. Ik, 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 ik stop mijn tijd erin. Mm. Ik maak het gewoon af. Je maakt het hoe het moet zijn. Zoals het moet zijn in mijn visie. En, en, en dan hoop ik dat jij je er ook mm. bij aansluit. En als dat niet zo is, ja, dan kunnen we even goede vrienden zijn en klaar. Maar dat, maar dat hele. Moet iedereen, iedereen checkt elkaar en iedereen. Het is gewoon één soort van... Stel, 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 want je ziet nu 5000 mensen op de dam staan, toch? Voor mm. uh, één purpose. En stel iedereen wijst naar elkaar zo. Mm. Dat is wat er gebeurt mm. op het moment dat de camera's... Als er geen foto's meer genomen worden en zo. Mm. Iedereen is zo bezig met wat we... Van jij moet... Hé, hey, maar je, je, kan toch, je kan toch geen puma dragen met Adidas. Kan, mm. Of je kan toch geen... Je, iedereen checkt elkaar. Er is niet eens, scoto's niet eens nodig. We checken elkaar al. Iedereen belt, iedereen, weet je, iedereen houdt elkaar in de gaten om de yeah. verkeerde redenen. Ik, ik, hou, ik, ik kijk naar andere mensen om, ik wou zeggen ik hou andere mensen in de gaten, dat doe ik ook niet, mm. maar ik kijk naar andere mensen als ik dat al doe, om te kijken van hé, hey, uh, oh, die, 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 die is gelukkig met een, uh, met een bootje en een... Ja. Uh, yeah. Nou ja, hoe kan ik dat bereiken? Maar hier is het echt gewoon heel veel mensen... Zo'n soort valse gunnings of zo. Yeah, yeah, yeah. Dus ze zeggen het wel en je gelooft het ook. Maar dan, ach, dan blijkt het toch niet zo te toch zijn. Niet. En mensen die veel opscheppen, die kunnen sowieso andere mensen niet iets gunnen. Denk daar eens over na. Dus denk daar eens diep over na. Mm -hmm. Als jij, stel je post je auto omdat je trots bent op wat je hebt bereikt, dat is één ding. Mm -hmm. Toch? Maar als jij in iemand zijn bek houdt van ik heb dit en jij hebt dit niet. Mm. Ja, ik denk dat mensen willen dat je het goed doet, alleen niet beter dan zijzelf. Maar waarom zou... Als ik iemand zie die het beter doet dan mij, mm. dan denk ik: Nou, dan doe ik, dan, doe ik, dan, doe ik, dan doe ik niet genoeg. En ik denk of ook gewoon van: deel, ik harder werken. Ik, 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 ben, ik ben ook heel erg van mening van: deel. Je knowledge met mij of deel je informatie met mij. Dat is ook weer zo'n ding waar ik heel vaak tegenaan loop. Dat, dat ik het gevoel heb dat mensen die informatie schuil houden van yo, dit is echt van mij. En maar, dit is. Je weet toch? Dat ik denk van, joh, als ik iets heb wat ik kan delen met de wereld. Dat is, dat is echt een goed punt. Want daar had ik, waar, waar, gisteren had ik het erover. Weet je wat er ook, maar dat is ook zo gek. Want ik zie heel veel um, artiesten en die werken dan met Amerikaanse artiesten en zo. Mm -hmm. dat ik denk van. Mijn, dus ik, ik spreek al die artiesten, of tenminste de meesten. die spreek ik gewoon. En dan zie ik ze move maken, ik oh En dan graaf ik net ietsje verder, dan, dan zie ik dat het toch niet helemaal is wat het, wat het <laughs> blijkt te zijn. Nou, whatever. Maar ik spreek al die mensen en er is nog nooit iemand die naar mij toe is gestapt. en die zegt van: hé, hey, jij kent toch die en 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 mm. die. Wat, uh, wat, wat kunnen we doen? Nee, ze, ze springen liever op social om. Weet je wel? Juist. Yo, ik, de, en dan check ik die mensen van yo, hey, werk je met die en die. Dus ik check, ik bel naar het buitenland van hé, hey, was papin, weet je, dat wist ik niet. Mm. Oh ja, nee, dat, uh, dat, uh, dat ben ik niet. Dat is uh, mijn <laughs> Snap ik, ik bedoel? Je begrijpt wat ik bedoel, <laughs> ja, toch? Ja, ja, ja. Maar niemand die naar mij bijvoorbeeld. Dus, dus ik heb die info. Juist. Wat je zegt. Ja, je wil niet naar iemand toestappen omdat. Uh, dat is ook je, weer trots je oh. Dankjewel. Ja man. Dat is precies mijn punt. Ja man. Snap je? En dat is killing. En daarom lijkt het alsof we met elkaar zijn. En je ziet yes. bij elkaar in de, in de comments. En de, de blauwe vinkjes zijn overal. En... Cool. True. True. Maar wat doen we nou eigenlijk samen? Helemaal niks. Klopt. Want het is every man for himself. En er blijft niks over. Want wie zich echt kapot lachen zijn de higher-ups. Mm -hmm. Snap je? Mm -hmm. Want die weten al dat over drie jaar de, de, belasting, de belastinginspecteur bij jou gaat komen. over uh, boekjaar uh, whatever, whatever. Mm -hmm. Die gaat niet komen bij jou op het moment dat je die centen nog hebt. Mm -hmm. Maar dat zeggen ze niet. Snap je? Yeah. Maar dan valt er één boom en dan komt er weer een andere. En dan valt een boom en dan komt een ander. dat gaat zo door en gaat zo door. En dat is de natuur. Maar ik geloof daar niet in. Ik geloof erin om nu te zorgen dat mensen nu al gewoon in vorm zijn. Ik ben mee, bezig met wat dingetjes achter de schermen. Yeah. En ik wil gewoon zo trots, free mogelijk werken. Als ik iemand op, op weg kan helpen, stel ik kan een artiest helpen door gewoon advies te geven, mm. terwijl ik weet, als ik die artiest zijn, ik leg dit geld op tafel, en ik lach me helemaal kapot om wat er binnen gaat komen, mm. ik ga het niet doen. Ik ga gewoon naar die artiest toe, ik ga gewoon zeggen voor luisteren je weet dat je dit zelf kan doen, toch? Hè? Nee, hoezo? Nou ja, zo, zo en zo. Ja. En ze doen het, ik ga geen namen noemen, maar mm. weet je, en dan zie ik het ook nog eens gebeuren, en dan Krijg het, dan voel ik ja. dit gewoon. Ja. En ik van, zie je? En dat is mijn... Ja. Maar ja, kijk, dat, dat ben jij als persoon. Je weet toch? En, en dat en... is ook het kruis dat ik moet dragen. Juist. In de zin van, daarom ben ik door al die shit heen gegaan. Om Juist. dat te kunnen zien. Dus, weet je? Mm. Als iemand anders dit zou hebben meegemaakt. Die zou misschien denken van, fuck it. Ik, genoeg, ik ga bank beroven. Ik, ik, ik. Ba ik ben er klaar mee. Fuck alles. Iedereen haat. Ik ben nu ook een hater. En whatever. Juist. Snap je? Ja. Maar ja, dan is er nog steeds niemand die, die 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 change echt om. Nou, die die zijn er wel. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Ik kan ook een change maken. Jij kan ook. Iedereen kan een change maken. Maak niet ja. uit in al. Uh, ben je vakken vullen bij de Albertijn? Je kan je change maken. Gewoon. Denk je dat je die change Pas kan maar maken. niet, ik ga, ga geen tomaten plukken, dat uh, <laughs> om even terug te komen. Dat, yeah. uh, maar ja, weet je, iedereen kan gewoon een change maken. Mm. Iedereen. Allee, ik ik vind ik, ik vind het echt een dat punt over dat hele trots gebeurt, dat is zo fucking waar. Maar ik heb het te vaak. Trots is een killer. En eigenlijk, want ik dat is heel tegenstrijdig wat ik nu zeg, want tomaten plukken, weet je wel. Ik mm. ik, ik, ik vond. Ik... Nee, maar dat is niet waar, want als alles kapot zou gaan, dan zou jij nog steeds niet te trots zijn... om alsnog iets te moeten doen waar, om nee, te survival nee, 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 maar wat vind... ik bedoel met tomaten plukken is... tomaten plukken voor een ander. Mm. Daar kon ik gewoon niet mee. Juist, precies. Ik pluk, die, die, ik pluk dat en ik verdien een honderdste van mijn arbeid. Ja, precies. Dat bedoel ik mee. Ja, precies. Daar ben ik gewoon niet mee. Ja, Weet je? Ja. Dus ik, ben, ik heb respect voor mensen die discipline hebben. Elke dag... Nou ja, ook opstaan, vroeg opstaan of whatever. Voor iets wat ze eigenlijk niet eens willen doen. Kun je kun je voorstellen hoe gemotiveerd je zou zijn. als je wel de vruchten kan plukken, letterlijk. Van je eigen arbeid? Hoe, hoe, hoe fijn dat zou voelen. dat je gewoon de deur uitgaat en denkt: van ik ga nu de vruchten plukken van mijn eigen mm. weet je wel, inzet. Juist. Daar ben ik voor. Maar al dat andere. iedereen die uh, uh, werk doet dat ze niet willen doen. en zeggen van. Uh, uh, ja, maar ik heb geen keus. Nou ja, oké. Okay. Als jij wil leven, ja, leven in die box... dat Ja, als jij wil leven in die box... Nou ja, ook zo goed. weer. Het is ja. jouw keuze. Ik kies voor wat anders. Juist. Weet je? Dus, uh, maar goed, dat is even een... Uh, ja. Nee, maar het is wel... Uh, ik, ik begrijp het punt. Ja, maar mijn gedachten gaan echt alle kanten op. Ja, yeah. maar dus, dat is uh, mooi. Dat is zeg maar ook gewoon die... Net gewoon out of the box manier van denken over dingen die... Voor jou misschien heel logisch klinken, mm -hmm. maar... Ja, maar als ik mezelf terug hoor, dan is het ook niet uh, logisch hoor. Nou ja. <laughs> gewoon uh, van links naar rechts, naar boven naar onder. <laughs> dus wat dat betreft, uh, nee hoor. Maar ik zeg gewoon wat ik voel. En daarom als ik nu iets zeg of over tien jaar iets zeg, is het precies hetzelfde. Je ja. zegt het net twee keer, Ik net twee keer be bevestigd. Ja, man. Dat is omdat ik... Daar ik gewoon sta echt in sta geloof. Achter, ja, ik sta achter wat ik, wat ik zeg en, en, en wie ik ben. Mm -hmm. Wat dat betreft. En ik weet dat er, dat er altijd iets te verbeteren valt en alles, maar... Uh, ja. Over Left Lane uh, Records. Want jij Recordings. Hebt... Oh shit. Ja, dat maakt ons anders. Ja, je hebt gelijk. Recordings. Uh, Recordings. Erachter, ja. Want je hebt best wel gelijk groot aangepakt met het, met het, met het label. Wat, wat naar mijn gevoel ook wel betekent dat je grote plannen hebt. Ik heb zeker grote plannen, ja. Uh, maar achter de schermen zijn we vooral heel veel bezig met, uh, met nieuw talent ook. En uh, mensen klaarstomen voor wat, uh, voor wat er ja, daar buiten ligt voor ze. Ben je zeg maar, echt ook talent aan het scouten en zo? Of, zeg maar, hou je dat echt in de gaten allemaal? Het uh, krijgen... Melden mensen zich bij jou? Ja, 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 ja dagelijks wel. Ja. Maar... Hoe filter je daar doorheen? Ja, uh, op, op, op gevoel. Weet je, uh, wat ik zeg, er zijn heel veel... Uh, Artiesten die ik voorbij zie komen, die we ook gewoon kunnen zijn om, om, om de ene of de andere reden, ja, commercieel gezien. Mm. Maar ik wil dat nu helemaal niet doen commercieel, want ik, dat, dat, ja, dan ben je een business aan het runnen om, uh, om je zakken te vullen op een ander. Nou ja, ik, ik heb volle zakken wat dat betreft en mensen hebben dat ook bij mij gedaan. Ja. En ik, ik wil het gewoon anders doen. Ik wil, ik wil zorgen dat jij gewoon je eigen vis kan vangen. Mm -hmm. dat, dat vind ik veel toffer. Ja. Ik wil jou helpen met een concept uit te bouwen. Ik wil jou helpen ondernemen. Want een label of een die en die gaat het niet doen. Die, die zegt al: oh, ga maar lekker de studio in. En uh, hier heb je wat, uh, wat, wat en, uh, weet je Dat is ook iets wat ik jou wou vragen. Ik, ik merk heel veel om me heen uh, nu dat ik uh, opkomende artiesten zie. En dan uh, hoor ik weer van: uh, ja, ik krijg een voorschot van een ton. Of ik krijg een voorschot van 50k. Of bla Wat is zeg maar jouw. Um, een soort van denkwijze over dat hele gebeuren van nieuwkomend talent... een voorschot geven en gelijk een zak geld en... Geen voorschot te nemen, punt. Veel mensen Waarom? praten over, uh, ja, die heeft uh, voor, uh, weet ik veel, zeg 100.000 euro getekend. Ja. Zo, die heeft echt een goede deal? Nee. Ik heb het er gisteren nog over. Die heeft geen goede deal. Die heeft een hele slechte lening. Mm. hele slechte lening. Waarom? Maar break it down. Als jij naar de bank gaat en je leent 100.000 euro, voor drie, dan betaal je daar 3% voor. Yeah. Ja. En uh, uh, als jij een deal maakt met een label, dan lever je. Nou ja, mensen praten nu over joint ventures en weet ik veel allemaal. Oké. Okay. Die 100.000 uh, 100 euro wordt op tafel gelegd en. Uh, nou ja, een heel lang verhaal. Ik kan je die hele, uh, die hele schets geven, maar. Um, je leent eigenlijk gewoon geld mm -hmm. tegen een, een, een superhoge percentage. En daarbij komt ook dat het label die jou dat geld leent niet één euro heeft geïnvesteerd. Mm -hmm. Dat doe jij. Met dat geld. Met dat geld. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dus die hele rekensom is crazy. Wat dat ja. betreft. En, um, maar... Denk niet dat op het moment dat jij een voorschot krijgt, dat that's it. Want zo ben ik zelf ook gepakt. Keer op keer. Ja. Ik heb, ik heb aardig wat slechte deals achter de rug. Ja joh? Ja. Na Waves en al die gebeuren? Ja, dat? ja zeker. Links, rechts. Uh, laat het zo zeggen. Bijna elke deal die ik heb gemaakt. Bijna elke deal. Ja, die heel, heel, goed, heel goed uitgepakt voor de tegenpartij. Ja joh? En uh, terwijl ik, ik mag niet klagen. Mm. Want ik, hè, ik heb alles wat ik wil. Ja. En het, weet je... Maar je had meer kunnen. Maar het is het principe. Juist. Het is gewoon gek. Zo'n grote taart. En dit is, dit is mijn punt. Mm -hmm. Weet je? Ook al heb ik het, het, het. Al doen we een joint venture of whatever, dan nog kom je daar erachter. Oh shit. Zo verdienen ze ook. Oh shit. Zo ook. Zo ook. Zo ook. Zo ook. Zo ook. En het gaat me door. En het is gewoon oneindig. Yeah. En op de dag. Ik doe geen deals meer. Maar op de dag van vandaag kom ik er nog achter dat ik uh, zes jaar, zeven jaar lang een bepaald dingetje niet uh, uh, betaald krijgen, of een... Hmm. Of een uh, maar gewoon omdat je het niet wist. Snap je? Ja. ja. Maar ja. dus eigenlijk, dus... De, de dus reden... de voorschotten, alles, raad ik gewoon af. Ja. Want ik weet, je struggelt, en je denkt, dat is, nu kan ik eindelijk gewoon, hè, dan kan ik, uh, weet ik veel... Dat is ook het probleem, ze geven het uit. Ze geven, en het, en uit. De, ja, ze geven het gelijk er uit. Is nul, er is nul begeleiding daarin. En dat vind ik gewoon heel heftig. Want ik, heb ook, ik had ook geen begeleiding daarin. En ik, en ik gooide het ook allemaal over de, over de balk. Ik smeet het over de balk. En uh, weet je, feesten, dingen, uh, dit, dat, zo, zo. Nou, gelukkig bleef het regenen voor mij. Mm, maar maar ik kan me ook... voorstellen dat het bij andere mensen niet zo is. En nu heb je opeens zo'n hele coronacrisis. Daar zit je dan. Ja. Daar zit je dan. En je hebt nul plannen gemaakt. is fucked up. Ja. Want je hebt die, die achtergrond, je hebt, je hebt geen. Wie ga je bellen? Die mm. jou echt oprecht advies gaat geven van, hé, hey, dit moet je met je centen doen. Snap je? Ja. En, en want dan, die, die, die trots heb je dan ook nog. En uh, iedereen doet maar alsof het, alsof het allemaal uh, goed gaat. het gaat en, goed uh, gaat. Ja. is bullshit, man. Het is fake. Ja, ja. Het is allemaal gewoon... En iedereen weet ook dat het fake is. Maar die maar, trots, die ja. laatste... Ze, ze willen aan de wereld alsnog laten zien van, hé, hey, I'm cool, man. Het is crazy. Ik ben... Hoe? Uh, hoe. Ah, ik zie het. gemaakte beeld is zeg maar belangrijker dan de realiteit. Het is heel gek. Het is echt heel gek. Dus daarom laat je daar niet door beïnvloeden. Want die 50.000 euro, die 100.000 euro, die miljoen, die gaat het niet voor je doen. Mm. Als jij hier niet oké okay bent. True. Snap je pak zo'n boek, zo'n rijke pa, arme pa? Leer eerst even de foundation gewoon mm -hmm. van wat activa en passiva is. Juist. Ja, toch? Leer yeah. eerst gewoon de fucking foundation True. die we niet hebben gekregen. Die we nooit niet op, hebben geleerd. Niet op school, niet, Zij jouw vader een soort van super-entrepreneur, whatever is die jou wat kan leren, of je moeder. Mm. Cool. Maar als dat niet het geval is, zorg, besef dan dat jouw knowledge op het gebied van, van dat gewoon... Je, je bent gewoon een baby. True. Je bent gewoon een baby. En dat is niet iets waar je je voor moet schamen, maar... Probeer je erin te verdiepen. Hoe, hoe kan je ervoor schamen als je systematisch gewoon. Ja, nee, want vaak mensen, als ze iets niet weten. wordt gewoon. Ja, ja precies. Maar veel als mensen, zeg maar, iets niet weten, schamen ze zich van: oh shit, ik weet hier iets niet van, dus ik hou mijn bek maar. En dan is mijn vraag: wanneer is de laatste keer dat schaamte jou vooruit heeft geholpen in je leven? Mm -hmm. Never. Nooit. Trots. Never. Nooit. Never. Hoe, wanneer heb jij ooit iets gedaan? Alleen dingen als nieuwsgierigheid brengen je verder, of le leergierigheid, Precies. of uh, Precies. Trots, dat soort dingen. schaamte, al dat soort negatieve emoties, die brengen jou niet verder, die zijn er juist om jou gewoon te, tegen te houden, te keepen ja, weet je, juist. of te, 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 te blokken, gewoon. Ja. Dus, uh, op dat vlak, zeg maar, op het hele... Business vlak zeg maar, valt er nog zoveel hey. te, te leren. En er zijn nog zoveel dingen die wij niet weten, zeg maar. Je weet toch? Ja, en vooral als je, zeg maar, in het beginstadium bent en je hebt nooit geld gekend of je hebt nooit iets gezien. en je denkt: van oh mijn god, dit is mijn uh, soort van uh, ticket out of the, uh, the ghetto. Je weet toch? Ja, man. Dat je denkt: van oké, okay, dit moet ik doen. En als je er niks van af weet. Ik zit op een gegeven moment, ik zit op een uh, piekmomentje. zit ik op 16 bedrijven die ik gewoon run. En ik ben een muzikant. hè. Dat ja. is mijn nummer één ding. Het allerlaatste wat ik doe is muziek maken. Mm. Nu ben ik dat gewoon af aan het bouwen. Want ik weet dat die dingen mij gewoon helemaal niet gelukkig maken. Ja. En het is niet voor mij. Het is goed om het te weten. Ik leer er iets van. Dus daarom, dus daarom bijvoorbeeld, uh, 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 weet je, met, met kinderen ook. Uh, ik, wat ook in dat boek staat. Mm. Doe een jaartje dit. Doe een jaartje dat. Maar ga niet tien jaar ergens werken voor iemand... Mm. die jou niet verder gaat helpen. Doe een jaartje daar. Doe een jaartje uh, logistiek. Doe een jaartje... Uh, wat is het? Noem, noem eens iets. Weet ik, administratie, administratie of whatever. Uh, weet je? Productie. Iets. Precies. En neem al die dingen mee in datgene wat je later wil gaan doen. Juist. Maar ga nou niet uh, als een soort plantje... Weet je wel, als een kamerplantje gewoon wither away... Mm. Uh, en, 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 en je helpt iemand anders zijn droom uh, bouwen. Ja. Maar jij zit daar dan op een gegeven moment, en dan word je 40, 50, 60. En dan zit je daar en dan denk je: shit. Had ik maar. Dat ging snel. Mm. <laughs> en, en je kan niet meer. Ja, precies. Dat, dat, dat is mijn grootste nachtmerrie: dat ik denk: van... shit, ik heb, ik heb niet alles gedaan wat ik kon doen maar dan zit ik op een piek en dan zit ik uh, heb ik 16 bedrijven mensen weten niet dat ik 16 bedrijven heb, nee. maar ik zit daar gewoon in de horeca vastgoed dit dat van alles te doen. Ja, nou, ja. Ik post het niet, want ik ben te druk bezig met het puinruimen hier en daar en dit regelen. Oh stress, oh nee, dit is uh, weet je, en het gaat me door. En dan denk ik van ja maar weet je, ik, ik heb, ik heb die, 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 die history niet op die manier. Mm. Maar nu stap ik gewoon in nieuwe dingen. Dus nieuwe ondernemingen of nieuwe whatever. Met een hele andere bril. Zo van gaat het me gelukkig maken. Juist. Niet hoeveel geld ga ik ermee verdienen? Rekensommen, oh shit. Ja, die. Dit. Dus, dit, weet je, ems, ems, ems. Nee, het is gewoon, oh ja, oké. Okay. Ja, dit vind, ik, dit, dit, dit vind ik leuk. Dus, dus hier, 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 hier wil ik mijn tijd me. in stoppen. Juist. En opeens word je wakker. En kijk je naar je telefoon. Kijk, nu word ik soms nog steeds wakker en. Zie ik me wat zij WhatsApp, 75 berichten, denk ik... weet je wat, ik doe hem niet open. Als ik hem niet open doe, mm. dan, dan weet niemand dat ik... weet je? Maar je moet eigenlijk naar een punt toe gaan... dat je gewoon wakker wordt... en, en niet overspoeld wordt door, door, door bad news of stress. Juist. Of, gewoon, dat is niet hoe het leven in elkaar zit, man. Dat is wat je, je wijs maken. Ze mm. dus jou te overtuigen dat dat een normaal leven is... maar dat is helemaal niet zo. Juist. Helemaal niet zo. Wij in onze natuurlijke staat... Ik ken helemaal geen angst en verdriet. En snap je? Een baby die geboren is, heeft nergens last van. Mm -hmm. En ervaring geeft jou iets. Precies, ervaring, invloed, mm -hmm. al deze dingen. Dus zorg dat je minder invloed hebt, meer ervaring. En doe gewoon waar je gelukkig van wordt. Ja man. Snap je? Ik zit ook tegen mezelf te praten terwijl ik dit zeg. Hè. Dus, nee, maar het is echt zo man. No. Zeg maar toen uh, ik bijvoorbeeld de, de, de stap nam om... Ik praat over anderhalf jaar geleden. om bijvoorbeeld. Uh, theater te gaan doen. Mm -hmm. Wat ik nu ga doen. Mm -hmm. Maar ik heb zeg maar. nu anderhalf jaar lang. geschreven. en getest. en in comedyclubs geprobeerd. en bla bla. bla om ik toen de, de besef had van oké okay, Nes wat maakt jou gelukkig wat wil jij echt ja, ja. gaan doen los van maar je hebt wel alles gedaan je bent die hele route precies alles ge... en, en geen geen cent verdiend of wat omdat ja. omdat het niet gaat om wat ik wil nu geld verdienen of wat het gaat er meer om van wat maakt mij nu op dit moment gelukkig ja. en wat gaat mij op, misschien op lange termijn gelukkig ja. maken ja. dus daar stop ik mijn tijd dan in maar omdat heel veel mensen zeg maar niet per se hun tijd willen instoppen in iets wat hun gelukkig Ze willen snel rijk worden. Juist. Maar je, ik, ik, ik kan je zeggen... Je, snel rijk ga, dat gaat hem sowieso niet worden. Sowieso niet worden. Mm. Iemand dat er, dat, en als je ervan over hoort en dat het gebeurt... dan is het één op de miljard mensen... waar dat bij gebeurt. Juist. Uh, maar je kan wel sneller gelukkig worden... door gewoon die korte route te nemen. Als ik... Uh, ik zeg maar wat... iemand uh, zie lopen met een... Uh, uh, weet ik voor uh, een vissershoedje, ijsje in zijn hand en uh, chillen gewoon en uh, loopt langs de beach of uh, langs het strand. En die, is, en die lijkt gewoon geluk, gelukkig, daar kijk ik naar en denk van oké, okay, hoe kan ik daar zo snel mogelijk komen? Mm. Ik, ik wil daar niet veertig jaar over doen om dat dan pas te snappen. Ik wil het nu snappen. Juist. Nu snappen. En des te meer ik dat doe, des te. Ja, sneller, de, de, des te meer ik wakker word en denk van hé, hey, wat een mooie dag. Mm -hmm. Opportunities, weet je, uh, wat gaan we doen? Mm -hmm. Snap je? Ik doe het voor mezelf, ik, ik pluk de vruchten van mijn arbeid, ik, ik, weet je? Ja. Yeah. Is, 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 is beter, man. Mooi, man. Echt een hele mooie manier en een gezonde manier van denken. Gezondere. Ja, gezondere. Dan, zeker dan dat ik had. Ja. Yeah. Weet je, dus, ja, dat kan ik gewoon iedereen aanraden. En, dat, eh, artiesten ook die kijken of uh, weet je, die... die... Ja, laat je niks wijs maken, man. Mensen zeggen altijd, uh, ja, die heeft zijn ziel verkocht. Uh, niet over mij, maar... Mm. Dat, dat is zo'n spreekwoord toch? Dat ze ja, zegt van, toch? jij sol de sol. Maar mensen denken echt gewoon dat dat... weet je, ik, Ook weer, ik herhaal dingen altijd. Ik heb ik ook gisteren tegen iemand verteld ergens in een gesprek. Maar mensen verwachten dan altijd dat, het, dat, dat je dan een kamer binnenloopt en dat er dan een soort duivel zit met, met horens en een pak aan. En jou een contract gaat geven met, uh, nou ja, je weet wat je tekent toch? En, uh, ja, ja. Nee, je ziel verkopen wat technisch gezien niet eens kan, maar je ziel verkopen betekent dat jij iets doet waar je ongelukkig van wordt. Juist, waar dus je, je niet achter staat. in je buik. Ja. Dit is dit ben ik niet. Dit ben ik niet. Maar je doet het toch? Ja, je doet het toch? Vanwege een bepaalde. Snap je? Je gaat al purpose. tegen tegen datgene wat je eigenlijk moet doen, ga je in en True. je weet het zelf. True. De meeste mensen weten dat er zijn neus mensen die dat je niet voelt. Weten, dat gewoon, maar je voelt het gewoon. En dan op het moment dat weet je dat dat het niet cool is of dat er iets gebeurt, hoe je gaat de blame. Ik moet zeggen om een voorbeeld daarop te geven. Ik had toen ik jaren geleden bij BNN bijvoorbeeld werkte, had ik zeg maar bij hun heb je een soort van een springplank richting televisie dat spuiten en slikken. Mm -hmm. En dat is zeg maar eigenlijk de enigste weg die je eigenlijk kan ingaan om het te gaan doen. Mm -hmm. En iets in mij zei van dit voelt niet goed. Mm -hmm. Dus je moet dit niet gaan doen. Mm -hmm. En omdat ik gelukkig die keuze heb gemaakt voor mezelf, is er een andere deur voor jou opengegaan. Die deur was dicht. Dus BNN zei van nou, jij wilt dat niet gaan doen. Ja, maar waar een deur dicht gaat, gaat een raam open toch? Op. Precies. Ja. Dus het, het is gewoon een gevoel van binnen wat jij vond van oké, okay, dit voelt gewoon niet goed. Dan ja. is het blijkbaar niet goed. Ja. Dat is altijd, als iets te mooi is om waar te zijn, is het te mooi om waar te zijn. En ik zou niet de versen... volgende de Jay-Z of DMX worden, want die zijn er al genoeg. Mm. Maar, als, maar als het gaat om zingen, ik, ja, dat ben ik. Mm. Weet je? Zoek maar een andere ik. Juist. Weet je? En, en, en zo is het met alles. Ja. Maar ga nou niet elke dag tomaten plukken en, en, en verbitterd raken in het leven. van wat je allemaal had kunnen doen. Doe dat niet. Kijk, als je iets, een tijd moet overbruggen om de een of de andere reden, cool. Maar zodra je een beetje comfortabel bent, word niet te comfortabel. Ja, Want er gaat weer een moment komen dat je denkt: van, hé, hey, weet je, ik ken, ik, ken, ik, ken, nou ja, ik ken genoeg jongens, weet je. Ik bedoel, ik zit nog steeds met één voet on the streets, weet je. Ik ja, natuurlijk. Ik ben in contact, ik heb familie, ik heb... Dan denk ik bij mezelf, ja, die mensen die zijn mensen gewoon die... De, gewoon hetzelfde forever, forever, forever blijven doen. Gewoon. En erover klagen. En ja, dan denk ik dus. van, hé, hey, maar ik weet al dat het, als ik dit gesprek nu met jou ga voeren... en ik ga jou go go uh, goed advies geven, ga je daar precies niks mee doen. Mm. En over vijf maanden gaan we weer praten. Ja, dat is vermoeiend. En heb je dezelfde state of mind. En dan denk ik van, oké, okay, ik kan nu twee dingen doen. De Volgende keer als ik je spreek, ik kan er weer op ingaan en dat voeden, toch? Dat, 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 dat ding dat jou aan het besturen is, of ik kan gewoon zeggen: Hi, cool, je hebt je keuze gemaakt. Juist. Ja. En, en ik bespaar nu heel veel energie die je weer ergens anders in kan stoppen. Die ik ergens anders in iemand die het misschien wel wil horen. Ja, ik vind dat, ik heb dat ook vaak gehad, dat is echt vermoeiend, man. Het is de training. En je wilt graag voor iemand. Training is je, draining. Je, draining. It's crazy. Ja, yeah. is echt crazy. Maar je komt er een soort van dan niet uh, doorheen. Ik heb ook dat met sommige bepaalde mensen bijvoorbeeld van, van vroeger. Of, ik kan niet meer communiceren met ze. Omdat ik naar mijn gevoel, zeg maar, ik dring niet tot ze door. Mm. Op mijn manier van denken. Of ze denken van ja, joh, maar fff, loop je nou allemaal te lullen. Of wil ja, jij ik, hebt makkelijk praten, want jij hebt dit en dit, dit. Snap je? Ja? Ja, okay. En het is al heel, heel vermoeiend. Ik denk van ja, maar ik, like, ik probeer. Ja, nou, maar je sommige mensen geven. hebben echt totaal niet door dat ze gewoon een keeper hebben die voor hen staat gewoon. Mm. Aan een lopende band, gewoon blessings, oh, pap weet je toch? <laughs> uh, kansen, oh, <lacht> <lacht> Mensen hebben niet door dat dat constant gebeurt om hun heen. Maar als jij gewoon even gewoon focust op die guy die voor je staat, even opzij schuiven, weet je? En, en dat mooi. heb ik voor mezelf gedaan en dat kan ik iedereen aanraden dat betreft, want we zitten hier echt op te lullen alsof we gewoon ik ben helemaal vergeten dat we hier in een ja, ik heb crazy ook. weet je, maar ja, ja dat, dat is het gewoon dat uh, ik, 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 ik ik hoop gewoon dat andere mensen, want des te meer mensen wakker worden op die manier, des te fijner de wereld wordt waarin je in leeft. Dat is heel gek. Des te meer er minder afgunst gaat zijn, des te minder, minder jaloezie, minder... Des, te minder. des te meer we samen kunnen bouwen. True. Van hey, kom, laten we, let's chop it up. Laten we praten over wat kunnen we doen. Mm. Laten we een, uh, weet ik wat, winkel beginnen of laten, ja, we een, ja, ja. Uh, laten we iets samen doen. Nee, jij zit op jouw eiland, ik zit op mijn eiland en jij bent de meeste, whatever, whatever. En ik ben dit. En, en ik en ben dit. En weet je, oké, okay, cool. Dan niet. Dan niet, ja. dan doe ik het wel met mensen die dat dan wel. Ja. En dan blijkt dat dan wel te werken. Nou ja, oké. Okay. Mm. Jammer. Gemiste kansen. En uh, wat betreft Nederland as a whole. Weet je, we hebben zoveel talent hier. Zoveel. Maar ja, er is gewoon een grote equalizer hier. zo Die boven alles hangt. Yeah. Daarom zijn alle gebouwen ook laag, toch? Weet je, in elk land, waar je ook bent. Heb, heb je gewoon die skyscrapers, toch? In Nederland heb je gewoon Rotterdam. En that's, that's it. Ja. Yeah. Ja, een Zuidas in Amsterdam. Mm. That's it. True. Maar verder is, is alles gewoon zo, ja, gewoon zo, doe maar normaal. Iedereen, iedereen heeft een scheidhekel aan, 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 aan die gezegden. Mm -hmm. Doe maar normaal, dan doe je gek. Dat klinkt zo, dat, dat klinkt gewoon niet boem, man. Nee, precies. Dat klinkt echt niet goed. Want wie is normaal dan? Yeah. Niemand is, normaal. is normaal. Als jij normaal bent, ben je echt een beetje raar. Mm -hmm. Ik ken geen normale mensen. Ken jij normale mensen? Ik ken niemand die normaal is. Nee. Als je normaal bent, dan ben je juist niet. Uh, snap je? Mm -hmm. Dus er zijn gewoon dingen going on right now. Die, weet je, een soort equalizer. En dat merk ik in de muziek. Dat merk ik in, in, in de maatschappij. En ik vind dat gewoon heel jammer, want iedereen kijkt naar de, de problemen en de symptomen. Maar ze kijken niet naar de oorzaak. Mm. Devil's a liar, man. Ja, yeah, man. The devil's a liar. Snap je? Dat ja. is hoe ik ernaar kijk. Ik, ik, ik word niet meer boos om een DM die ik krijg van iemand die mij gaat vertellen dat ik iets moet posten of zo. Mm -hmm. Weet je? Maar ik kijk gewoon naar de bigger picture. En ik zie gewoon waar het naartoe beweegt. Ja. En ik ga daar naartoe. Ik zie al waar het naartoe. Dus ik probeer daar te zijn. Mm -hmm. En dat is wat ik kan doen. Meer kan ik niet doen. Ja. ja. Ik vind het ik vind, ik vind zo. Zeg maar... De reden ook waarom ik zeg maar dit doe, die podcasten is gewoon om gesprekken te voeren met mensen Eén waar ik wat van kan opsteken en andere mensen waarvan oh, je hebt gewoon in vliegen uh, schieven gekke Hoort Die bij, uh, bij het interieur een Beetje sfeer hè. Weet je huiselijk. Ik zet dat huiselijke production value. wel <laughs> huiselijke sfeer. Production <laughs> sfeer. Ja, ja. Thuis heb ik ook wel een vlieg soms toch. Dat is mooi. Crazy. Even om um, een beetje af te ronden. Want ik heb, ik ja, even, we lulloos uh, wijven, man. <laughs> ik ben wel even benieuwd naar één klein uh, onderdeeltje. Is, um, toen jij zeg maar het, uh, je eerste money hebt ontvangen, wat is het eerste wat je hebt gedaan? Uh, al mijn schulden betaald. Wacht. Uh, Jezus, iedereen bel mij opeens. Al je schulden betaald? Mm -hmm. Ja, ja, al. Ik had niet echt veel schulden open Gewoon alles waarvan je dacht van, oké, okay, dit is nog open. Meteen, afgelost. Gruwelijk. De dag erna. Gewoon. Ik krijg het ja. binnen, wst, weg. Mag ik vragen, wat voor duo, dat soort dingetjes? Of had je geen uh, studie, studieschuld? Uh, nee, want ik heb mijn opleiding, ik heb, ik, heb, ik heb nul opleiding, ik heb niks. Oh ja, ook ik, ik ben uh, Vanaf mijn vijftiende kreeg ik een papiertje van de burgemeester van, het is wel goed jongen, het hoeft niet meer. Is al goed. Tot, uh, uh, want ik moest eigenlijk officieel tot mijn 16e. Maar ik kreeg een uh, brief van de. Prima bank. joh. Ja, is goed. Gaan we lekker wat anders doen. Maar uh, ja, eerste geld. Ja, gewoon de, dat hele typische gewoon. Gewoon. Uh, Halen wat je niet komt. De Roli, Je Eerste hmm. Rolie, je eerste auto, je eerste Porsche, je eerste dat, je eerste dat. En. Hoe voelde dat? Maakte het dat jou. Nee, maar dat is het ding, je, je, je graaft een gat je de, je, en je denkt, hè, maar ik dacht dat het anders zou voelen. Je ziet voor het eerst gewoon die nullen zo, je denkt, hè, oké, okay, dan doen we er nog een nul bij. En dan krijg je die en dan denk je, hè, doen we er nog een nul bij. En dan denk je, hè, maar het voelt niet anders. Nee. Je wordt wakker en je, je hebt, en, en dan kan ik me voorstellen, want daar ben ik ook geweest. Dat mensen dan kijken en zeggen, ja, maar ja, ja is makkelijk zeggen voor jou, want jij hebt het. Mm. Nee, dat is het niet. Want... More money, more problems. Juist. En, en nu kan ik niet naar een verjaardagsfeestje waar ik me normaal gewoon heel flex voelde en alles. En nu voelt het gewoon super awkward en raar. Ja. Dus als ik wist dat dat de prijs was, had ik het anders gedaan. Mm. Snap je? Dat is te duur voor mij. Maar kan je het überhaupt anders doen als je, als je het hebt? Want zeg maar, de gevolgen blijven hetzelfde. Maakt niet uit hoeveel je. Zeg maar... De successen die je behaalt, als je op die verjaardagfeestje komt, blijft dat awkward, want je hebt een bepaald succes behaald die zij niet hebben. Ja, nou ja, nee, ja. maar je kan ook gewoon low-key zijn gewoon, mm. en het niet schreeuwen zeg maar. Ja, precies. Nee, toch? Ja, toch. Ja, ja, en daarom ja. zeg ik... Uh, dus omdat jij die eerste portion en rolie en blablabla, hadden zij een bepaalde beeld van jou ook? Waarschijnlijk. Ja. En daarbij komt ook, uh, ik wilde ook juist een, een, een punt maken, toch, van ik was niks, Mm, en yeah. nu ben ik er. Uh, kijk me nu. Kijk me nu <laughs> ja. En nu denk ik: van ja, maar wie, met wie concurreer ik? Met yes. spoken. Denk je dat die mensen een fuck geven om hoe ik wakker word elke dag? Nee. So. Ja, ze hopen liever dat ik niet wakker word. Mm. Maar voor de rest ben ik bezig met, met ghosts, yes. uh, make-believe mensen. Waar ik de hele tijd mee aan het, aan het concurreren ben en aan het uh, strijden. Fuck hun. Mm. Yeah, yeah, yeah. I don't care. Nu doe ik gewoon dingen die ik, ik, die ik leuk vind voor mezelf. Maar je laat ook gewoon zien wat mogelijk is als je vertrouwen hebt. Ja, juist. Als je vertrouwen hebt in het grote plan dat voor jou gemaakt is. Snap je? Daar heb ik alle vertrouwen in. Ja. En ik laat me gewoon begeleiden. Gewoon. En ik weet dat wat, what's in store for me is, is niet eens wat ik kan bedenken. Maakt niet uit waar ik naartoe ga. Al vaar ik die kant of, of, of die kant op. Ik weet dat wat daar ligt... Beter is, is dan, dan, dan mij. Uh, Los van het is. feit, zeg maar, wat. wat. Uh, wat zeg maar geschreven staat voor jou. Ben je het ergens, zeg maar, ook mee eens dat jij dan wel. verantwoordelijk bent voor wat jij vandaag doet? Om. Want zeg maar, het, het, het is. mooi om te zeggen van ja, ik laat me mee uh, varen met hetgene uh, wat er gaat komen. en ik heb er vertrouwen in. Maar ergens. moet je vandaag iets doen. Mm -hmm. om. Um, dat te laten gebeuren. Ja, je moet zeker toch? wel doen. Ja. Kijk, je, je kan niet alles aan het lot overlaten. Nee, je kan meewind krijgen, Juist. maar je moet wel werken. Juist. Als jij niet zaait, ga je niet oogsten. Juist. Zo simpel is het gewoon. Mm -hmm. um, nee, je, je, moet wel, je moet wel productief zijn. Ja. Ja. Dat, dat, dat sowieso. En als er één manier is die, die niet werkt, dan moet je een andere manier vinden die wel werkt. En gewoon blijven knallen. En gewoon blijven ik peuken. Gewoon, ja. gewoon, gewoon doorgaan tot je, tot je niet meer kan. Ja. En dan zou je net zien op een vlak voordat je opgeeft, dan opeens krijg je alles wat je wil. En dat heb ik dus nou ja, meerdere malen meegemaakt. Dat ik gewoon dacht van weet je, ik ben er nu helemaal klaar mee. Het is net alsof uh, ons heer zegt: uh, weet je, nu, nu heb jij het op jouw manier gedaan. Nu gaan we het op mijn manier doen. Snap je? En, en zo ervaar ik het ook? Dat is, ja. dat, is, dat is crazy, man. Dat is echt. Misschien moet ik een boek gaan schrijven. Of, uh, Pff, kom op. Want, want er zijn echt zulke rare momenten in mijn keers. Ik denk niet dat het een misschien is. Ik vind, je moet een boek. Ja. Heb je het gevoel dat je, zeg maar, je je verhaal op een andere manier kwijt wil? Dan een boek? Ja, maar ik doe het al. Ik deel, Muziek. Ik, ik deel elke dag. Nou ja, artiesten. Ik deel, ik deel mijn ervaring en mijn kennis, deel ik al. Mm. Elke dag, daily. Juist. Dus ik, 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 ik doe het al. Maar voor het groter publiek? Of voor de mensen die jou misschien... Nou ja, het zou kunnen, maar ik, 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 ik vind mezelf niet zo uh, amazing. Dat ik denk dat iedereen daarop zit te wachten of zo. I don't, weet je? Nee, maar ik, ik, ik denk niet dat het gaat om wat jij van jezelf vindt. True. True. Nou ja, als ik de roeping krijg, of de, de roeping, uh, weet je wel, de calling voel voor, voor... Van een, wie? wie? Wie zou tegen jou moeten zeggen, ik vind dat jij een boek moet schrijven dat jij het gaat doen? Ja, Ik kan wakker worden en een stem in mijn hoofd horen die dat zegt. Zou ik je mogen appen? Ja. <laughs> nou ja, dan, dan nog moet ik even nadenken. Want kijk, ja. nee, ik het. is heel persoonlijk, weet je. Ik bedoel, ik snap je uh, uh, het is gewoon. Ik, muziek is ook al best wel persoonlijk. Mm. En het kan zomaar uh, anders vallen of zo, weet je. Ik bedoel nu. Net zo, ja, ik blijf steeds uh, teruggaan naar die DM. Er is iemand die gewoon in mijn DM springt. En die zegt gewoon dat hij vindt dat ik iets. Moet zeggen over wat er nu speelt. Mm. Terwijl dat doe ik al. Maar op mijn manier. Elke dag. Juist. Offline, online, voor de camera. Maar misschien is je staat er niet per se uh, te koop mee. Of je laat er niet per maar se. Maar ik ben geen, ik ben geen politi politici of uh, mm. politicus. Allebei goed volgens mij. Nee, politici meer fout toch? Politici, ja. Dan is het toch alsnog allebei goed. Maar ik ben geen... Politicus. Is één persoon. Politicus, ja. Weet je, en, en, en ik ben ook geen influencer. Ik ben geen vlogger. Dat, dat is niet waar. Nou, nee, maar op de manier hoe je. Weet je ook, hoe influencers worden geïnterpreteerd met zo'n. Ja, <laughs> nou, precies. Dat is niet mijn kracht. Zijn, ja, daar moet je een uit. bepaald talent voor hebben die ik niet heb. Ik kom steeds meer erachter wat het is wat ik moet doen. Wat ik moet doen. En dat hoor ik dus als je het wil hebben over hoe weet je dat. Ik hoor dat heel duidelijk. Ik zie het heel duidelijk. Mm. Ik ben het type persoon. Ik zie aan de overkant zie ik een dakloze meneer staan. En ik hoor: geef hem 100 euro. Ik zeg maar wat. Dus ik wil niet uh, allemaal berichten krijgen. Dat, uh, yeah. het, het is gewoon een gevoelsding. Dus gevoelsding. Ik, hoef, ik hoef geen DM's ofzo of, zo, of uh, e-mails. Maar ik steek dan over en ik geef die man 100 euro. En niet, niet om likes, mm. want niemand weet het. Juist. Niet om. Uh, te laten zien dat je een goed mens bent. Ook niet. Dus ja. er is niemand bij. Er is niemand die mij volgt op dat moment. Ja. Puur omdat die gedachte komt ergens vandaan. Je voelt dat. Die gedachte komt ergens vandaan. True. Ik ben met mijn gedachten heel ergens anders. En opeens hoor ik gewoon, doe dit. En dan mm. doe ik het gewoon. En zo ga ik door het leven. En als het iets is wat mij naar boven brengt. Dus in de zin van het is een positief iets. Mm. Dan weet ik dat het van boven komt. Als yes. het iets negatiefs is. Dan weet ik dat het van beneden komt. Yes. En zo ga ik gewoon door, door het leven heen. Dus als ik. Ik zeg maar wat, een voorbeeld. Ik wil een boek schrijven. Nou, het begint al met ik wil. Mm. Waarom wil ik dat? Omdat ik wil dat iedereen mijn verhaal leest. Omdat yes, ik, wil dat ik wil. Ik, 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 ik. Is een negatief iets. Juist. Maar op het moment dat. Uh, dat Iemand zijn levensverhaal mij vertelt en zegt van: uh, Als ik dit eerder had geweten, of van whatever, uh, als ik een boek had gelezen waar alles in stond, dan is het een hele andere. Juist, een hele andere insteek. Hele andere insteek. En ja. zo, kijk ik, zo weeg ik mijn dingen nu een beetje af, zeg maar. Dus de, ja, misschien komt het met, uh, met al die grijze haren, I don't know. Ja, maar ik, some, Something's going on. Ik, yeah. ik, ik voel het, weet je? Ja. Ik voel het gewoon. Ja. Dus en, en, ik, en ik, ik, ga gewoon, ik ga daar gewoon in. Maar wat ik zeg, ik vind, het is een hele. Ik weet niet. Tot een, een, het voelt als een hele goede manier van. Uh, ik hoop het. Shit interpreteren. Zeg maar, gewoon doen. Nou, ik hoop het, man. Dus dat ik hoop het. En, en ook gewoon voor onzekere mensen daarbuiten. Ik bedoel. Ja, er zijn zoveel factoren om ons heen die, die ook ontworpen zijn om ons naar beneden te halen. Naar een lagere frequentie, gewoon. Shh. En ik bedoel. Of het nou zo, iedereen praat over social media, maar dat even zelfs terzijde. Wat dacht je van het eten wat je eet? Mm. Wat niet eens echt is. True. Heb jij ooit een symmetrische granaatappel gezien in, in de natuur? Nee. Snap je? Je, je, je snijdt een, een whatever, snijd je door midden. Het is gewoon, bloep, gewoon helemaal perfect. Mm. Uh, watermeloenen die zo groot zijn, ik zeg maar wat. Mm. Weet je? Uh, de dingen die we tot ons nemen zijn gewoon. Synthetisch. Ja. Bijna alles wat je tot je neemt is synthetisch. Wat gebeurt er op een gegeven moment? Het gaat, het gaat iets doen met jou. Snap je? Mm -hmm. Het gaat iets doen met jou. Dus jouw hele omgeving haalt jou al naar beneden. Je, je, je staat al dik in de min als je ja. de wereld inkomt. Juist. En als je al om je heen kijkt en, en, en gewoon uh, ziet wat voor influence er is, als je daar al bewust van bent. Als je daarop begint, dan is de eerste stap, denk ik, al sowieso gemaakt. naar, naar welke probleem je ook wil fixen. Juist. Snap je? En, en ook beseffen dat je dit niet alleen kan. Ik ga niet preachen hier zo, maar mm -hmm. we denken dat we alles alleen maar alleen moeten doen. Ja, yeah, man. Weet je, er is een verhaal die heet op, uh, 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 op Google. Kan je het zoeken? Het heet Push the Rock. Mm -hmm. Zoek het op. Push the Rock. Ik ga ja. niet eens uitleggen hoe of wat. Push the rock. Mm het -hmm. is dus een kort verhaaltje, zo lang. Mm -hmm. Even lezen. Lees het even. Maar wat je zegt klopt wel man. Ik heb zeg maar heel mijn... Ook vooral in het begin zeg maar, van mijn carrière. Of zelfs voordat ik überhaupt al een carrière had. En alleen een droom of een hobby of wat dan ook. Mm -hmm. Had ik altijd van oké, okay, ik moet alles alleen doen. En ik kan alles alleen. En ik kan al... Waarom? Ja, maar misschien is Trots, daar... Trots, eer, schaamte, whatever. Misschien... Om geduld, weet je dat je niet wil wachten op anderen? Dat je denkt: van ik, als ik het snel, zelf doe, is het misschien wat sneller of mm -hmm. ik weet niet wat het is. Er zijn sowieso bepaalde aspecten die het die erin geramd zijn. zijn, inderdaad. Alleen vandaag de dag, maar waarom zijn die daar geplaatst? Dat ik zou me dat eerder af, afvragen, weet je net als die pro, uh, die, die protesters in, uh, in, in New York, mm. die, die vragen zich: waarom staan hier een stapel bakstenen? Ja, yeah. waarom zijn die daar geplaatst? Ja. Yeah. Met een reden. Wat is de reden? Oh, dan weet je al waar het naartoe gaat. Ja, man. En dan ga je, snap ik bedoel? True. Ga nou niet mee met dat hele ding. Ik heb het niet over, over die uh, yeah, protest, yeah. maar ik heb het over: ga niet mee met de menigte. Mm. Dat is altijd a bad idea. Mm. Is, is gewoon een slecht idee. Ja, maar je, 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 je hoort bij de maatschappij. Zes hoe? Mm. Ik, lever, ik betaal mijn belastingcentjes. Ik ben lief tegen de buurvrouw. Wat wil je nog meer van mij? Ja, ik help de mensen die ik kan helpen. Maar zodra mensen mij gaan, dat, dat tegen mij gaan gebruiken, ja. van jij moet. Ik moet me op een bepaalde manier gedragen of iets doen. Dan, dan kan ik ook gaan kijken naar nou, oké. Okay, ja, maar die persoon die doet minder dan mij. Ja, precies. En uh, die persoon die doet meer. Maar uh, weet je, nee, zo kijken we er niet naar. Dus so, just don't follow the herd, man. Doe gewoon je eigen ding. En Iedereen heeft een, een, een weegschaal voor wat goed en wat slecht is. Dat is gewoon geprogrammeerd. Dat hebben we gewoon. Mm. Weet je? En als, als er iets, een, uh, een palen bricks voor je neus is ge, uh, neergezet. Dan moet je Met een afvragen, bepaalde purpose. Waarom, waarom, waarom is dat daar? Juist. Waarom staat dat ding daar? Juist. Zo, omdat iemand weet dat ik een baksteen ga pakken en mijn eigen ramen in ga gooien. Mm. Snap je? En dat, dat, dat is overal om ons heen, dat is op televisie. Ja. Dat is op de radio. Dat is het eten wat we eten. Dat is uh, de mensen die we om ons heen hebben. Mm. Dat zijn zoveel factoren. Dat is crazy. Soms ook waar je onbewust bijna geen uh, grip op hebt. Bro, ik, zit ook gewoon, ik zit ook gewoon in de auto. Perkins sets Maak die percussets. Terwijl <laughs> ik denk: van, is dat weer een piepje? Ja, is geen stress. Oh. Zit ik gewoon te rijden? zeg ja. Zit ik te rijden en dan denk ik ook van Mali Perkins sets bro dat zijn dat dat is gewoon depressie uh, medicijn. Lui, dus he? ik ben mezelf aan het pro programmeren ja. om die shit te willen. Mm. waarom? Omdat het <laughs> die beat is gewoon dik en, en je weet toch dik gebruik ze niet meer volgens mij. Het is zo oldschool. Ik ben zo old school. Nee. Ik ben zo oud. <laughs> That's is crazy. Maar zo, die bies gewoon dik, zeg ik ook gewoon hoor. Ja, oké. Kom maar man. Zo, ah, so, safe, safe. Dat is het, nee, maar het is prog je programmeertjes. Wil, hoe wil je programmeren? Wil je jezelf programmeren om, om, om meer uit het leven te halen? Of wil je jezelf programmeren om net als iedereen te worden en ongelukkig mm. en, en onzeker? en... Onwetend en on dit, on dat, on zus, zo. Ik wil dat niet, man. Ik zoek een higher purpose. Ik zoek een higher purpose. Iets wat deze wereld mij niet kan geven. Mm. En dat ga ik niet doen door... Ja... ja achter, achter mijn lichaam aan te lopen. Juist. Je, toch? Achter die trein aan te lopen of achter die... Nee, man. True. Weet je, dat, dat is het gewoon. En des te verder ik kom, des te meer ik zie hoe... Maar dat is ook die, die um, ervaring hè, die je opbouwt als mens. Ik denk mens. het ook wel, maar ik hoop, ik hoop gewoon dat iemand mij hoort, gewoon, weet je wel. True man, 100%. Maar ik, ik merk gewoon in eigenlijk ik ben nu 27, je weet toch? En ik merk echt gewoon bijna fysiek aan mezelf dat ik anders denk dan hoe ik was als, dacht als, toen ik ja. uh, 17 was, ja. 10 jaar geleden, weet je wel. Maar ik begin volwassener te worden. Ja. Ik begin, je wordt gevormd. Je, ja, tuurlijk maar je, je gaat anders nadenken over bepaalde... Mm -hmm. Over alles en nog wat. En dat is een stukje ervaring. Ja. En het is ook een stukje gewoon wijsheid en informatie die je van anderen krijgt. Weet je, na, bijvoorbeeld na dit gesprek ga ik ook anders denken over bepaalde dingen. En mensen gaan ook shit oppikken uit dit gesprek. Als ik denk: van, Oh, zo zag ik het niet eens. Ja. Ik kan nu, ik kan zo eigenlijk, ik kan mijn leven ook zo ik gaan. Ik hoop het, man. Snap ik je? Ik hoop het. En dan is die, die purpose is gewoon served. Precies. En daar ben ik ook dankbaar voor. Dus in advance ben ik dankbaar al daarvoor. Juist. Weet je, wel, ik gun alles aan iedereen. En je kan niet elk brandje blussen. I already know. Ik heb mensen geprobeerd te helpen met dingen. En zit, weet je. True. Ik heb honderd uh, littekens op mijn rug van messen die, er, die erin zijn gegaan. En zo so be het. Mm. Maar ik zal altijd mijn best blijven doen voor iedereen. Want dat, dat, ik kom gewoon dichtbij uh, mijn true nature, weet je wel? Yes. Dat is gewoon wie ik ben. Snap je? Yeah. Dat is gewoon wie ik ben. Ja. Yeah. Dat is gewoon wie ik ben. En ik kan je voorbeelden noemen, maar die zijn, meer, die zijn niet voor on camera. True. Ja. Maar dat is gewoon wie ik ben. Weet je? En, en, en dat heeft je ook gevormd, hè? Dus precies. En ik, en ik uh, ja, ik ga, ja. Men, ik wil gewoon, ik, ik wou dat het gewoon beter ging met meer mensen, zeg maar. <laughs> je weet toch? Want anders heb ik alles gekregen wat ik, wat ik wilde. En plus ben ik eigenlijk alleen maar omringd door mensen die positief erin zitten en alleen maar, jeet je toch? Ik wil, niet, ik wil het niet vier in mijn eentje. Juist. Dat is eigenlijk wat. Ik wil het niet vieren in mijn eentje. Mm. Slowly aan de tap zegt dat ze ook. Toch? Dus. Ja. Snap je? Ja, man. En natuurlijk uh, raak je als je echt. Het is moeilijk om goed te zijn, hè? Het is heel moeilijk om goed te zijn. Volgens mij was het Jiggy die dat een keer tegen mij zegt. Gewoon twintig uh, jaar geleden of zo. Random ergens. Snap je? Of vijftien jaar geleden. Ja. Yeah. Um, en het is zo. En als jij. En moeilijk om goed te zijn in. Whatever. Mm. Whatever. Goed zijn is je deur open gooien voor mensen met vieze schoenen En daarmee om te kunnen gaan. En daarmee de... om te kunnen gaan, weet je wel. En ja, des te verder je komt. Maar, je moet, maar als je een keuze hebt gemaakt, dan moet je er ook voor gaan. Juist. Ja, je weet toch? Dan, dan make, make a difference. Doe het gewoon. Mm. Doe het. Maakt niet uit of je. Keer moet vallen, of je moet voor inleveren of wat dan ook. En, en, en ja, dat is gek. Of zo, moet investeren. zo zie ik dus mijn hele carrière, want eigenlijk wilde ik helemaal niet zingen, zo op die manier. Mm. Ik wilde rapper worden, of tenminste rapper, worden. Ik, was, ik was gewoon. ik ja, was daar het rapper. Op mijn shit. gewoon. Ja, man. En toen dacht ik, van, weet je, ik doe het gewoon. En toen heb ik inge... ja, dat verzien je niet. Ik heb het gewoon uitgebracht en toen heb ik. Daarna heb ik, is alle, ben ik alles kwijtgeraakt. Maar het was echt gewoon een reset. Oké, okay. zo. So, je neemt die Liep of faith. En nu gaat het gewoon gebeuren. Als die, die 18-jarige prop zeg maar, zou kijken naar die... Um, wat zeg maar, met de props die op stage staan bij Armin van Buren. Die een poko staat te zingen. Wat zou die gezegd hebben? Zo. So, ja. You ain't real, cuz. <laughs> dan sla je die spijker op zijn kop. Nee, niet eens. Want ik wist toen al wel, kijk, real, wat mm. is real? Dicht bij jezelf blijven. Juist. Ik ben zo dicht bij mezelf als ik maar kan zijn. Want niemand anders kan mij zijn. Mm. Ik kan niemand anders zijn. Et cetera, et cetera. Eh, toch? Yeah. Dus ik ben zo real als het maar kan. Als jij nu mijn hand aanraakt, ben ik tastbaar. Dus ik ben real, toch? Mm. Ik. Ik ben geen sell-out, omdat ik mijn ziel niet verkoop. Dat hebben we net. Wat is staat achter? Ik heb wel fouten gemaakt. Ik heb in mensen vertrouw, uh, vertrouwen geplaatst in mensen dat ik niet had moeten doen. Ja. Dat zijn gewoon fouten die ik heb gemaakt. Ik heb wel bepaalde keuzes gemaakt die ik liever niet had willen maken. Maar ik kan mezelf gewoon aankijken in de spiegel. Ja. Straight up, gewoon. Als, <laughs> ik zeg uh, hetzelfde wat ik tien jaar geleden zeg. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat zegt alles toch? Ja zeker. Snap ik? Uh, ik weet gewoon dat over tien jaar kijk ik terug en weet ik gewoon dat ik dezelfde keuze had gemaakt. Want ik, ik kijk niet. Ik, ik, probeer, ja. ik probeer het allemaal met dezelfde bril te bekijken. En dat is gewoon. Ik probeer niemand te benadelen. Mm. En haal het het meeste eruit. Snap je? Haal, het, haal, haal eruit wat, er, wat erin zit. Net zit. Dus als jij zegt van je 18-jarige, ik. Ik zou misschien denken van, oké, okay, dat is een rare... Wending, maar wel. Maar, weet je, ik had het sowieso gerespecteerd. Juist. Want je bent van A naar Z. Dus ja. dat wist ik vroeger ook al. Daarom ja. vroeg ik uh, die partner van mijn me, van me, van me pa. Het was een kleine jongen, hè. Ik vraag hem, ik zeg, ik wil ook worden zoals jij. Hoe, wat zou je doen met duizend euro? Wat moet ik doen met. Uh... Dus ik had die duizend, duizend gulden of duizend euro had ik nog niet eens. Ja. Maar ik wist toen al van wat nou als ik het nu alvast vraag. Dan weet ik al wat ik moet doen. Weet ik al wat met ik moet die doen. <laughs> maar dat is wel die state of mind. Ja, man. Maar ik dacht, hij gaat me nu gewoon vertellen van ja, dan koop ik gewoon. Uh, Aandelen. Aandelen. En ik ga dit doen. En... Nee, hij zei niks van dat. Hij zegt: ik ga mooie schoenen kopen. Lekker eten. Weet je wel, ik ga misschien een boek, dit en dat. Hij zijn niet, uh, weet je, mm. investeren in jezelf. Dus, en dat heb ik gedaan vooral. Ja. En uh, we zijn er nog niet. Ik ben, ik ben nog niet eens op de helft. Voelt dat zo joh? Ja man. Sick. Er zijn nog zoveel dingen die. die het is mooi man. Die voor me liggen. En, uh, ik vind het juist mooi als iemand zo denkt. Het zou kut zijn als je zou zeggen van, ja, so maar Nee, maar ik, denk, ik, ik, toch, ik denk, ben ik, daar al. Als ik al. Dus ik zit letterlijk op mijn knieën. Langs mijn bed. En de volgende dag. word ik wakker. en ben ik gewoon dankbaar. Mm. dat ik mijn ogen gewoon weer open heb kunnen doen. Mm. Snap wat ik bedoel? Ja. Niks is vanzelfsprekend voor mij. Hè? Ik ben vrienden kwijtgeraakt aan de meest domme shit. Ja, man. Weet je, ik heb. Uh, of ziektes. of andere shit. Uh, ik heb mensen heel slecht zien gaan. Ik ben zelf heel slecht gegaan. Eens kijken. Ik zit hier nu te praten over het leven. En ho hopelijk kan ik iemand anders uh, uh, zeg, beïnvloeden. Beïnvloeden, ja. En inspireren. Ja. Ja. Het is beautiful. Het is een beautiful thing. Ik ben super, super dankbaar man. Weet je, en, en, en daarom ik. ik je je bent maar. Iedereen, iedereen ziet zichzelf als een schilderij. Ik zie mezelf meer als een pixel. Mm. Weet je? En, en dat is dat ding. Het kleine stukje van een grote plaatje, zeg maar. Het kleine stukje van een grote plaatje, dat is belangrijk, man. Ja, man. Als je dat al ziet, dan, dan weet je gewoon van... Oh, Oké, okay. ah, ik, uh, ik, ik hoef geen uh, Nelson Mandela te zijn uh, op Instagram <laughs> of zo. Ik iets, denk man. dat het ook wel ergens een, uh, een, een rustgevend gevoel is, dat je weet... Maar dat zeg ik. Ja. Dat brengt die rust. Mm. Want je hoeft... Heel... Wacht even, ik hoef dat helemaal niet te doen. <laughs> Snap je? Je ja. hoeft helemaal niet... Zes hoe. Mm. Dus daarom, al die mensen die naar elkaar wijzen. en die elkaar vertellen wat ze moeten doen en zo. So, it's a trap. Yeah. Don't fall for it, man. Don't fall for it, man. Yeah, man. Echt niet, hoor. True. Het mm -mm. is echt een trap, man. It's a trap. Ja. Yeah. It's a trap. <laughs> yeah. Trap er neer, man. Echt zo. Het is echt hey, zo. Als, al door... als je gewoon al beseft hoeveel enemies je om je heen hebt. onzichtbaar. dan ga je al heel anders leven er zijn gewoon personen om je heen die gewoon aan het kiepen zijn mm. en ik wil eerst die gewoon verwijderd hebben. Juist. En dan word je wakker en denk je hey opportunity, hey blessing, hey 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 hey. Snap je? Ja man. It's crazy. Als mensen dat eens zouden beseffen, dat is echt uh, dat zou ze heel veel leed besparen denk ik. Ja. Dus, uh, Fucking mooi. Ik vind, dat ik vind, was hem. Ja, ik lul, ik ik lul te vind, lang, joh. Ik vind het gruwelijk, man. Zit even voor mijn praatstoel. Ik heb al echt... Uh, wat is het? Hoe lang heb jij niet echt zo gepraat? Wat is het nou? Een, een jaar of zo? Ja. Als het niet te uh, lang is. Hey. Hey, Wanneer was het la laatste keer? Dat ik weet het niet. Ik weet het Dan zit je op opeens bijna drie uur. Nee. Twee uur 46? Jesus. Goeie shit, man. <laughs> Goeie je ja, dat maar Er gaan nog wat dingetjes uitgekript worden. Ja. natuurlijk, dus het is Waarschijnlijk twee uur, twee uur, vijftien of zo. Just saying. Nee, ja. geintje, geintje. Maar ja, weet je. Ik ben niet met een reden. Mm. Ik was vandaag gewoon daarna. Weet je. Bro, ik, 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 ik zeg maar, ik wil dat eigenlijk niet eens zeggen, maar je weet toch, zeg maar. Um, ik toch, ik, ik begon het interview van. Van oké, okay, hoe vet is het dat jij, zeg maar, komt? Je weet toch? En ik heb veel mensen uitgenodigd, je weet toch? Maar het feit dat jij, zeg maar, al zo menselijk bent, weet je ja, wat en mij, we zijn? En maar wacht even, ja. ik wil even ja, mijn ja, ja, punt maken. Ja, ja, ja. Je weet <laughs> toch? het feit dat je, zeg maar, zo menselijk bent en mij gewoon benadert als een, als een gewoon human. Naar een andere human, zeg maar. En niet zeggen van ja, maar ik moet even checken en laat me even kijken. Even bellen met die en die en laat me even kijken. Zeg maar, zoveel ruis. Ik ben de baas, jongens. Ja, maar dat is zo... CEO. <laughs> ja, maar zoveel ruis. Ja. Om gewoon te zeggen van yo, ik wil wel of niet komen. Ja, als jij tegen mij gezegd van yo, luister dan, ik heb geen zin om ik te komen. Ik heb geen zin op, dan ik zou ik het ook zeggen. En dan zou Steggen ik Sterker nog, ik doe ook helemaal niks. En ook als mensen dit nu zien, nee, ik ben niet weer dingen aan het doen. Juist. Laat, ik ben in het bos. Ik heb het al gezegd op mijn laatste, in, in laatste Instagram-post. Weet je, kijk, yeah. dit is wat anders, want wij hebben een ander, weet je wel, mm. dit, dit moest gewoon gebeuren. Dus je wilt hebben over uh, 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 waar, we, waar we het net over hadden, toch? Dat, dat yeah. het stemmetje, yeah. die zegt tegen mij: ga. Ja, yeah, precies. Ga. En ik ga. <laughs> Loop naar de overkant van de straat en doe dit. Yes. En om terug te komen op die 100 euro, die ik aan die, aan die dakloze persoon geef. Even helemaal van de hak op de tak. Yeah. Maar die 100 euro. Ik zeg toch hier, alsjeblieft, ik hoef ook niet te blijven hangen en te praten. Yeah. Zo van, oh. Uh, oh uh, de... Nee, <laughs> gewoon hier. Just keep it moving. Jij ja, <laughs> toch? Keep it moving. Hey, I'm just, weet je, ik ben gewoon de mes. Gewoon op gevoel. <laughs> Oké, okay, ja. Maar ik vind Kom. het zo mooi. Want omzet, ja, ik, ik zie zoveel voorbeelden van. Like, look at me giving this guy a hundred. Nee, <laughs> no, als die dat doen. Ik, kijk, ik, ik kan er niet over judgen. Ik, ja. ik ben niet een. Uh, Waarschijnlijk een goede intentie daar niet van. I don't know. Ik vind het gewoon grappig om het op zo'n nuchtere. I don't know. Ik weet, ik weet niet wat mensen hun intenties zijn. Ik weet wat mijn intenties zijn. Ja. En die probeer ik zo goed en puur mogelijk te houden. En verder, ja, whatever, man. Weet je, dus. Uh, en, en hier, ja. Ik, ik ben tuned ik ben in gewoon. Mm. Jij hit mij. en zegt, joh, ik ben bezig met een. Of uh, dit en dat. Go. Gelukkig. Nee, niet go. Ja, precies. Maar zo, ma zo makkelijk, zo makkelijk is het ook te zijn. En, en dan zeg ik ook gewoon: van ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Hé, hey, kan je dit even reposten op jouw Instagram uh, stories of zo? Ik zeg: Luister vriend, ik maak geen reclame. Juist. Ik post zelf al niks. Juist. Dan ga ik nu jouw uh, schilderbedrijf uh, <laughs> posten. Ja, ik geef je er wat voor. Ja, en dan? Snap dat je waarom zou ik mijn followers of ik, ik wil het niet yeah. eens followers, maar mijn publiek yeah. iets door een door strot heen houden? Niet. Wat ik zelf niet ik, ik, heb ik ooit gebruik gemaakt van jouw diensten? Nee. nee, dus ik wil daar gewoon heel normaal en 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 gewoon weet maar je maar, hoe het hoort. Ja. Hoe het hoort, dat is hoe het hoort. Ik dacht dat ik je dan wel zeg van hé, hey, uh, zus of zo, dan weet je dat het gewoon mm. real is om True. terug te komen. Met ja, ons. ik doe geen. geen Fratsen man, doe ik niet aan. Ja man. Heb je mij ooit, uh... nou ooit, ik, ik verkoop geen producten, ik, ik doe alleen maar dingen. Waar je achter staat. Pardon, waar ik achter sta. Ja man. Of in Walf ben ofzo. Weet je, want zo, zo hoort het ook. En ja, als je mensen, Ach, jongens ik kan voorbeelden noemen man, mensen die dit, dit, dit wat doe je er nou eigenlijk? Mm. Kijk diep, kijk gewoon diep, van... waar doe je het voor? Ja man. Ik weet waar ik het voor doe. Of via welke wegen ik het doe. Ik doe het niet zelf. Mm. Ik ben in staat gesteld om dat te kunnen doen. Door a higher power. Juist. Om het maar zo te noemen. Snap je? En ik ben op dat moment gewoon de, 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 de connectie van, 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 van dat naar dat. Mm -hmm. Meer ben ik niet. Mm -hmm. ik, weet je, er zijn heel veel mensen die zichzelf heel uh, geweldig vinden en dat soort dingen. Ik heb dat ik heb daar ook last van gehad. Maar des te meer ik dat niet doe, des te meer ik zie. Weet je? Ja, man. Increase. Gewoon. Des te kleiner ik mezelf maak, des te meer gewoon ja, man. crazy shit in mijn leven gebeurt. Bro, ik kan, het, ik kan het niet eens uitleggen. Ja, man. Ik maak mezelf kleiner en de rest wordt gewoon crazy. Zeker. Crazy. Maar het, het, zeg maar het voorbeeld wat je noemt klinkt ook zo logisch. Het is crazy. Wel, hoe meer zeg maar je jezelf soort van. ...humble houdt en rustig houdt... ...en gewoon hoe meer je ziet groeien om je heen... ...hoe meer overzicht je krijgt over maar shit. Het is ook een, een self-fulfilling prophecy... ...want als jij elke dag dankbaar naar bed gaat... ...en dankbaar wakker wordt... ...wat gaat er over de loop van jaren gebeuren? Jouw brein gaat worden aangepast. Juist. En opeens word je wakker... ...en ben je gewoon happy. Omdat je dankbaar bent. Juist. Volgende dag word je nog dankbaarder, nog happy. Nog meer happy. Nog dank... En het is gewoon een kettenreactie. Of je bent aan het haten... Ik ben alles, bitter, gaat alles gaat fokken op. En, Dan word je oh, wakker. Oh, hij wel, hè? Oh, ja, 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 ja. <laughs> Snap je? En zo word je elke dag gewoon wakker. Gewoon, en je zit daar Bitterst. gewoon helemaal uh, Je voelt de gewoon. Krompen. Uh. <laughs> Weet je toch? Je voelt, oh, na nice. Sucks to be you. Yeah. Snap je? Maar dat kan gewoon veranderen. Ja, man. Dat kan je zelf doen. En zo, zo kijk ik, zo keek ik ernaar. Doe je ook aan mediteren en shit en dat soort dingen? Ik lees de Bijbel, man. Ja, man. Dat is mijn mediteren. Ik, ik, wat ik zeg, die antwoorden die komen niet op de manier hoe ik dat denk. Want die verhalen, ik snap er ook niet altijd even, uh, mm. alles ervan. Maar opeens, ploep, komt er zo... Het antwoord is, op. Taats, de, gewoon ja, gewoon zoiets in mijn hoofd. Wordt hij gewoon geslapt met een, met een, met een, met een oplossing. Ja. Yeah. En, nou ja, als ik weet dat dat werkt, dan ga ik dat gewoon blijven doen. Juist. Ik hoef niet op een berg te zitten. Mm. Weet je, dat, dat hoeft niet van mij. Je doet gewoon wat voor jou werkt. Vind rijden vind ik leuk. Weet je wel, ik, uh, nou, ik rij redelijk veel. Mm. En als ik rij, dan, uh, ja, dan luister ik geen muziek of zo. Of, uh, dan, dan, dan denk ik gewoon na. Ja. vind ik top. Weet je, ik neem gewoon wel mijn momenten en ik, en, ik, en ik probeer gewoon zoveel mogelijk. Niet na te, te denken, om na te denken. Maar gewoon om. Oké, okay, we gaan problemen oplossen. Of uh, uh, wat, wat, wat kan de oorzaak zijn voor, voor dit en dat en dat probleem? In plaats van kijken naar oh, uh, uh, boetes. En, uh, oh, en uh, weet je wel, gewoon kijken naar de oorzaak. Want vaak zijn de problemen die we hebben, ja. symptomen van een nog dieper ander probleem. Ja. Maar, en daar ben ik gewoon echt mee bezig geweest. De laatste ik zeg ook heel Daar te... is als gewoon die rust die je voelt. Zo, Juist. Dat is dat. Gewoon omdat al oh, die shit gewoon wegvalt nu. Ik heb geen ruis meer. Ik ja, ben gewoon wakker. Man. Dat is fucking belangrijk. Dus mijn tanden. Ik ben gewoon chill. Gewoon van, hé, easy. Weet je toch? Niet van, nou, stress, spanning. Oké, 75 WhatsApp berichten, daar word ik ook niet vrolijk van. Maar goed, ik leg mijn telefoon gewoon weg en ik ga gewoon lekker mijn ontbijtje eten. Snap je? In plaats van erin duiken en ik moet, ik moet. Juist. M's, Op zijn tijd. Nu doe ik gewoon zo. Vliegtuigmodus. Gaat niet weg. Wat doe jij... Tegen mensen die uh, alleen maar wat van je willen. Of alleen maar op je. Show de ik op. Die, die uh... show niet op. Ja. Doei. Daar heb ik geen tijd voor. Juist. Daar had ik vroeger tijd voor. Want ik wilde iedereen pleasen Juist. Dat is zeg maar dat is waar, waar ik op wou komen. Je, voel je niet schuldig voor eerlijk behaald succes. Dat is mijn. Dat is de misschien wel de nummer twee. Hm. Mm. Voel je niet, van het beste advies die ik uh, yeah. de top 2 uh, van je boek, van mijn boek, hoofdstuk 2, voel, voel je, je niet. niet schuldig voor, voor eerlijk behaald succes als jij hard werkt? Mm. Doe wat jij wilt doen met de vruchten van jouw arbeid en van, van, van de energie die jij erin hebt, dus de, de, de vruchten van de energie die jij hebt. Ga je niet schuldig voelen omdat iemand anders niet zo gemotiveerd is als jou. Mm. Snap ik bedoel? Ja, man. Dat is de meest... oh, killing. Ja, gewoon man. parasiete shit die er is, gewoon. Ja, man. Dat je gewoon naast zo iemand zit... die eigenlijk alleen maar aan het haten is. Ja, man. Sorry. Ik wil die shit niet om me heen hebben, man. Met alle nou ja, respect. Weet je, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Gewoon niet. I don't want it. Ja, man. Ik haat je niet. Ik, I don't love you. Maar ik wil ook betrokken zijn in ik wil, ja. dat ik, bedoeld, ik wil gewoon lekker in het midden. Cool, gewoon clean. Gewoon. I don't want it. Ja. Weet je, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb veel liefde voor heel veel mensen. Maar als ik dat zie, dan weet ik gewoon dat is niet goed voor mij. Ja. Want dan eigenlijk wat je aan het doen bent, is mijn beker is. is uh, jouw beker is. Uh, nee, mijn beker is leeg. Jouw beker is vol. En dan probeer ik eigenlijk jouw bekertje zo in mijn bekertje zo te, 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 te gieten. Ja, juist. Terwijl jij gewoon kijkt zo. Yeah, yeah, yeah. zo en, en dan ga ik klagen over hoe ik... Yeah. Nee man, ik, ik hoef dat niet man. Ik heb, ik, uh, nee. Weet je, kan je helpen. Maar je gaat het toch echt zelf moeten Moet het doen. Want <laughs> ik doe het ook zelf. Er is niemand, letterlijk niemand, die mij helpt. Mm. Ik doe het zelf. Iedereen die ik om me heen heb, daar werk ik mee. Juist. Uh, iedereen... Maar wat je zegt, daar werk ik mee. Daar werk ik mee. Maar ik doe het zelf. Yeah. Snap je? Die keuzes moet ik maken. Ik moet, moet keuzes maken. Mm. Aan het einde van de dag is niema niemand verantwoordelijkheid voor mijn, uh, verantwoordelijk voor mijn geluk. Ja. Dat is wat het is, man. Jesus. Het is veel info. Love it. Dat is veel, 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 info, man. Ja, man. Maar alleen maar goede shit. Ja, maar dan zit ik ook gewoon half spacend. Gewoon hier loop ik naar binnen. Ik heb een gekke meeting achter de rug. Ik... Uh, Den Haag is ook niet meer wat het was qua, qua uh, verkeer. verkeer. Weet je, dat is... Ik weet niet wat... Volgens mij heeft een soort monkey met een, met een potlood... Drive there. Die heeft dat <laughs> gewoon zo getekend, zo met pijltjes zo. En zo'n hoedje, zo'n propellerhoedje, je toch? Die, die heeft die blueprint... Let's blooper. give him the job. Let's give him the job. <laughs> die heeft zeg maar... Niemand wil dat doen. Give the monkey the job. <laughs> <laughs> ik zit ook echt <laughs> vol, man. Maar dat is toch. Dus je komt niet van de ene kant naar de andere kant. Maar als je dan eromheen wil rijden, dan kom je ook niet van de ene kant naar de andere. En, het, en je, je gaat het nu. Crazy. Ik was gewoon serieus. Ik was. Ik, ik was hoe lang denk ik erover? Om van Centraal. Ik was voor Centraal. Probeerde ik bij Holland Spoor te komen. Ik ken die oude routes alleen. Mm. Alles is afgezet. Oh, je ging uit of, om... het hoofd zeg maar. Ja, ja, gewoon van, van back in the day. Ja toch. Het ja, duurt du ja. of change, bro. Ja, man. Shit. Je bent een Amerikaan en zo. Je afgelopen... Ey, dat, was, dat was gewoon 40 minuten van mijn leven die ik gewoon nooit meer terugkrijg. Crazy. Damn monkey. Damn monkey. Bad monkey. <laughs> Crazy. Ja, ja, gruwelijk gruwelijk Shit, man. Maar jij, wat, wat, wat ben jij nu, wat ga jij nu doen in de komende, komende tijd? Nou, ik ben. Uh... He, even na al hey. uren praten, wat, hey. wat ga jij nou nee, doen? Nee. Nee, ik, doen. Nou, ik ben dus me uh, nu aan het voorbereiden op mijn uh, theatershow. Mm -hmm. Ik heb een theatershow geschreven de afgelopen anderhalf jaar. Stond er even voor pauze natuurlijk nu? Ja, dat is ook heel, heel ding. Met, maar dat is ook wat, je, wat jij zegt hè, over, zeg maar. Uh, je, al, al wil je iets op een bepaalde manier, het gaat nooit lopen... want je hebt niet de macht over iets. Geen controle. Dus je hebt geen controle. Je kan je dus voorbereiden, maar je, je hebt geen precies. controle. Dus dat is wat ik zeg, maar ik, ik had een hele tour uitgepland... Bla bla, maar, hele maar de hele wereldepidemie is gekomen... en dat ding is, hoe ga je ermee om? Ja. Ben je, ga je, ben je bij, flexibel en... en, en, en ja, ja, of ga je zeg maar, bij de pakken neerzetten... of ben je, ga je geen oplossing zoeken en ga je andere manieren zoeken... om alsnog dingen te doen. Je weet wel. Dus ja. dat, dat zijn we aan het doen. En gewoon, uh, gewoon doorknallen, je weet toch? ja. En ik een theater is soort van voor mij een nieuwe podium waar ik soort van mijn creativiteit in kwijt kan. Ja. wat ik ja, heel, heel fijn vond. Kijk, als je daarom, als je hoort, ga die kant op, dan, dan kan je, je kan al je tijd verspillen aan waarom, eh, wat gaan we doen als we er komen, ja. als we dit of dat. Snap je? Ja, man. En of je kan gewoon gaan. Ja, maar dat Eens is het daar al. Dat is echt zo. Want, uh, is echt zo. Als ik zeg maar kijk naar uh, zeg maar sommige mensen om me heen, dat ik. Uh, iedereen wil soms heel graag iets of ze hebben een paar ideeën. Maar ze of doen het niet omdat ze bang zijn. Precies, maar los van bang zijn. Like the work you gotta put into it. Zeg maar het feit Ook dat. Ook daar ik... ben je bang voor. Nou. Ja, toch? Ook daar ben je dan bang voor. Want maar op een gegeven moment. Net als met uh, hoe zeg je dat? Met stoppen met roken eigenlijk. Mm. Des te langer je niet rookt, des te meer je denkt: wauw. Dat is eigenlijk helemaal niet... Ja, precies. Blijkbaar doet het me niks. Of, uh, blijkbaar, blijkbaar is het niet... Maar in die eerste weken, joh, Dat is crazy. Dat is, is abnormaal. Je durft gewoon bijna niks te eten. Hè, want als je eet, dan ben uh, je hebt de gewoonte om te roken. Mm. En dat zijn gewoontes. Je moet jezelf onprogrammeren. Yeah. Al deze dingen, al die dingen die je tegenwerken, zijn, zijn programma's. Je moet jezelf Unprogrammen gewoon. Juist. Zoek naar die, Zoek naar die, die malware die in je, in je brein zit, gewoon. Haal het weg. Ja. You got the, weet je, jij hebt de access gewoon. En dan, dan heb je eindelijk dat stukje wat jou verder brengt dan alleen een idee of alleen een gedachte of nee. alleen een. Dan ben je echt in ja. werking aan het zetten. Niet alleen dat, maar je gaat veel meer rust krijgen. Juist. Want als jij honderden virussen hebt, <laughs> heb, je geen... heb je geen rust. Ik vind het zo gek dat zeg maar, elke keer wanneer jij zeg maar, praat over rust, kan ik me daar zo erg in vinden. Want hoe ouder je wordt, hoe meer je op zoek bent naar dat. Ja. Hoe meer je op zoek bent naar ware ik geluk. Het eerlijk, naar ik het niet. Ik, ik zou ook. eerlijk zeggen, toen ik jouw leeftijd had, toen snapte ik dat nog helemaal niet. Mm. Toen, toen was ik daar nog lang niet. Nog lang niet. Ja. Maar ik snap het gewoon. Ja man. Ik snap het. Het is hetzelfde als als ik nu naar uh, een, een kindje van vijf of zes uh, zie die zich helemaal kapot rent ik denk van, hoe kom je aan die energie? Weet je wel, dat ik naar mijn zoontje kijk bijvoorbeeld, of uh, hoe kom je aan die energie? Ik denk van, hè, maar toen ik zo oud was als hem, mm. zeiden oudere mensen dat ook. Ja man. Hé hey, toch? En, 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 en toen snapte ik dat ook niet. Toen dacht ik, ja maar jullie kunnen toch ook gewoon rennen en springen. En, mm. en nu, draai, weet je? nu draai je de rollen om. En, en zo is het met alles. Je moet put in that work. Ja, man. Ga gewoon. Ja man. En Zoals dan zie je even. daar wel gewoon. Want je wil niet wakker worden op een dag en denken van zo, het is klaar en nu kan het niet meer, mm -hmm. weet je? Gewoon gas geven. Ja, maar je hebt de lichaam maar één keer. True. Wat ga je ermee doen? Snap je? Let's go. Ja man. It's go time. Keringen. Drie uur gewoon. Mooi om, uh, ik vind het mooi om zo uh, mee uh, af te ronden op het gemakje. Ja, ik, ik, ik wil je oprecht ik moet hart bedanken voor dit man, ik vind het, ik vind het echt... Bedenzijds, uh, ja. We, blijkbaar moesten we het over bepaalde dingen hebben. Ja man, blijkbaar. Weet je, want je hebt mij uit, uit het bos getrokken. En nu ga je op je boot. Nu ga ik op mijn boot. Dan zien we je weer niet voor een, voor een tijdje. Peace! Weet je toch? Doe ze gewoon. Nee, ik, ik, ja. ja man. Weet je, maar uh, als er iemand is die dit moet horen, ja. Yeah. This one's for you. En ik hoop dat mensen gewoon beseffen dat je hebt gewoon enemies die tegen jou werken gewoon. Jum. Onzichtbaar. Juist. Niet, niet net zoals in de films. Weet je wel. Uh... Onzichtbaar. <laughs> yeah. Nee, gewoon on iets wat we niet begrijpen en het werkt je tegen. En als je daar eerst, als je daar eerst doorheen. Je kan niet, toch we hebben het over. Of ik, ik, zei, je, ik gaf het voorbeeld van de keeper. Je kan niet klagen over dat je de bal nooit krijgt mm. als een keeper voor je neus staat. Gewoon. <gacht> Die al die ballen vangt gewoon. En jij maar, ja, maar ik weet niet meer. Oh, ik krijg nooit de bal. Ja. En... Maar er staat gewoon een keeper staat gewoon voor jouw neus alle ballen te vangen gewoon. Te blokkeren. Dat is toch crazy? Ja. Hou die keeper gewoon weg, man. Wat, ja, wat ben je nou aan het doen? Ja. Weet je? Ja, nou ja. Dat dus. Ik heb ook het gevoel dat zeg maar dat jij dit kan blijven doen. Ja, man. Ja, Maar ik heb ook al een tijdje niet gesproken toch met mensen. Dus ja, precies. Je zit echt met een hele boek aan informatie gewoon. Maar dat is het mooi toch? Ja. Dat, dat, zeg maar een, uh, dat je dat soort van hebt opgespaard. Ja. Tot een bepaald punt. Nou, ik, heb er wat iets, ik heb er iets mee gedaan. Juist. Dat is het. Ik heb het uh, gewoon. Toegepast op jezelf. Ja. En op je kring om je heen. Ik hoop het. Ja. Zoveel als ik kan. Hoe gaan die jongens daar eigenlijk mee om bij je, bij, 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 je, bij je label? Kan het misschien soms ook overwhelming zijn om een persoon als. Zou kunnen, ja. Jou om, je, om, om zich heen te hebben? Zou kunnen. Maar uh, ja, tot nu toe, uh, voor zover ik weet, alle feedback en input die ik geef, uh, tja, is niet zomaar. Mm. Weet je, en uh, we zijn nog groeiende natuurlijk. En uh, er is altijd ruimte voor, voor verbetering. En uh, ja, nu zijn we nog in een startfase, dus ik, ik moet gewoon involved zijn in heel veel dingen. Juist. En uh, ik hoop ook naar een punt te gaan waar, waar dat gewoon zelf Van ja. vanzelf gaat moven. En. en daar zijn we nu onderweg. Mm. En dan, uh, als dat eenmaal zover is, dan, uh, dan uh, koop ik die boot. En dan ben ik Audi oh, gewoon voor uh, de komende, uh, weet ik voor hoe lang. Dan ga ik gewoon chillen, gewoon. Gewoon lekker vissen. Chillen, bro. Ik heb, ik heb wallen gewoon hè. Ik had nooit wallen gewoon. Never. Maar hoe dan? Hadden... Gewoon bags gewoon. Nou, nu valt het wel mee. Ik heb, grij ik heb een grijze baard opeens. Maar het past wel bij je toch? Om te zijn, ik heb een grijze. Nou ja, uh, dat is, weet je. Je wordt opeens wakker en je bent grijs. <laughs> Ik, weet ik niet. begin ook grijs te worden. Ik toch ben wel. blij dat ik haar heb nu, maar nu begint het grijs te worden. Je weet het. het is toch wel, het is, weet je, de tijd, die tijd. De tijd tikt gewoon rustig door. Die mm. wacht niet op jou. True. Dus uh, ik ben nu zo van oké, hé de doos. Wat kunnen we nu doen om gewoon te genieten? Mm. En hoe kan ik andere mensen ook, weet je, meetrekken in dit. Dat deed ik altijd al. Tenminste, dat probeer ik. Is niet, is niet altijd even goed gelopen, maar dat is wel de insteek geweest. Ja. Dus uh, zo, mijn buik. Heb je honger? Hoor je dat alweer? Ik heb ook lijpen honger, man. Het is crazy. We zijn echt al 20 uur aan het praten. Ze zijn bijna 10 uur. is uh, slijpen. Dit is wel gek, man. Ik heb het ook een keer met uh, dingen gehad. met Atje. Dit, is echt, dit is echt crazy. Ik had het met Adje ook een keer. Adje, ja. die kwam langs in de podcast. We hebben 3 uur 20 minuten gepraat. We letten niet op de tijd. Niks, mijn vrouw belt mij huilend. Dat Ze dacht dat er iets, ze uh, dat er iets was. Ze stond voor oh, de deur uh, beneden uh, bij je kantoor. Aan te bellen. Met, met, opeens... Maar jij hebt je headphones ja. op. Ja. Mattie zijn en. gekomen. Ze denken er is iets gebeurd. Nee. Dat is lijm man. dat is ja, maar het is wel liefde. Dat sowieso. Ja, uh... yeah. dat sowieso. Maar. Dat nee, call it a day, man. <laughs> ja, was. man. Bro, nogmaals, ik wil je bedanken voor je komst. Ik vond het super top. Ik, ik uh, wens echt je was, alle succes toe, en alle gezondheid en alles erop En eraan uh, En ik hoop echt nog heel veel toffe dingen vanuit jouw kant te zien. En, uh, We zullen zien waar uh, Ja, man. Toch, waar super benieuwd. Dat uh, brengt. Dames en heren. Yes. Mr. Props. Yes. Yeah, Dank buddy. wel voor het, luisteren. Dank ja. voor het kijken. Peace ja. out.